live ben. Anders ben ik hier tegen niemand aan het praten. Maar volgens mij, jongens, welkom allemaal bij een nieuwe livestream. We zijn hier vandaag weer in wat? Ja, in Content Veen zijn we. Ik heb weer een muziekje aanstaan. Die staat een beetje hard. Althans, staat, in wat? Laat maar even... ik kom mezelf, wacht even. Staat de muziekje te hard? Een uur te laat? Hoezo een uur te laat? De stream was gewoon ingepland om 3 uur. Het is volgens mij ook gewoon 3 uur. We zijn helemaal niet een uur te laat. Jongens, dames en heren, welkom allemaal bij deze nieuwe livestream. We gaan vandaag iets vieren. We hebben vandaag iets te vieren. Het is namelijk de verjaardag. Niet van mij, niet van een persoon, maar van de openbare Content Veen server. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de openbare Content Veen server is geopend voor iedereen. Dus vandaag heb ik een aantal leuke dingetjes die ik wil gaan doen. En het nieuwe Skyblock seizoen, Skyblock seizoen 3, is geopend voor Netherite. En die zal over 20 uur zal die openen voor de hele server. Dus dat is ook heel leuk. Dus wij kunnen vandaag al gewoon lekker Skyblock gaan spelen voor jullie. Alles laten zien. Het is echt... Althans, ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt een geweldig seizoen. Dus dat komt zo meteen allemaal. Laten wij eventjes... overschakelen naar de gamewereld. Ik ben vandaag jarig. Quinten, dan deel jij de verjaardag met de Content Veen server. Kijk dit nou. Content Veen bestaat vandaag 1 jaar. Hiep. Hoera. Jongens, ik vind het echt heel leuk. En er zijn een aantal dingen dat we daardoor vieren. Met korting op de website. En een soort cadeautjes zoektocht in de survival wereld. Maar, zoals ik ook al zei, is vandaag Netherite, Skyblock Season 3 voor Netherite geopend. Er spelen nu 17 mensen op de server, dus het is nog wel heel rustig omdat alleen Netherite erop kan spelen. Maar vanaf morgen zo staat er hier over 19 uur, 58 minuutjes en 5 seconden zal de hele server open gaan voor iedereen. Kijk, we hebben allemaal gezellige beestjes hier. Zal ik hier even een trampoline plaatsen om het eerst te vieren, jongens, voordat we ergens heen gaan? Voordat we ergens heen gaan, zou ik een trampolinetje plaatsen om het te vieren? Kijk, doen we even hier een trampoline. Die gaan we hier plaatsen, zo. Hoppakee. En dan zal ik even uit finish gaan, dat mensen mij ook zien. Dan staan we hier. Jongens, feestje in lobby. Welke lobby zit ik? Laten we even kijken. Ik zit in lobby 3. Ik ga het lekker druk maken. Jee, maar ga ik hoog. Nou, jongens, feestje in lobby 3. Daar komen ze allemaal, hoor. Het zou waarschijnlijk veel te druk worden. Dus ik ga zo meteen wel gelijk door naar Skyblock. Maar niet alleen in de lobby hier, zoals je kan zien, is het een feestje. Het is ook in alle andere servers een feestje, jongens. Het bestaan gewoon eindelijk 1 heel jaar bestaat deze server. Heb je hier iemand met een kat als ballon? Maar Content Veen bestaat gewoon een jaar. Kijk, ze trampoline springen. Hoe leuk is dat? Goed. Terwijl al die mensen hier een feestje aan het vieren zijn, ga ik gelijk heel eventjes naar Skyblock seizoen 3. Dan zal ik even kijken waar ik terecht kom. Ja, ik kom niet op spanpunt omdat ik OP heb. Maar jongens, daar zijn we! Content Veen! Hallo jongens, jullie spannen in mij. Content Veen Skyblock seizoen 3. Het is echt by far het beste Skyblock seizoen tot nu toe. Nogmaals, alleen nog maar Netherite kan spelen op het moment. Dus dat zie je ook aan alle paarse namen als je afvraagt waarom er zoveel paarse namen zijn. Ik zie iemand gefeliciteerd zeggen in de chat. Ja, dankjewel voor de felicitatie om de server. Hallo Jappie. Hallo Jappie. Jongens, er zijn een aantal dingen. Ik ga niet alles gelijk laten zien. Het was zo goed als, gewoon als het op mijn pad komt, laat ik het gewoon allemaal zien. Maar hoe dit Skyblock seizoen in elkaar zit, er zijn 750 mensen trouwens. Welkom allemaal bij deze livestream. Ik verwacht een beetje dat we misschien 800, 900 zitten en dan gaan we een wereld aanmaken. Want, jongens, je kan kiezen om een Skyblock eiland te maken in 3 verschillende werelden. Je kan kiezen om dat in de waterwereld te doen. Je kan kiezen om dat in de vuurwereld te doen. En je kan kiezen om dat in de aardewereld te doen. Dus je hebt 3 keuzes waar jij je eiland wil maken. Je kan het ook in alle 3 kan je er eentje maken. Dus wat ik ga laten zien aan jullie. Als ik hier bijvoorbeeld naar de waterwereld ga. Zo, poing, hoppakee. Dan worden wij daarheen gestuurd. Dan, let niet op. Wacht, let hier niet op alsjeblieft. Dit is een mot die ik heb. Vandaar dat alles zo raar inlaat. Ik zal mijn renders wel wat lager zetten. Dat het in ieder geval niet meer te zien is. Zo. Kijk, dan komen we hier in de waterlobby. Nou, zo te zien hebben mensen al... Blue Panda is al level 21 op zijn eiland. Mensen zijn al lekker aan het spelen, althans de Netherite mensen. Maar hier kan ik een eiland aanmaken. Volgens mij heb ik die al. Die zal ik even verwijderen. Zo, hoppakee. Dan ga ik jullie alle eilanden ga ik even laten zien aan jullie. Het watereiland. Ik ga jullie het vuureiland. En ik ga jullie ook het aardeeiland laten zien. En dan ga ik zo meteen een poll aanmaken in de chat. En dan kunnen jullie met z'n allen kunnen jullie stemmen welk eiland jullie het leukst vinden. Als in waar ik moet gaan skyblokken. Dus hier hebben we de waterwereld. Dan ga ik naar mijn eiland die ik even aan ga maken. Komt-ie. Worden we erheen gestuurd.
En dan zijn wij aangekomen op mijn eiland. Oké, dit is het watereiland. Je hebt hier een los eiland daar, een vliegend eiland daar. Je hebt hier gewoon een beetje sneeuw dus. Niet echt gras of dirt of zo, maar wel een boom. Dan heb ik hier een tentje met een starterskist waar je gewoon lekker kan gaan beginnen. Nou, dit is de waterwereld. Hier zou ik mijn skyblock eiland kunnen aanmaken. Maar het ziet er zo uit. Dus dan zou dat betekenen dat we deze wereld zouden moeten gaan skyblocken. Goed, laten wij dan even naar de vuurwereld gaan. We zijn hier nu, als het goed is, ja, kijk, aangekomen in de vuurwereld. Daar zitten JTH Power en ItStom zitten hier al lekker op mij te wachten. Dit is de vuurwereld, jongens. Dan kan je hier in de lobby zo te zien is... Oeh, niemand hier heeft echt nog een eiland in de vuurwereld. Oké. De vuurwereld heeft nog niemand een eiland geleveld. Nou, dan kan ik hier ook een eiland aanmaken. Ik zal eerst even mijn eiland verwijderen. Zo. Komt-ie, vuureiland. Hoppakee, dan is dit is het vuureiland. Zoals je kan zien ziet het er wel wat anders uit dan het eiland van water, logisch gezien. Dit eiland is namelijk een stuk moeilijker, zou ik zeggen. Want ten eerste, alles hier is van netherrack. Je hebt een boom zonder blaadjes, maar je hebt als het goed is wel een kist met een sapling erin. Dus in dat opzicht... spande deze beesten hier! Dat wist ik niet! Oh, dat moet uitstaan. Ik ga het later uitzetten. Ik wil niet dat die beesten hier spannen. Ik wil niet dat die beesten hier spannen. Gadverderidori. Oké, laten we snel naar de aardewereld gaan, jongens. Komt-ie. Hier, als we naar de aardewereld gaan. Hoppakee. Hallo, bosbes. Dan kunnen we ook hier naar de NPC toe lopen, zo te zien. Hebben hier mensen wel allemaal een eiland? En best wel een goede eiland. De waarde ook al. Maar kijk. We hebben hier deze NPC. Daar kan ik weer een eiland aanmaken. En dit is de aarde-eiland. Het is inmiddels donker geworden, dus misschien dat ik dat met mijn eilandmenu zo even aan kan passen. Maar dit is het aarde-eiland. Aarde-eiland is eigenlijk gewoon een redelijk normaal skyblock-eiland. Het heeft helemaal niet heel veel gekkigheid. Het is gewoon skyblock, zoals je zou denken dat het is. Ook weer met de kisten zo. En als je dan hier omhoog gaat, heb je nog een hele bovenverdieping waar je ook wel van alles en nog wat kan doen. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dan hebben we hier een boom. Dan hebben we hier een boom. En dat is gewoon het aarde-eiland. Dus ik ga nu... Ga ik eventjes een poll aanmaken in de chat. Dan kunnen jullie met z'n allen kunnen jullie stemmen of ik in de water, vuur of aardewereld moet gaan. Dan gaan we even naar de hub toe. Oh, niet naar de hub. Nee, ik bedoelde de spawn. Oh, ik heb het verpest, jongens. Wacht, nou niet verpest, maar nu moet ik opnieuw hierheen. Ik bedoelde, ik moet wel gewoon hierheen, zo. En dan in de spawn. Oh, omdat ik OP heb, spawn ik altijd hier. Dat is heel irritant. Al mensen zijn hier ook al lekker aan het vissen. Joris wordt zo te zien opgevist. Oké, laat ik een poll aanmaken. Dan mogen jullie kiezen. Je hebt hier de aarde, vuur of water. Waar gaan wij de wereld van ons leventje opstarten? Even kijken hoor. Hier, dan gaan we de oude poll gaan we even sluiten. Poll beëindigen. Wanneer de livestream is geliked. Dan ga ik hier een nieuwe poll starten. Daar komt-ie. Welke skyblock wereld moet ik in gaan leven? Welke skyblock-wereld moet ik in gaan leven? Komt-ie. Aarde, vuur of water? Poll starten. Jongens, jullie kunnen nu in de chat op de poll klikken. En dan ben ik heel benieuwd naar de resultaten. Zo, ik heb de poll aangemaakt. Kunnen jullie nu... Niels is allemaal cooked beef aan het droppen. Oké. Ik ben heel benieuwd naar de votes voor de poll. Damn, aarde zo hoog. Ik had serieus aarde als een van de laagste ingezet. Dat jullie vuur of... Maar het maakt echt niet uit. Wat jullie kiezen, jongens, dat ga ik doen. In die wereld ga ik zitten. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie gaan kiezen. Maar zo te zien hebben nu al 330 of 350 zo te zien mensen hebben gestemd. Bijna 400 mensen inmiddels hebben al gestemd. Je moet het niet in de chat zeggen, jongens. Je moet op die poll in de chat, dat is dat blauwe blokje wat je ziet. Daar kan je op één van die drie opties klikken. En dan kan je voten waarin ik moet gaan leven. Zo te zien, op nummer 1 staat op het moment aarde. Op nummer 2 vuur en op nummer 3 staat water. Oké. Dat is goed om te onthouden, jongens. Nogmaals, als je net right rank hebt, kan je vanaf vandaag al meespelen. Heb je geen rank, dan kan je gewoon lekker vanaf morgen zo lang spelen als je wilt. En dan is deze server altijd open voor jullie. Vanaf morgen 11 uur kunnen jullie zelf ook meedoen, jongens. Met dit gedoe hier wat allemaal mensen aan het doen zijn. Maar, even kijken. De poll zegt nu nog steeds... Ja, aarde heeft echt de meeste, jongens. Aarde heeft echt de meeste. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen de aardewereld zouden... Nou, ik vind het helemaal prima om in de aardewereld te gaan. Ik bedoel, dat is gewoon een normaal eiland. Uiteindelijk ga je het niet eens meer merken als je hem natuurlijk helemaal ombouwt. Maar er zijn een aantal dingen...
die ik deze stream dan wil gaan doen. Daar komen we zo meteen op. Maar dan denk ik maar dat het de aardewereld wordt. Want ik bedoel, er zijn 500 stemmen. Er zijn 500 stemmen gegaan of weg geweest. Aarde is ook beter, zegt Panda. Oh, vuurwerk, jongens. Er is vuurwerk. Kijk dit nou. Er is vuurwerk, omdat de server open is. Hoe mooi is dat? Omdat de Skyblock open is. Ah, dat is toch helemaal geweldig. Oké, okay. De aardewereld. Laten we daar maar lekker in spelen dan. In de aardewereld. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal prima. Dan zijn we hier op mijn aardeeiland. Jongens, dan wil ik wel even met slash aarde... kan ik hier terug naar deze span. Dat kan iedereen overigens doen. Ik wil hier even kijken. Want wat mensen hebben al best wel wat. Ik sta op plek 10. Ik sta op plek 10. Let's go. Oké, okay, oké. Okay. Dat is de bedoeling, jongens, deze stream... om op zijn minst in de top 5 te komen. Nogmaals, er zijn alleen nog maar Netherite mensen die kunnen spelen. Dus het is nog niet alsof alle 153 mensen die nu online zijn allemaal kunnen spelen. Het zijn er een stuk minder omdat alleen Netherite kan. Dus we hebben in dat opzicht een voordeel om in deze stream wel echt gewoon al best wel op een hoog niveau te komen. Wil je op mijn eiland? Nee, het hoeft niet, jongens. Ik ga wel lekker mijn eigen eilandje maken. Ik ga wel lekker mijn eigen eilandje starten. Ik heb 1000 euro. Ik heb drie hele gems. Je hoort het, jongens. We hebben drie hele gems. Zoveel gems hebben we. Dus ik zal even naar mijn eilandje gaan. Even kijken. We kunnen wel gewoon naar mijn eilandje zo. Hoppakee. Dan gaan wij de eerste spulletjes uit de kist halen. Ik zit in creative. Wacht even. Ik zit in creative. Dat is echt heel, heel stom. Sorry. Zo, oké. Okay. Vanaf nu zou ik even mijn XP zou resetten. Nou, dat boeit trouwens niet. Jongens, vanaf nu... Ik zat in creative omdat ik natuurlijk samen met het team deze server in elkaar heb gezet. Maar vanaf nu... ik zal mezelf... Kijk, komt-ie. D op. Like a walnut. Zo, hoppakee. Ik heb gewoon geen OP meer. Dat betekent dat ik niet meer mezelf... nou, trouwens, misschien dat omdat ik eigenaar ben. Maar dat kan vanaf nu niet meer. Geen zorgen. Ik ga dat niet doen. Oké. Okay. De bedoeling is natuurlijk dat ik een... cobblestone generator maken, zodat ik even wat steen kan hakken. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik natuurlijk eerst een boompje hakken. En mijn boompjes staan als het goed is boven. Het is gewoon weer helemaal vanaf nul survivalen. Je helm. Ja, mijn helm is alleen weg, maar jongens. Maar ik draag toch geen helm. Een helm dragen in Minecraft... God, je moet je mooie... Anders zie je skin gewoon niet meer, natuurlijk. Anders zie je skin gewoon niet meer. Je bent je helm kwijt ook... Ja, joh, boeien. Het is maar een leather helmpje. Zometeen hebben we betere helmen. Zometeen hebben we een betere helm. Ben grote fan, zeg Tasman Gamer. Tasman Gamer, ik ben jouw grootste fan. Wat dacht je daarvan? Dankjewel, maat, voor het leuke complimentje. Ik vind het leuk. Ik heb echt heel veel zin in dit Skyblock seizoen, jongens. Echt heel veel. Ik wil het meerdere keren gaan livestreamen. Ik wil gewoon... alle gezelligheid en wat ik vat allemaal. Ik zie wel dat ik al moet gaan eten. Ik heb nu echt nog maar één broodje. Dat is ook niet heel handig. Iedereen heeft hier al Nether Armor behalve van Max. Hey, maar jullie hebben kids. Ik heb die kids trouwens ook. Alleen omdat ik eigenaar ben, heb ik alle kids. Oké, okay, laten we beginnen met een crafting tabletje. En ik denk dat het handig... Ja, een cobblestone generator kan. Maar ik denk dat ik dit hier, jongens, wel een weg wil hakken. En dat ik het gewoon plat wil hebben. Zijn jullie het daarmee eens? Als ik nu gewoon die hele berg hier weghak. En dan gewoon die bomen erboven. En dat het even plat maken. En dan wil ik een aantal dingen gaan bespreken met jullie. Want je hebt een paar eilandmissies. En die eilandmissies die gaan mij, als het goed is... levels geven en zo. Of geld. Je kijk. We hebben hier als het goed is de eilandmissies. Dan hebben we bijvoorbeeld een miner missie. Daarmee kan ik gewoon blokken hakken. En dan krijg ik 1000 euro. Dat is best wel goed. Of als ik de farmer missie doe, krijg ik 2500 euro. En daarna 5000. Kijk, daar moeten we het voor doen, jongens. Voor die dingen. Want dan kunnen we dat geld kunnen we weer gebruiken om nog meer geld te maken. Het is allemaal gewoon... allemaal mindgames. Oké, okay, laten we beginnen met een pickaxe maken. Dat is denk ik wel handig. En dan gewoon even wat steen hakken. Ja, het enige is, wat ik nu besef... Er zit wel normaal steen tussen. Ik wou zeggen, er zit geen normaal steen tussen. Dus dan kan ik niet een stenen pickaxe maken. Hier, laten we eerst even stenen pickaxe maken, zo. Hoppakee, dan hebben we stenen pickaxe. Zo. Oh, misschien is het wel leuk als er random één kijker mag meedoen op mijn eiland, trouwens. Ja, dat is misschien wel leuk. Dat ze later deze stream gewoon een kijker mee kan doen op mijn eiland. Ik wil ijzer hebben. Dus er is een shop. Ik kan gewoon slash winkel kan je doen. En dan kan je ijzer kopen. Het kost maar 50 in dat opzicht. Dus als ik dat nou doe, maar dan kan ik ook diamonds kopen. Alleen dat kost 100. En ik heb 3000, dus ik kan best wel snel diamonds kopen. Christian! 3 euro, Christian! Kan het ook op PS4 spelen? Natuurlijk kan je op PS4 spelen. Dan moet je alleen de poort 26006 even als poort gebruiken. Want op PS4 heb je een poort nodig. Dus het is playbit.com2.nl en dan poort 26006. Maar natuurlijk kan je meespelen op je PS4. Kan gewoon allemaal, jongen.
Zo, ik ga gewoon even kijken. Ik ga een paar diamonds kopen. Dan heb ik gewoon even een diamond pickaxe. Netherite. Ik kan één netherite kopen. En dan ben ik al mijn geld kwijt. Wacht. We gaan gewoon eventjes 1, 2, 3. Of nee, min 1. Koop. Zo, dan hebben we 3 diamonds. Die kunnen we mooi gebruiken om eventjes een betere pickaxe te maken. Ik weet niet waarom ik begonnen ben met zo'n stomme poep pickaxe. Zo. Hoppakee. Laten we dan ook eventjes trouwens, nu ik toch bezig ben, een shovel maken. En een axe. Ik bedoel, waarom zou ik dat niet doen? Dus voor een shovel en een axe hebben we 4 nodig. En meer heb ik niet nodig. Zo. Nou jongens, zo makkelijk gaat dat. Maar ja, dat is het ding met Skyblock. Je zou zeggen, maar oh Max, nu heb je toch al alles. Je hebt nu toch al gewoon... Maar waarom moet je nu nog survivalen? Maar dat is niet waar Skyblock om draait, jongens. Skyblock gaat om zoveel meer dan gewoon het simpele survivalen. Het is zoveel meer dan dat. Altijd met Skyblock. Dat vind ik zo leuk als Skyblock. Welke stijl ga je bouwen? Weet ik niet. We moeten sowieso over meer na gaan denken dan alleen bouwen, jongens. Nogmaals. Want er zijn een aantal dingen die echt wel moeten gaan gebeuren. En dat is heel erg hoog worden qua level. Ik wil echt... Mijn eiland level moet echt, echt heel hoog zijn aan het einde van deze stream. Nou, echt heel hoog. Ik weet dat het best wel moeilijk is om het heel hoog te krijgen. Maar je moet heel erg met je economie, met je geld nadenken. Met je eiland level, je eilandbank en weet ik wat. Op die manier kunnen we heel hoog op de scoreboards terechtkomen. En natuurlijk dan de beste skyblocker worden van deze livestream op zijn minst. Alleen ja, de andere mensen die nu Netherite hebben, die zijn ook al aan het spelen. Al sinds 11 uur 's middags of zo. Dus ja, het wordt nog even spannend. Even kijken hoe ver we onszelf kunnen krijgen op die lijst, jongens. Kan het ook op Nintendo? Natuurlijk kan het op Nintendo, jongens. Volgens mij kan je op alles meespelen wat je wilt. Zolang je maar gewoon het goede IP gebruikt. Kan je letterlijk meespelen op alles wat je wilt. Ah, ik viel naar beneden. En zoals je af en toe hoort met die XP dingen, jongens. Dat is levels. Ik ben een verzamelaar, dus gewoon blokjes hakken en zo. Maar je kan met alles wat je doet, kan je jezelf levelen. Hoe leuk is dat? We hebben een donatie. Als het goed is, Henkie Jotten, 3 euro. Max. Dat is letterlijk wat hij zegt. Dankjewel voor de 3 euro, Henkie Jotten. Dikke shout-out naar jou, jongen. Echt dikke shout-out naar jou. Leuk dat je er bij bent. 11 uur is nog ochtend. Ja, klopt. Ik weet niet wat ik zei. Ik weet niet of ik het verkeerd zei. Excuses als ik het verkeerd zei. Oké, deze hele boom is als... Oh nee, ik ben 1 blokje vergeten. Dat is heel zonde van mijn hout. Dat ga ik met planks doen. Dat ga ik zeker met planks doen. Vind ik minder erg om kwijt te raken, die planks. Kom maar, blokje. Kom maar. Hoppakee. Nu kan als het goed is de boom helemaal despannen. Er zijn 800 mensen die meekijken, jongens. Welkom allemaal bij de livestream. We zijn in een aardewereld begonnen. Je kan ook kiezen voor een vuurwereld of voor een waterwereld. Maar ik heb een poll gedaan en iedereen zei natuurlijk weer aardewereld. Dus dat is helemaal prima. Ik bedoel, de aardewereld is ook hartstikke leuk. Waarom zitten hier fences? Wat een gekke boom. Dat het fences zijn. Dat is een hele gekke boom. Maar jongens, dit, jongens, dames en heren, weet ik wat. Dit seizoen is echt, echt geweldig. Ik weet het zeker. Ik ga dit daar trouwens weghalen, die dingen. Als blijven die zweven zometeen. weet je wat ik ook deze stream denk ik wil doen? Ik wil denk ik een minion kopen. Er is in de spawn namelijk, jongens. Dat kan ik wel even laten zien. Zijn er een aantal dingen die je kan kopen om jouw Skyblock avontuur een stuk makkelijker te maken. Zoals dus ook minions. En die mannetjes, de kleine mannetjes, die kunnen jou helpen met je eiland. En dat is serieus echt heel chill. Oké, we moeten wel zometeen gaan beginnen met een beetje mijn level omhoog zien te krijgen. Want ik ben nu level 0. Op mijn eiland heb ik 0 op mijn bank staan. Dus dat is ook niet helemaal geweldig. We hebben hier F.V. Twan met de 2 euro in de superchat. Dus niet Judah hier, die kom ik zo. Die heeft 2 euro via superchat genereerd. Dankjewel Twan voor de... Hij zegt Twan een mannetje. Dankjewel Twan voor die 2 euro. Dikke shout-out naar jou, maat. Je bent een topper Twan. Twan een mannetje. En dan hebben we ook nog 5 euro voor Judah. Hoi Wan, ik ben al abonnee sinds Content 2 seizoen 1. Je bent echt een geweldige, goede YouTuber. En ik ben je grootste fan. Elke avond zit ik verlangvol achter mijn laptop. En hoop ik op een nieuwe video. Ga zo door. Groetjes Judah. Nou Judah, in plaats van de video zijn we op dit moment live. Dankjewel voor je 5 euro donatie. En ik hoop dat de livestream ook goed is. En leuk dat je zo fan bent. Echt heel leuk. Dankjewel voor je 5 euro. Wordt heel erg gewaardeerd. Heel leuk. Heel erg leuk. Nou, laten we dit even doorhakken. Zo, zoals dit allemaal. Want dan kunnen we zo meteen als dit plat is gaan beginnen met mijn eiland gaan levelen. Je moet echt gaan levelen, jongens. Dat is echt, nogmaals, in Skyblock moet je echt doorrammen. Je moet levelen. 31.000 euro. Mensen zijn mijn geld aan het geven. Jongens, ik wil jullie geld niet. Ik wil zelf mijn eigen geld verdienen. Ik wil zelf dingen gaan doen. Anders, al het geld dat jullie geven ga ik gewoon in het geldhuis wegdoen. Gewoon weggeven eigenlijk aan anderen. Ik wil mijn eigen geld verdienen. Dat lijkt mij veel leuker. Dat ik echt gewoon trots kan zijn op het einde van de stream. Dat ik denk, dit heb ik gedaan. Oh, mijnetje. Nee. Oh, mijnetje, niet doen.
Je krijgt 3000 van me terug. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Oh, mijn blue panda, jongen, stop. Stop. Nu doen jullie het expres omdat ik het gezegd heb. Ik had nooit iets moeten zeggen. Ik had nooit iets moeten zeggen. Oh, als je het doet, je blijft het doen, dan zorg ik dat... Is Joris online, dat Joris je geld afneemt. Dan heb je niks meer. Dan heb je helemaal niks. Dan heb je helemaal niks meer. Nee, stop maar even, jongens. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Ik zal zo meteen zal ik even naar het geldhuis gaan en dan ga ik een coinflip aanmaken. En dan gaan we even kijken wat we met het geld kunnen. Gaan we ons geld verdubbelen? Wat dachten we daarvan? Hé, hey, Twan de Man, die heeft weer 3 euro gedoneerd, jongens. Kan ik hem een hartje geven? Is dat zo? Ja, ik heb een hartje gegeven. Twan, dankjewel. Dankjewel voor de 3 euro. Lekker, Twan. Dikke shout-out naar jou, man. Dikke shout-out naar jou. Kijk je wie is de mon? Nee, ik kijk dat zelf niet. Ik kijk dat zelf niet. Word een luchtpiraat. Een luchtpiraat. Trouwens, ik kan als het goed is, eiland menu. Kan ik volgens mij mijn eiland instellingen aanpassen. Waardoor het altijd dag is hier. Hier, altijd dag. Hell yeah. Altijd zon. Ik wil niet dat het regent hier. Nou, meer hoef ik eigenlijk niet. Zo, nu is het altijd dag gewoon lekker op mijn eiland, jongens. Hoe lekker is dat? Hoef ik niet zorgen te maken over stomme vliegende beesten. En over irritante donkere dingen en zo. Dus het is altijd gewoon lekker dag op mijn eiland. Het is veel chiller dan dat het zo donker gaat worden. Het gaat ook niet meer regenen nu. Nou, geweldig is dat. Krijgen we straks een 100 veensleutel? Nee, want dat zou een beetje het hele idee van... Er zijn er maar 150 beschikbaar slopen. Dat zou een beetje jammer zijn. En heel lullig voor de mensen die hem gehaald hebben. En jongens, nogmaals... Als je net pas kijkt, Content Veen bestaat vanaf vandaag officieel 1 jaar. Het is de verjaardag van Content Veen. We vieren dat lekker met een livestream in het nieuwe Skyblock seizoen. En iedereen kan vanaf morgen 11 uur meespelen. Het is nu even een voorproefje krijgen jullie als jullie... Oh, mijn inventory zit vol. Ik denk, waarom pak ik niks op? Maar wacht even. Mijn inventory zit helemaal propvol. Een beetje zonde als alles despant zometeen. Dus laten we even de spulletjes wegdoen, zo. Hoppakee, ik weet ook niet waarom ik alles in mijn inventory deed net. Dat sloeg ook eigenlijk helemaal nergens op. Zo, hoppakee, dat is beter. Oké. Maar Content Veen bestaat dus eindelijk een jaar, jongens. Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? En dat vieren we met de streampie. Vanaf morgen 11 uur 's ochtends kan iedereen Skyblock... Dit is wat ik nu aan het spelen ben, kan... Hoe komt hier de name tag? Oh, dat komt door... Dat heb ik opgegraven, jongens. Kijk, zoals je boven ziet... Uitgraving level 3 ben ik. En dat kost nog 500 XP om naar level 4 te gaan. Maar... Als je dat dus hoog genoeg levelt, kan je dus... Als je bijvoorbeeld dirt aan het graven bent, kan je ineens een schat vinden. Alsof je zeg maar een schat opgraaft. Hoe leuk is dat? Hoe mooi is dat? Hé, hey, Harlow, ik zal jou even moderator geven. Zo. Moderatortje. Zo, dan kan jij ook gewoon... Dan kan ik jou vaker gewoon goed zien. Dat je in de chat bent. Wordt een luchtpiraat, zegt Milan. Luchtpiraat. Piratenstijl, maar dat is steampunk. Ja, dat zou wel op zich wel cool zijn. Heb je weer Kerstman Max? Wat? Kerstman Max? Oh, iemand anders. Andere Max. Sorry. Ik zei helemaal niks. Wil je een rank kit? Nee, dankjewel, man. Ik heb vast goed zelf ook die rank kit. Alleen ik ga proberen die zo min mogelijk te gebruiken. Ik heb ze als het goed is allemaal ook. Maar dankjewel, Woutig. Ik shout aan jou. Even goed voor het aanbieden. Maar ik heb zelf, als het goed is, al die kits kan ik ook claimen. Omdat ik natuurlijk, ja, eigenaarrol heb. Dus dan kan je, net zoals Netherite, zou je in principe alles kunnen. Dat is wel het idee ervan. Hoop ik. Maar ik ga proberen zo min mogelijk van die kits te gebruiken en zo. En ik wil ergens... Nee, echt niet. Dankjewel, Woutig. Ik zou het niet jou, maat. Echt niet. Ik wil ergens ook gaan PvP'en zometeen. Ik wil iemand challengen. Echt niet. Nee, echt, echt, echt niet, Woutig. Echt niet, gewoon. Nee, maar dan, ik ga later vandaag hem zelf claimen, die kit. En dan ga ik proberen tegen iemand te PvP'en. Als ik dan gewoon alles kwijt raak, raak ik gewoon alles kwijt. Dat is dan maar zo. Dat is dan maar zo. Het enige is dat ik bang ben dat meerdere mensen gaan proberen te PvP'en. Sjoerd is ook gewoon over 2 dagen jarig. Let's go, Sjoerd. Let's go, Sjoerd. We hebben een donatie. MJ Games 1 euro. Mag ik misschien ook op Skyblock? Want jij kan dat toch aanzetten? Ja, ik kan het aanzetten. Alleen het idee is nu dat vandaag alleen nog even Netherite kan. Dat is het voordeel van Netherite rank hebben natuurlijk. Dat moeten we wel belonen hier en daar. Dat klinkt heel stom nu ik dat zo zeg, maar jullie snappen wat ik bedoel. Maar vanaf morgen 11 uur kan je zelf ook lekker Skyblock spelen. Vanaf morgen 11 uur 's ochtends in de ochtend kan iedereen die het wil kan Skyblock spelen. Tenzij je verbannen bent. Maar ja, dat heb je dan lekker zelf, heb je zelf gedaan. Nee, dan kan iedereen die het wil en die kan gewoon lekker Skyblock spelen, jongens. En dan gaan we echt gewoon... Dit gaat echt een goed seizoen worden. Dit gaat echt een leuk seizoen worden. Seizoen 3 van Skyblock inmiddels alweer. Seizoen 2 had hier en daar een paar foutjes. En dat hebben we, als het goed is, door het op een hele andere manier op te zetten, verholpen. Dus dit kan echt gewoon perfect worden allemaal.
Hierna zullen er vast nog wel wat bugs zijn. Maar ja, het is bijna onmogelijk om iets te releasen zonder bugs. En zeker met gewoon, omdat het ook, weet ik veel wat, niet een mega groot bedrijf of zo allemaal is. Hè? Zou je dat toch altijd hebben. Maar als het goed is, zijn het er niet veel. Als het goed is, zijn het er bijna nul. Zo. Ik kreeg reclame. Je kreeg reclame. Oh, dan heb ik zojuist gewoon een beetje geld verdiend. Wow. Wow. Ja, jongens, dat moet wel. Dat moet wel. Anders kunnen we ook gewoon de dag niet meer doorkomen. Dat is het allemaal leuk te doen. Maar vervolgens moet ik een baantje ernaast zoeken. En dat zou gewoon een beetje jammer zijn. Want dan zou ik minder dit kunnen doen. Zo, hoppakee. Roep Ruben. Ik heb zojuist Ruben geroepen. Hey, we hebben weer F.E. Twan met de 2 euro. Shoutout naar Meligor en... Zeg ik dat goed? Melchior? Melchior, denk ik. En Jet Bobcat. Shoutout naar jullie, jongens. Hey, je kan ook, als je doneert, Twan, dan kan je ook gewoon via de link in de beschrijving... want dan kom je in beeld. Dat is leuker dan... Kijk, in de chat is ook leuk dat je daar voorbij komt en zo. Maar in beeld is toch veel leuker. Niet dat ik nu aanraad om nog een keer specifiek te gaan doneren of zo. Maar stel dat... Dan is dat, kom je in beeld. Dan ziet iedereen je naam in beeld komen. Leuk geluidje erbij en weet ik wat allemaal. Nou, het is helemaal geweldig. Even goed dikke shout aan jou, man. Dankjewel. Ik ben trouwens stiekem geabonneerd. Het mag niet van mijn ouders. Jeetje, Woutie. Jeetje. Hoe kan dat? Hoe durf je? Stiekem wel naar je ouders luisteren. Wel naar je ouders luisteren. Er zijn bijna 900 mensen, jongens. Welkom allemaal bij de livestream. Zijn lekker op content. Kijk, dit is die verzamel uitgraving. Zie je, op mijn werker is dit. Nu heb ik gewoon een ijzer blokje of een iron gekregen. Uit steen. Heb ik gewoon opgegraven. Dat is het leuke aan gewoon die skills. Dat is gewoon het leuke aan die skills. Slopje, kies vuurwereld. Nog niemand heeft echt volgens mij de vuurwereld gekozen. Je moet vuurwereld ownen. Dat moet jouw wereld worden. Ik heb de aardewereld gekozen omdat mensen dat vroegen. Mensen wilden dat ik naar de aardewereld ging. Ik vind het prima. Dan gaan we voor de aardewereld. Dat is een beetje het klassiekere eiland natuurlijk. Ook al ben ik hem helemaal aan het slopen. Zo stom. Dan vraag ik jullie welk eiland we kiezen. En dan vervolgens ga ik hem helemaal slopen. Maar. Uiteindelijk zitten we wel in de aardegang gewoon. Dat is het leuke. Dat is het leuke. Zo te zien hebben andere mensen lekker de watergang en de vuurgang en zo. Ik zou trouwens die pols ook weer even sluiten. Zo. Die pols is wel mooi geweest, want ik zit inmiddels al in de wereld. Oké. Ah, er is hard aan gewerkt aan dit seizoen, hoor, jongens. Er is echt hard aan gewerkt. We zijn heel druk bezig geweest met van alles en nog wat. En als het goed is, is het echt leuk. Althans, ik vind het echt nu al heel leuk. Want dan kan je me meer focus sturen. Ik heb alles op van events. Echt, oh my. Moet je maar nog een event winnen. Of gewoon kopen. Dan moet je maar nog een focus drink event winnen. Er komt er nog, als het goed is, komt er nog eentje aan. Dus hey, hoe leuk is dat? Er komt nog een moment dat je focus drink kan winnen. Hoe leuk is dat? We hebben bijna dit helemaal weggehakt, jongens. Het is bijna zover. We hebben dat... Oh! Ik ga het nu uitzetten. Ik ga gewoon letterlijk de game rule aanpassen. Game rule, doe insomnia vals. Hoppakee. Nu kan het niet meer. Nu kan je me niet meer aanvallen. Wat dacht je daarvan? Vervelend poepbeest. Vervelend poepbeest zijn dat, jongens. Echt. Niemand vindt dat. Niemand vindt dat. Ik ken niemand die beesten, die phantoms, leuk vindt. En waarom gaat die boom hier niet weg? Waarom verdwijnt die boom hier niet? Wat is het? Waarom gebeurt dat? Moet ik dat helemaal weghakken of zo? Dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling wat hier gebeurt. Misschien moet ik dat in mijn eilandmenu aanpassen. Eilandmenu. Zullen we even kijken in het menu? Eilandblokken. Nee, dat is niet dat. Ik moet kijken bij instellingen. Is er een soort van... Gewassengroei staat aan. Lavastroom, firespread staat aan. Sure, dat risico wil ik wel nemen voor nu. Dat risico nemen we voor nu. Groei van bomen ingeschakeld. Nee, er is geen instelling voor dat. Misschien dat het nog gewoon gaat gebeuren dan. Of er zit nog een houtblokje in. Zo. Max, wanneer kwam mijn Valentijnscadeau? Justin, als je nou even online komt op de server, dan kan je me helpen met mijn eiland. Dan is dat je Valentijnscadeau. Dan mag je mij helpen. Ik vind het een goed cadeau. Juda, 3 euro. Dankjewel, Juda, voor de 3 euro. Hoi, Walnut. Dans voor een minuut lang voor 12 euro. Ik ben dezelfde Juda als net. Nee, ik ga niet dansen, sorry. Dat vind ik echt heel, dat vind ik heel ongemakkelijk als ik nu moet gaan dansen. Maar dankjewel voor de 3 euro. Ik waardeer het echt enorm. Maar dansen? Ik kan niet dansen, dat ziet er stom uit. En dan zal ik dat de rest van mijn leven zal ik dat ergens op een filmpje terugzien. Dus dat ga ik niet doen. Dat zou echt... dat gaat mij net te ver. Laten we even nog een kist maken. Zo, die maken breiden we even uit. Oké, dan hebben we al best wel veel gedaan. We hebben dat hele ding hierboven weggehakt. Dan hebben we goede tools en zo. Nou wil ik nu mijn eiland level gaan upgraden. Want als het goed is, jongens, kan je met eiland worth... Wat is nee? Eiland
values. Hier kan je kijken wat dingen waard zijn. En emerald blokken, diamond blokken en gold blokken, dat zijn volgens mij, heeft die best wel wat waarde. Dus stel, we gaan nou even naar de winkel. En we gaan nou... Nee, trouwens, we gaan even naar de span. We gaan heel eventjes langs span hier. Dan span ik weer hierin. Ik heb er zo'n hekel aan dat ik hierin span. Slash span. Ik wil hier spannen, ja. Sorry voor de herrie. Als het goed is, heb ik hier... Heb je een dagelijkse zilver, gold, diamond, emerald en netherite. Het is overigens vuurwerk. Dus laten we heel eventjes bij de dagelijkse beloningen hier... mijn beloningen claimen. Dan krijgen we als het goed is wat goede spulletjes zo. Ja, dan... hier jongens. Geniet van jullie levels. Geniet van jullie levels. Die hoef ik niet. De golden apple hou ik wel. De emerald blok ook. Maar ik heb een aantal sleuteltjes die ik nu kan openen. Laten we dat even doen. We hebben hier... zilver, emerald, gold, diamond, emerald, netherite. Zo, nu staat het in de goede volgorde. Laten we even wat crates openen. Want als het goed is, als ik dat doe... Hier, kijk, dan kan ik leuke dingen krijgen. En stel, ik krijg nou blokken voor op mijn eiland. Dan kan ik mijn eiland levelen. En dan komen we op die lijst te staan. Ik heb 500 euro gekregen. Dat is niet wat ik wilde. Maar even goed waardeer ik het. 500 euro. Handstand. Een handstand. Nee, handstand doe ik echt alleen... Op momenten zoals dat het balkje hier wordt gevuld. Dat is zeg maar, dat is een beetje de meme op het kanaal natuurlijk. Wat heb ik nou gekregen? XP! Ik wil blokken! Ik wil geen andere dingen. Ik wil geen andere dingen. Yeah, boy! Oeh, spannend. Dat is echt best wel lijp. Juna met de 10 euro! Hoi Walnut, dans in Minecraft op je eiland. Hou een feestje op je eiland. De ere van de server die jaar bestaat. Ga ze door, groetjes Juda. Juda, dat gaan we later deze stream doen. Dat beloof ik. Ik heb nu alleen nog geen mooi eiland om een feestje te hosten. Dan wil ik wel dat mijn eiland er ietsje beter uitziet. En dan ga ik een feestje hosten op mijn eiland, oké? Dan zou ik op mijn eiland een feestje gaan geven. Ik weet niet of jij ook op de server kan komen. Dan kan je ook mee... Oh nee, trouwens niet. Dan moet je netherite hebben. Tenzij je netherite hebt. Maar dat is even terzijde. In ieder geval, dankjewel Juda voor de 10 euro. Dat maakt jou topdonateur van deze stream met 18 euro. Dikke lof naar jou. En allemaal even hartjes in de chat voor Juda. En ik zal later een dansfeestje houden. Twan weer met de 2 euro. Mag ik misschien kies? MCSPE Twan is een pan. Twan is een pan. nou, we kunnen niet zomaar... Als je kies wil, dan moet je ze gewoon online kopen. Of je moet gewoon, weet ik wat, maar... ik kan niet zomaar keys weggeven. Alleen met gift of met een drop party. Maar dan is het willekeurig wie hem krijgt. Ik kan niet zomaar gewoon nu keys weggeven aan iemand. Wat heb ik nou gekregen? Een diamond blocks! Ja! Dat is precies wat ik wilde, jongens. Diamond blocks. Daarmee kan ik mijn eiland level omhoog gooien. We gaan de goede kant op. Kom op, nog meer. Of emerald blocks. Emerald blocks mag ook. Let's go! Nog meer diamond blocks! Oké, dan gaan we nu naar de netherite crate. We hebben echt gewoon mega veel diamond blocks, jongens. Als we die gaan plaatsen op mijn eiland... Gaat mijn eiland level omhoog. Oké, wat krijgen we hieruit? Een spanner. Wat voor spanner? Creeperspanner? Een spanner? Oké. Dat is best wel overpowered. Nou, laten we naar de aardewereld weer gaan. Zo. Als het goed is gaan we dan... Poenk, komen we weer op mijn eiland terecht. Kijk jongens, het ding is... Ik wil ergens een platform hebben. Heb het gevoel dat de titel niet klopt. Hoezo niet? Overleven op een lava-eiland. Oh! Ik ga niet... Nee, ik dacht dat ik in de vuurwereld zou zitten. Oh, inderdaad, just. Ah, joh, just de boeien. Ik dacht toen we het gingen starten, 100% gaat iedereen... Ik had net een poll gedaan. 100% gaat iedereen stemmen dat ik in de vuurwereld moet gaan zitten. Weet je, want dat is gewoon vuur. Klinkt veel cooler. Start ik een poll, zegt iedereen aarde. Nou, dan zitten we in de aardewereld. Nou, dat is de volgende titel. Dat zal wat beter kloppen. Dat is het ding met livestream. Je moet dan maar een beetje gokken dat je het goed hebt. Laten we even wat eten verbouwen. Ik wil zeggen kopen, maar ik wil het zelf gaan doen. Want dat is ook voor mijn eiland level heel goed. En voor me weet ik voor wat. Ik denk dat... Wat is het... Jongens, wat is een beetje het beste eten wat je kan laten groeien op je eiland? Het beste voedsel. Is dat wheat? Zijn dat... Nou, meloenen sowieso niet. Ik denk potatoes, hè? Volgens mij potatoes. Klopt dat? Ja, toch? Volgens mij potatoes. Overigens bijna 1000 mensen die meekijken. Leuk, jongens. Welkom allemaal. Welkom allemaal. Aardappel. Ja, volgens mij potatoes, hè? Als in... Ja... Jij kan ons slecht inschatten, kapot. Ja, ik dacht echt dat jullie vuureiland zouden zeggen. Weet je, we gaan wel potatoes gaan we kopen. Prima, dan kopen we een stack of 32 kopen. En dat gaat kosten... Nee, stack kost 1000. Ah, boeien, joh. Zie je, dan hebben we 1000 potatoes. Dan gaan we even van die 3 diamonds, 5 diamonds die ik hier heb, gaan we een hoop maken. Zo. Badabim. En badaboom. Hoppakee. Zo, dan hebben we een hoop. Dan ga ik deze blok even goed bewaren. Want ik wil die zo meteen plaatsen. Dan gaat mijn eiland level eindelijk een keertje omhoog. Maar laten we eerst even een klein farmpje bouwen. Oh, waarom ben ik die rauwe potatoes aan het opeten? Wat ben ik aan het doen? Ik moet ze wel nog farmen. En dan daarna in de oven stoppen. Oh, dat is zo stom dit.
Dat ik dat wat extra dat zo ga eten. Oké, we doen het voor nu heel even lelijk, jongens. Het mooi maken, het komt allemaal nog wel. Het gaat eventjes om gewoon succes. Een succesvol leven leiden. Laten we hier heel eventjes de farm bouwen, zo. Niet de farm. Ik wil hier, wil ik die blokken hebben. Dat wil ik dan even met hout doen, zo. Even kijken hoor, dat wil ik met spruishout wil ik dat doen. En dan wil ik er even slabs van maken. Zo, hoppakee. Komt hier een klein platformpje. Zo. En dan wil ik hier die blokken op hebben. Alle soorten blokken die ik heb. Want als ik die dan mooi met een beetje mooi laat zien, of mooi neerzet, dan zijn dat zeg maar mijn eilandlevel blokken, weet je. Dan kan ik dat ook duidelijk aan jullie uitleggen met een visueel beeld erbij. Max, als ik play.content.nl opzoek, bestaat er niet. Dan moet je, speel je als je op niet... Wauw, praten kan af en toe echt heel moeilijk zijn, jeetje. Als je niet op de computer speelt, moet je ook nog de port 26006 erbij doen. Maar stel je speelt alleen op de computer, dan is het gewoon puur dat IP. En anders moet je even iemand in de Discord vragen of die jou kan helpen. Want er zijn genoeg mensen die jou met alle liefde helpen. Kijk, jongens, daar gaan we. Let op. Voordat wij mijn potato farm gaan verbouwen, heb ik hier... Als ik ook deze blokken even omzet tot deze blokken zo... Heb ik hier dit en deze. Kijk, oh, ik moet hem eentje nog naar links bouwen hier zo. Ik kan hiervan, kan ik neerzetten, deze, zo. En dan bijvoorbeeld die kan ik stekken in het blok, waardoor zeg maar alle vier zitten ze op één plekje. En ik kan deze pakken hier en die kan ik zeggen, die wil ik hier hebben. Nou, dan zet ik ze allemaal hier in. En zoals je rechtsonder kan zien, level 4 inmiddels zitten we. Dat zie je rechts in beeld, zeg maar, kijk hier. Mijn muis, jullie zien mijn muis niet, wacht. Jullie zien mijn muis niet, dat is een beetje vervelend. Dat ga ik even aanzetten. Cursor opnemen, ja, ik wil wel mijn cursor opnemen. Kijk, zoals jullie nu mijn muis zien hier, level 5. Hoe meer van dit soort dure blokken ik op mijn eiland zet, hoe hoger mijn level van mijn eiland gaat worden. Dus als het goed is, nou, nu zijn we level 9. Als ik daar naar de span ga waar ik aan het begin was hier, dus deze span, dan kan je zien dat ik level 9 ben. Waarom sta ik er dan niet op? Hallo? Ik sta er niet op. Waarom sta ik er niet op? Waar is mijn... Misschien moet hij nog updaten. Maar ik ben level 9. Als het goed is hoor ik dan hier te staan. Waarom is hij hoger? Oh, Woutig moet ook nog omhoog geboost worden. Deze hologram die heeft best wel een lage update rate. Omdat hij anders de server kan laten leggen. Maar Panda, waar sta jij dan? Waar sta jij? Je staat er niet eens op. Je staat er niet eens op, jongen. Waarschijnlijk zit jij in een andere wereld. Nou, in ieder geval, jongens, we hebben nu level 9. En op die manier wil ik dus gaan proberen naar level... Uiteindelijk level 1000 of zo te gaan, weet je. Dat we echt op een mega level komen. Dat zou helemaal geweldig zijn. Dat zou ik echt gewoon... Dat zou echt leuk zijn. Maar dat kan je... Nou, je waarde kan je weer upgraden door geld op je bank te zetten en zo. Oké. Die moeten even updaten. Ja, die moeten even updaten, David. Dat is het vooral. Oké, we hebben dan mijn blokken hier. Dit wil ik uiteindelijk echt een mega duur mooi platform van maken. Dat dit echt een soort van mijn museum is. Weet je, van hier verzamel ik mijn blokken. Dit is mijn museum. Dit kan echt oneindig stekken. Hier kan je uiteindelijk 1000 hebben. En hier kan je volgens mij 10.000 of zo hebben. Dat is helemaal gewoon aan hoe groot jij dat zelf wil hebben. Dan wil ik deze kant op wil ik mijn farmpje hebben. Want ik wil namelijk ook mijn farmpje een beetje gaan verbouwen. Puur dat ik mijn eiland kan gaan levelen. Omdat je ook missies hebt. Je hebt missies en daarmee krijg je upgrades en ik vat allemaal geld en beloningen verzinnen. Dus die dingen zijn echt overpowered hoor, die missies, als je die gewoon gaat doen. Als je daar een beetje vol gaat grinden, zijn ze echt overpowered. Enig is, ik ga die farm, wil ik wel 2 hoog maken. Of naar het water, dat gaat vervelend zijn natuurlijk. Heb ik een bucket? Heb ik water? Ik heb ijs. Dat moeten we gelijk doen jongens. Laten we eventjes een... oneindige waterdinges maken. Hey, een arrow heb ik gekregen. Zo, hoppakee. Ik wil hier, als ik dit doe zo... Moet ik dat dan met mijn hand slopen of met een tool om het water te maken, jongens? Of maakt dat echt helemaal geen reet uit? Volgens mij kan je dit gewoon met je hand slopen, toch? Volgens mij als ik dit met mijn hand sloop... Ja, dan wordt het volgens mij gewoon... Ik ga het gewoon doen. Oh, ik schrok even. Zag je dat? Het werd even geen water. Ik schrok even. Ik dacht, ik was gescamd. Maar zeg maar, het blok het duurde even dat die water werd. Oké, nu hebben we oneindig water, jongens. Dan kunnen we, als het goed is, met het beetje ijzer dat we hebben... Nee, dat kunnen we kopen in de slash winkel natuurlijk. Oh, wat is dit seizoen lekker, jongens. Wat is dit seizoen een lekker seizoen. Gewoon leuk. Het werkt goed. Het zit goed in elkaar. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het echt helemaal geweldig, dit seizoen. Ik ben groot fan ervan. Ik ben echt groot fan. En vanaf morgen kan iedereen spelen. Hoe leuk is dat? Dan kunnen jullie ook allemaal spelen. IP staat helemaal boven in de chat.
Oké, laten we even een farmpje bouwen. Gewoon hier in het midden plaatsen we dan het water zo. Dat kunnen we dan weer mooi maken door te zeggen bonk zo. En dan plaatsen we die slepper even onder zo. En dan halen we die weg. Halen we die weg en dan plaatsen we dit hier. Dan kunnen we dit allemaal gewoon verbouwen. Ik weet dat ik ook eten kan kopen, maar nogmaals, ik doe dit ook voor de missies, jongens. Ik doe dit ook allemaal voor de missies. Weet je, ik ga dit gewoon puur voor de missies doen. Hier, als we gewoon dit doen zo. Dan gaan we even naar eilandmenu. Want als het goed is, ga ik jullie gelijk laten zien. Je hebt hier missies en dat zijn de farmer missies. Missie 1 is 10 wortels, 10 potatoes en 10 wheat. Nou, als ik dan die wortels ga planten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betekent dat dat ze al klaar zijn of moeten ze volgroeid zijn en dan moet ik ze daarna weer slopen? Ik weet niet hoe dat werkt. Farmer missies. Nee, ik denk dat ik ze echt moet verbouwen. Dus er staat ook echt verbouwde. Oké, nee, dat betekent dat we dus wel meer ons best moeten doen dan alleen die dingen plaatsen. Ik heb ook nog spawners. Die gaan we zeker even bewaren, die spawners. Daar gaan we even heel voorzichtig mee zijn. Met die spawners allemaal. Want ik heb geen zin in dat die gesloopt worden en... Of gesloopt worden dat er een creeper achter me spant en dat alles ontploft ineens. Dan moeten we van die farms van maken. Dat we dus XP krijgen en zo. Kost het geld om te spelen? Nee, je kan gewoon... Ja, voor vandaag kan alleen Netherite spelen. Maar vanaf morgen kan iedereen spelen, Wout. Het is helemaal gratis. Je joint gewoon de server. Het enige wat je hoeft te hebben is Minecraft. En Minecraft kost geld. Maar dat is natuurlijk niet mijn spel. Dus dat is gewoon een Minecraft. Maar de server, je joint gewoon en je kan lekker spelen. Het is helemaal gratis in principe om te spelen. Dat is het leuke. Boommeel. / winkel. Ik ga even boommeel kopen. Waar zou dat staan? Overige items? Of mob... Nee, botten. Wacht, dat kan ik bij monster items. Ja, hier. Kopen we even boom, 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 boom. Kopen we even behoorlijk wat. Zo. Oh, trouwens, je kan het op die manier kan je het doen. Oké. Dan kunnen we hier even boommeel van maken. Zo. Dan kunnen we het namelijk laten groeien. Zoals dit. Helemaal prachtig dit. Helemaal leuk. Helemaal mooi. Helemaal goed. Helemaal geweldig. En dan boom, 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 boom. En dan denk ik dat ik op deze manier de missie haal. Althans, dat lijkt me zo. / eiland menu. Laten we heel even kijken of dit inderdaad de manier is hoe je dat doet. Eiland... Wat was het ook weer? Missies. Missies. Ja, hier. 10 verbouwde potatoes. Oké, dus dat moet echt op die manier, jongens. Dan moet ik dus ook carrots en wheat... Oh, ik sprong op mijn farm. Oké, dat maakt niet uit. Carrots en wheat moet ik doen. Dus dan gaan we hierheen. Dan hebben we normale seeds nodig. Hier. Kopen we gewoon even 32. Koop. En dan wil ik eentje teruggaan. En dan wil ik ook carrots. Alleen die zie ik niet. Oh, jawel. Hierbovenin worteltjes. Zo. Koop. Hoppakee. Dan hebben wij in totaal, jongens, komt-ie... 32 van die en 32 van die. Of 34 inmiddels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En die moeten we allemaal verbouwen. En dan krijgen we als het goed is een geldbeloning. En op die manier werken de missies. En dat zijn dan... Dit is puur de farmers missie. Maar je hebt ook monsterslayers. Dan moet je monsters vermoorden. Je hebt ook minor missies. Dan moet je dingen gaan vermoorden. Of vermoorden, dat zeg ik nou. Blokken vermoorden. Nee, dan moet je blokken hakken en hetzelfde voor ontdekken en weet ik wat allemaal. Dat zijn heel wat. Oké, als het goed is. Hey, missie farmer 1 is succesvol afgerond. Oh, het was wel alleen plaatsen. Of alleen volgroeien. Het ging helemaal niet om het hakken. Het gaat erom, je moet hem plaatsen. En zodra je alles geboomield hebt, dat het volgroeid is bijvoorbeeld, dan heb je je missie gehaald. Ik snap hem. Ik snap hem. Best duidelijk, althans zeg ik het zelf. Eindelijk benieuwd. We hebben hier nu farmer missies. Behaald, prima. Helemaal top. De volgende is beetroots, pumpkin. Oké, maar dat gaan we niet specifiek nu doen. Want ik wil in principe een beetje alles laten zien in deze stream in de loop van de tijd. Dus alleen maar met de farmer missies bezig, maar redden we dat natuurlijk niet. Het leuke is... Ik moet wel nu echt gaan eten trouwens. Dus laten we maar gewoon wat eten kopen. / winkel. Maar trouwens, ik ga het op een leukere manier doen. Ik ga niet / winkel doen. We gaan even langs de winkel. We gaan heel even hier in de span, jongens. Gaan we even langs de vissersgebied. Hier de visvijver. Als het goed is hebben mensen al behoorlijk wat vissen gevangen, ja. Je kan tegenwoordig ook echt hele leuke dingen vissen. Je kan niet alleen maar gewoon normale visjes opvissen. Mensen in Content 2 vinden het altijd leuk om hoofden te krijgen en zo. Gewoon skulls met namen en weet ik veel wat. Dus je kan nu ook roestige blikjes, een kwal, Nemo, een gekke vis, een blaas op Jan de vis, Teddy de haai, Michael de vis. Je kan duistere haai en je kan Herobrine. Puffer. Je kan van alles en nog wat kan je opvissen. Hoe leuk is dat? Het zijn echt collector items. Hele bijzondere dingen om op te vissen. Dat is toch gewoon leuk. Maar winkelgebied. Laten we even gewoon langs de winkel lopen en daar kijken hoe en wat we allemaal kunnen krijgen. Mensen hebben echt al dingen te koop gezet. Gewoon. Oh, er staan wel nog een
typfout staan. Dubbel euroteken zie ik staan bij alles. Oké, maar ik kan wel eten halen. Volgens mij moet je bij de bar hier moet je gewoon je eten halen. Dus laten we heel even kijken of we dat daar kunnen doen. Je begint zin in eten te krijgen. Want ja, ik had het door, Bosbes. Ik ben al onderweg naar de eetwinkel hier. Kijk, dit is wat ik net ook deed het openen. Alleen nu ben ik er gewoon terecht. Ben ik er. Alleen ik zie dat je niet gekookt dingen kan kopen. Wat best wel goed is. Want dan moet je het zelf nog iets, op zijn minst iets aan doen. Maar ik denk dat ik dan gewoon beef koop. En dat dan gewoon ga verbranden. Dus als we hier nou gewoon 1, 2, 3, 4, 5 stacks van kopen. Dan gaan we even langs de ore guy. Ik weet niet waar die zit. Even kijken hoor. We hebben hier monster items. Ore is bij de mines. Oké, dan gaan we slash warp mines doen we. Oh, mine is het waarschijnlijk. Ja, kijk jongens, we zijn nu bij de mines aangekomen. De mines is weer een heel ander gebied. Dan kunnen mensen lekker gaan minen. Die Jaspertje heeft al 2000 blokken gehakt. Jaspertje. Wat een grinder. Wat een grinder, ouwe. Maar hier staat de ore guy, de minewinkelmannetje. Die staat niet in het winkelgebied, die hebben we lekker hier neergezet. En daar ga ik dan weer een beetje kool bij kopen, zodat we gewoon mijn spullen kunnen verbranden. Zo. Even kijken, hoor. Mensen zijn hier lekker aan het minen. Ja, jongens, als je afvraagt wat de mine is. Je kan de mine in en daar spannen zoals dit gewoon random ores die je dan kan hakken. En die krijg je dan gewoon direct in je inventory. En op die manier kunnen mensen gewoon gezamenlijk met z'n allen gezellig blokjes hakken. En op die manier gewoon heel rijk worden. Want ja, blokjes is natuurlijk gewoon geld. Wie is dit? Shard is ook gewoon lekker aan het spelen. Oh ja, hier vliegt een ogen genaamd Walnut met de pot op zijn hoofd. Maar daar moet je niet op letten, jongens. Daar moet je niet op letten op die ogen die daar vliegt. Hé, die is voor mij. Die is voor mij, hoppakee. Zo. Nee, maar de mine ga ik nu niet in. De mine is ook wel iets wat we later misschien even kunnen doen. Alleen, zo te zien zijn er nu zoveel mensen dat iedereen alle oors aan het stelen is. Dat moet je waarschijnlijk op een iets rustiger moment moet je dat doen. Maar ja, een Jaspertje bijvoorbeeld. En hier een Ilia M2010. Die hebben al 2000 blokken gehakt. 2000. Dat is toch ongelooflijk dat je al 2000 blokken hebt gehakt. Dat is echt, de server is voor Netherite pas sinds 11 uur 's ochtends open. En nogmaals, vanaf morgen, ik zeg het 100 keer, maar vanaf morgen 11 uur is hij voor jullie allemaal open. De PvP arena. Er zijn nog niet zo heel veel PvP'er geweest. Er zijn nog niet zoveel mensen die hebben gepvp'd. Maar ja, mensen zijn eerst hun spullen aan het verzamelen. Voordat je gaat PvP'en heb je wel goede spullen nodig. Anders verlies je je spullen en dan ben je alles weer kwijt. En dan kan je niet PvP'en. Dat is ook een beetje zonde. Hallo Max. Even kijken hoor. Ik wilde naar mijn eiland toe. Doen we 360 zo. Want ik ga even mijn eten ga ik in een furnace stoppen. Maar dan moet ik wel een furnace hebben. Maar wij kunnen furnace maken. Niks aan de hand. Oeh, hoe maak je ook weer een smoker jongens? Volgens mij moet je dat met een normale furnace doen. Hoe maak je ook weer een smoker? Ik ga ook even wat meer kisten maken, want nu zit die vol. Even kijken hoor. Kissy, hier, hoppakee. Zo. Hoe maak je ook weer een smoker? Hoe doe je dat ook weer? Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Dit allemaal even hierin dumpen, zo. Laten we trouwens, dat is een beetje zonde, we hebben die farm hier, maar er staat nu niks op. Dus laten we even goed gewoon worteltjes verbouwen. Het is een beetje zonde dat ik die farm heb gebouwd om er vervolgens niks meer mee te doen. Zo, worteltjes, ik bedoel aardappeltjes zo. Aardappeltjes. Furnace en vier hout. Vier hout maar? En dan gewoon neem ik aan wel de groot hout, dus zoals dit bijvoorbeeld. Of is dit, kan dit dan weer... Oh ja, dit is wel precies goed. Zo, nou, top jongens, dank jullie wel. Dit huisje hier mag wel weg. Ik weet niet, dit is een kleine gekke... dingetje wat hier staat, die ladder, die kan ook weg. Die leidt namelijk nergens meer naartoe. Dit moet echt opgelost worden, dit hier. Dat moet echt opgelost worden. Heeft het niet gewoon met tickspeed te maken, dat die nog gewoon uitstaat of zo? Of is dat iets een eilandinstelling die ik zelf aan kan passen? Dat weet ik eigenlijk niet. Je hebt 8 ovens gemaakt. Is goed, toch? Dat is precies goed. Zo, hoppakee. 8 ovens is goed, want ik heb, als het goed is hier, kan ik een half stekje erin doen. Dan kunnen we een half stekje hierin doen. We kunnen een half stekje hierin doen. Doen we een half stekje hierin. Doe een half stekje hierin. Hier een halve stek. Hier een halve stek. Hier een halve stek. Nou, dan doen we hier gewoon nog die bij. Zo, verdelen we het een beetje netjes. Zo. En dan zo. En dan... nou, doen we het zo. Prima. Oké, dan gaan we dit ook weer netjes verdelen. Even over alles. Dat ik ook mijn kool gewoon goed ga verdelen. Dan kunnen we namelijk even al mijn eten kunnen we gewoon smelten. Zo, kijk. Gaan we het op die manier gaan we doen. Dan komt het, als het goed is, komt het precies uit. Beam. 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 Hoe kom ik nou in 31 hier? Wat heb ik gedaan? Oh, ik heb het weer verpest. Ik heb het weer verpest, jongens. Ik ben weer te moeilijk aan het doen. Ik ben weer moeilijk aan het doen. Het is goed zo. Het is goed zo allemaal. Oké, ik heb nog nooit een smoker gemaakt. Wisten jullie dat? Dit is mijn eerste keer dat ik ooit een smoker in Minecraft zelf heb gemaakt om te gebruiken.
Ik kreeg reclame. Je hebt weer monies verdiend. Let's go, Lot B. Let's go. Altijd de reclame afkijken. Niet skippen. Niet die reclame skippen, jongens, als je hem krijgt. Dat is mijn inkomsten. Gun het. Gun de inkomsten. Zo. Laten we dit allemaal weghalen hier. Er zijn ook 160 mensen online. Volgens mij is er ook echt een feestje in survival gaan. Want nogmaals, op de server, jongens, is er ook gewoon survival in plaats van Skyblock. Als je dat leuke vindt. En daar is al helemaal volgens mij al een feestje gaan. Daar kan iedereen op het moment op spelen. En daar kan je met hoofden vinden en daardoor geld verdienen. En gems krijgen en zo. Gewoon gratis. Gewoon gratis geld en gems krijgen in de survival. Ongelooflijk. Zoals goed zijn mensen er ook allemaal. En de cactus heeft een hoedje op en een gezichtje. Nou, een cactus met een gezicht? Hoe leuk wil je het hebben? Hoe leuk wil je het hebben? Nee, je kan niet op de tablet spelen. Natuurlijk kan je wel op de tablet spelen, joh. Je kan alle ballen spelen. Wil je hem uit hebben, de airco? Heb je het koud? Oké. Okay. Sorry, jongens, moet even de airco uitzetten. Mijn vriendin die heeft het koud. Jij hebt pech, zeg je. Je skipt de reclame. Ah, dat vind ik heel jammer, dit. Dat vind ik echt heel jammer. Dat vind ik echt heel jammer. Ik heb ook reclame geld voor jou. Let's go, jongens. Ik kan ook volgens mij gewoon reclame toevoegen wanneer ik wil. Maar dat ga ik niet doen. Dan kan ik gewoon zeggen, ik wil nu reclame. Volgens mij is dat een optie. Ik weet alleen niet waar met YouTube, maar... Volgens mij is dat een optie. Oké. Nou, we hebben hier, zoals jullie kunnen zien, jongens... Mijn eiland eindelijk een keertje helemaal plat. Dan gaan we die blokjes gaan we even wegdoen weer hier. Zo, hoppakee. Op zo. Dan hebben we hier steak. Allemaal steak. Ik heb eten genoeg. En wat ik dan denk ik waar ik dit ga bewaren is in eiland chest. Dan heb je hier de eiland kist. Ik denk dat ik in deze kist gewoon merendeels van eten ga gooien. Dan kan ik het namelijk altijd op een afstandje kan ik het gewoon pakken. Ik skip geen reclame meer voor je. Dankjewel, genio, joh. Dankjewel. Geen reclame skippen. Wat als je doodgaat? Nou, ik ga het even demonstreren. Als je naar beneden springt, jongens, van je eiland. Geen zorgen. Je komt hier terecht. Oké, ik dacht dat je op je eiland zelf terecht kwam. Maar blijkbaar, je gaat in ieder geval niet dood. Geen zorgen, je gaat niet dood. Je komt gewoon op je eiland. Of je gaat niet dood. Ja, behoud je spullen. Heel raar dat ik hierboven terecht kom, maar eigenlijk wel goed. Want nu kan ik gewoon even alles weghalen hier. Slechts winkel. Het komt eigenlijk wel heel goed uit dat ik hierboven span. Dan ga ik namelijk gewoon twee ijzer kopen zo. Boing, boing. Dan kan ik een schaar maken. Dan gaan we dit eventjes allemaal hier... weghalen! Ja! Die leaves kunnen weg. Oh, ik ben op zich wel blij mee, want dan heb ik gewoon wat leaves. En leaves zijn echt de perfecte decoratieblokken, jongens. Jullie kennen dat. Leaves zijn de perfecte decoratieblokken. Oké, ja, tuurlijk. Twee seconden. Even kijken. Gaan we dit allemaal weghalen? Zo. Hoppakee. Oh, nee! Waarom val ik nou weer? Oh, ik was zo perfect. Wacht. Misschien als ik weer naar beneden spring, dat ik dat nog een keer krijg. Je kan ook hoofden vissen in survival. Kan dat? Sinds wanneer? Ik moet heel even wat checken, jongens. 2 seconden. Kost nog misschien... Even kijken. Wat is er aan de hand? Hier. Ja, Joris. Alleen dat is wel een beetje vervelend. Alleen het kan wel. Maar ja, dat is... Ja, als voor jullie vervelend is, dan kan het wel. Wat mij betreft. Zo, oké. Even kijken. Laten we dit allemaal doorhakken, jongens. Dan zijn die leaves allemaal hier. Wat goed dat ik hierboven trouwens terecht kwam. Dan ben ik echt heel blij, hoor. Dan kan ik al die leaves weer weghalen. Dan kunnen we al die leaves weer weghalen. Zo. Dat is toch geweldig, dit. Zo. Ik ben heel benieuwd wat jullie zelf van de Skyblock gaan vinden, jongens. Kijk, jullie kunnen nu gezellig bij mij meekijken. Maar voor degenen die het zelf willen spelen, kunnen vanaf morgen ook gewoon lekker spelen. Hoe leuk is dat? We kunnen hier gewoon zelf ook een keertje spelen. Of een keertje. Meedoen. En wie weet, want ik wil uiteindelijk ook met kijkers op mijn eiland toe... Mijn schep is stuk. Of mijn ding is stuk. Uiteindelijk ook mensen op mijn eiland toelaten. Slash winkel. Even een nieuwe schaar kopen. Beam. Koop. Oh, dan heb ik als goed is 3 gekocht. Dat is niet helemaal de bedoeling. Oh, dan zijn die blaadjes ook weg. Dan is mijn eiland even netjes. Dan kunnen we beginnen aan gewoon bedenken wat we gaan doen allemaal op mijn eiland. Even kijken hoor. Laat ik eerst even dat daar allemaal weghalen hier. Dan kan ik namelijk... Deze boom is namelijk laag, hè. Zo. Is allemaal weg. En dan hierheen. En dan springen we hierheen. Dit allemaal weghalen. Dit hier ook weg. Zo. 900 mensen, jongens. Welkom allemaal bij de livestream. Vergeet zeker even niet te liken. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even. Speel je nog niet op de server? Speel even.
Er zijn van alles en nog wat dingen die ik hier aan het promoten ben. Maar hè, het is ook allemaal gewoon even heel leuk en gezellig. Dus zo, allemaal weg. Dan springen we hier terug naartoe. Kan die weg. Jij kom ik... Nou kom ik zo meteen voor jou. We gaan eerst dit hier allemaal even fixen. Zo. Allemaal weg. Allemaal slopen die handel. We hebben er niks aan die boom hier die aan het vliegen is. Dat moet gewoon allemaal weggehaald worden. Jij moet weg. Zo. En dan gaan we nu naar deze man in de lucht toe. Deze twee, die daar. Kijk, kunnen we dit trouwens slopen in de tussentijd? Zo, hoppakee. Zo, boing, hierheen. En dan gaan we zo. En dan gaan we zo. Trr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 r
bijna dood. Ik ga bijna dood. Zo, kijk. Op die manier kunnen we gewoon lekker alles doen wat we willen. 171 mensen online. Dat is wel echt insane. Dat is wel echt weer even insane. Zo, het eiland is helemaal top zoals dit. We hebben, nou niet top, maar het is wel gewoon... Even een goede start hebben we op zijn minst nu al. We hebben die dingen weggehaald hier. We hebben een farmpie waar we goed mee bezig zijn. We hebben hier onze dure blokken. Ik wil daar misschien een quartz platform voor. Quartz wil ik typen. Slash winkel natuurlijk. Zo, Tess, kom even een slokje drinken. Kan ik quartz kopen? Ja. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Want ik wil even dat platform toch een beetje mooi hebben. Ik zei dat ik dat eigenlijk niet wilde specifiek, maar... Dit wil ik smooth hebben. Moet je smooth quartz in de oven stoppen? Oeh, wat heb ik daar eigenlijk helemaal geen... Ja, we gaan het wel doen dan, maar... Bleh! Ik dacht ik kan het gewoon lekker gewoon maken, maar nee. Huh? Nou, oh, ik kan zeggen, ik dacht dat ik maar één had. Dan gaan we een andere kant hier doen, zo. Tong, 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 tong. Hoppakee. Dan kopen we even nog wat, even kijken, wat kool. Waar is mijn... Oh, hier bovenin. Ik kan zeggen, waar zijn de oors? Maar die zijn hier bovenin. Ponk, 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 ponk. Zo. Dan kunnen we gewoon 50-50 kunnen we doen. Zo. 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 En dan zo. Dan gaan we even al dat kwarts gaan we ook omsmelten. Dan heb ik namelijk een iets mooier platformpje waar al mijn dure blokken op staan. Al die dure blokken mogen niet op hout staan. Dat is een beetje leem als je dat op hout zet. Dat moet je smelten, toch? Althans, of ik ben nu echt voor niks dit allemaal aan het doen. Al die blokken hier, of die furnaces aan het plaatsen. Dat zou ook wat zijn als het allemaal voor niks is. Koop, 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 koop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoppakee. Dan kunnen we gewoon elk overal een stekje in doen. Zo, dat is wel duur trouwens. Ik heb wel heel veel geld uitgegeven, zie ik nu. Oh mijn god, wat heb ik veel geld uitgegeven. Oh, daar schrik ik van. Ik wist niet dat het zoveel geld zou zijn. Welke blokken zijn nog meer goed, jongens? Slash... eiland values, volgens mij. Mijn toetsenbord loopt vast. 2 seconden. Ah, je ziet het ook in de chat staan. Ah, gewoon letterlijk alsof ik het zeg. Mijn toetsenbord die loopt vast. 2 seconden, zo. Dan moet ik altijd even mijn draadje erin en uitstoppen. Dat ik ben blij dat het niet tijdens het lopen was, anders was ik zo mijn eiland afgelopen. Hoppakee, zo. Dan gaan we even al die blokken eruit halen hier. Ik weet niet waar ik over aan het praten was, maar dat is nu gewoon... Over... Oh ja, ik was island values wilde ik doen. Island... values. Dan kan je als het goed is kijken hier. Iron blocks zijn ook goed. Een beacon. Hoppers zijn heel goed. Mijn kist is blijkbaar ook wat waard. Alleen niet echt heel veel. Dus ik ga niet heel veel kisten plaatsen. Ik denk dat ik gewoon hier moet nemen. En netherite blocks. Misschien kunnen we even van elk eentje kopen. Dan kunnen we het platform daar gewoon... Ja, dat vind ik een leuke opdracht, jongens. Dat is een hele leuke opdracht. Als we nou gewoon even dit hier allemaal van kwarts ten eerste doen. Zo. Dan kan ik het even mooi maken. En als ik nou van elk blok vast eentje plaats... Dan kan ik ze gewoon verzamelen. Dan ben ik gewoon een echte verzamelaar hier. Dat is een hele leuke. Dat vind ik echt een hele leuke opdracht. Ja, ik zie jou in het bericht nu, Joris. Dan heb ik liever even alert blijven. Vanwege gewoon dat het best wel lekker gaat nu. Anders moet alles weer opnieuw opstarten. En weet ik wat allemaal. Dan gaat het weer een beetje... Moet het op gang komen weer. Zo, komt ie. Hoppakee. 1, 2, 3, 4... Bonk, 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 bonk. Zo. Als ik daar... Nee, je kracht hier aan, jongen. Ik kom je ophalen. Oh, ik heb hem niet gevangen. Wat zonde. Wat zonde. Sta ik er inmiddels... Ik sta erop, jongens. We staan erop. Kijk, op plek 7. Lekker wel met level 9. De man hierboven. Woutig, waar sta jij? Woutig staat op plek 4. Let's go, Woutig. Goeie skin trouwens. Hij staat op plek 4. En op plek 1 heeft iemand een level 49. Hoe kom je nu al aan level 49 op je eiland? Kom je eraan? Oh mijn god.
Laten wij naar mijn eiland gaan. Ik weet... hallo? Ik weet niet wat ik hier deed. Zo, huis. Hoppakee. Wat was ik aan het doen? Oh ja, kwarts. Ik was met kwarts aan het klooien. Want, jongens en dames, sorry. Ik wil dat ik van elk blok... Ik wil één netherite blok hebben nog. Ik wil een gold blok, nog een ijzerblok, redstone en kool. Ik wil van elk blok wil ik het op mijn eiland hebben. Dus even kijken. Hier kunnen we allemaal dit van maken. Zo, poing. Hoppakee. Dan gaan we dat allemaal hier mooi plaatsen. Toenk. En dan dit allemaal weghalen. Dan gaan we hem iets verlengen. En dan ga ik het ook een beetje anders plaatsen. Denk ik. Nou, nee, niet. Ja, ik moet het wel in een goede volgorde moet ik het plaatsen natuurlijk. Oh, dan is dit gewoon echt mijn museumeiland. Uiteindelijk wordt hij nog veel mooier. Dat is logisch natuurlijk. Hij moet iets breder ook dan worden nog. Zo, kijk, want hier komt dan het volgende blok. En aan de andere kant ook. Even kijken hoor. Hoe gaan we dit doen? Wat voor soort blokken heb je allemaal van ores, jongens? Je hebt kool, ijzer, koper, redstone, lapis, diamond, emerald, netherite. Mis ik er nog één? Hoeveel zijn dat er trouwens? Ik heb niet geteld. Kool, lapis, nee, kool, koper, ijzer, redstone, lapis, diamond, gold. Gold mis ik volgens mij. Emerald en netherite. Dat zijn er 9. Lapis. Wat zit je mij uit te lachen, lapis? Lapis lazuli bedoel ik natuurlijk. Lapis, ja, hoe moet ik het anders noemen? Lapis. Hoe moet ik het anders noemen dan lapis? Oké, okay, dan heb ik een 9 in totaal. Plek voor 9, jongens. Gaan we regelen. Gaan we regelen. Dan hebben we nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, als het goed is. En dan nog eentje. En dan de netherite moet dan maar gewoon apart staan. Netherite is natuurlijk overpowered. Is het duurst ook. Dus die moeten we een apart plekje geven. Kwart. Ja, kwart is toch niet zo... Niet, dat is geen oor. Kwart, ja. Nee, zeker niet. Nee. Dat vind ik een heel ander verhaal, dit. Vind ik heel anders. Oké, dit heb ik volgens mij niet helemaal goed gedaan. Ik ga het nog een keer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, maar dan moet het even anders. Want ik hier mis ik... Hier heb ik 1, 2, 3, 4, 5. Ik, jongen, wat ben ik aan het doen? 1, 2, 3, 4, 5. Oké, zo. En dan klopt dit. En dan moet hierachter gewoon nog een platform zijn voor een andere. Laten we dan heel even naar winkeltje gaan. Naar de winkeltje gaan. Ik wil namelijk... Koper ingots wil ik er hebben. Gewoon 16, sure. Waarom niet? Prima. Dan wil ik er van... IJzer wil ik er ook nog een paar hebben. Sure, waarom niet? Dan wil ik er van kool ook nog een paar hebben. Sure, waarom niet? Hoppakee. Dan moest ik er ook nog van... Lapjes moest ik er nog hebben. Zo. En redstone moest ik er nog een paar hebben. En ik moest er nog een paar van... Emerald heb ik al. Diamond ook. Gold moest ik hebben. Oeh, de gold is wel duur. Oeh, dat is wel wat duurder. Ik vraag me af of ik nog wel goed heb. Tony Gain. Oh, Skyblock is nog niet open. Nee, Tony. Mijn jongen. Voor normale mensen zoals jij. Nee, voor mensen die geen netherite drank hebben. Is het pas vanaf morgen 11 uur open. Dat hebben we gedaan omdat we net open zijn. En we hebben in het verleden het zo vaak open gegooid. En dan zijn er nog wat fouten. En dan hebben al te veel mensen de fouten ervaren. Dus netherite zijn mooie, goede proefkonijnen allemaal. Die kunnen mooi testen. Je kan morgen spelen, Tony. En ik weet dat jij echt mega fan bent. Van Skyblock. Ik ken jouw passie hoe met Skyblock en zo. Geen zorgen, Tony. Maak je geen zorgen. Je kan morgen Skyblock spelen. Niks aan de hand. Ik weet dat het je echt heel diep ligt. Oké, okay, komt-ie. Lappies. Zoals ik mooi nog gepest word in de chat. Oké. Okay, dan gaan we die allemaal plaatsen. Want, zoals ik net al zei. Ik wil... IJzer mis ik. Ik mis IJzer. Geen zorgen, wacht. IJzer kunnen we hier doen. Hoppakee. Wat zien jullie nou echt als het meest skere blok dat er is? Het meest poep blok van deze. Is dat kool of koper? Welke vinden jullie eigenlijk... Kijk, koper kan je heel mooi mee bouwen. En kool is gewoon handig voor in de furnace. Maar welke vinden jullie zeg maar echt het laagst van het laagst? In dit geval. Welke denken jullie dat dat is? Kool. Koper? Cola. cola. Dan zetten we die als laagst. Iemand speelt het verkeerd. Kool wel, toch? Ja. Waarom zeggen zoveel mensen koper? Ik vind kool vind ik lager dan koper, hoor. Ja, oké. Okay. Meerderheid zegt ook wel kool, denk ik. Laten we gewoon beginnen met de kool. Dan koper. Dan hakken we deze allemaal... Oh, dat gaat echt... Wacht, nee. Ik kan met shift kan ik ze hakken.
krijgen ze allemaal. Dan ijzer. Dan gold. Oh, ik mis mijn redstone blokken, mis ik ook. Wacht. Dan mijn redstone. Kijk, die moet op de volgende pagina. Daarom zag ik hem niet. Zo, redstone. Denk ik. Of redstone of ijzer, jongens. Wat is meer waard? Redstone of iron en gold? Ik vind het moeilijk. Ik denk namelijk, mijn logische manier van zou zijn... dan redstone. Dan lapis. Dan diamond. En dan emerald en netherite. Klopt dat, jongens? Vinden jullie dat een logische volgorde van... wat dingen waard zijn en zo? Trouwens, het mooie nu is, zie ik nu... Ik hoef alleen nog maar netherite te plaatsen, volgens mij. Toch? Ik heb alles hier, alleen netherite niet. Dus als we nou netherite hier gewoon achter doen... Dat we hier gewoon het heilige platform voor netherite maken. Even kijken hoor. Wat een Italiaans muziekje. Dat weet ik altijd, zodra ik bij het Italiaanse muziekje ben gekomen... is het tijd om playlist te resetten. Zodra ik reken dat dat gitaartje hoor, dus dat is dan wel mooi geweest. Oh, emerald mis ik nog. Nee, ik mis emerald nog, jongens. Emerald heb ik ook nog niet geplaatst, sorry. Excuses aanvaard. Door mezelf. Ik val naar beneden. Gelukkig ga ik niet dood, anders ben ik 100 keer dood geweest. Als ik echt 100 keer gewoon alles kwijtgeraakt. Als je gewoon al je spullen zou verliezen. Heb je Discord? Ja, er is een Discord. En moderator René zal nu, of Zarazal zal nu het Discord linkje in de chat zetten. Dat is content.vn.nl/discord. Dat is het mooiste linkje die we hebben. Iemand heeft me armor gegeven trouwens. Plus troet Fons, je grootste fan. Maat, ik ga deze armor aantrekken. Deze... Die gaan we wel weggooien. Plus troet Fons, je grootste fan. Want mijn leven niet zo goed. Mag ik op je eiland wonen? Ik wil mijn getven verzetten. Wat? Maat, ik heb geen idee wat je allemaal aan het zeggen bent. Maar dankjewel voor de armor. Met hele goede titels op die armor en zo. Ik sta gewoon voor... Opa Toos. Jij staat voor Opa Toos. Opa Toos is overleden. Nee, grapje. Opa Toos is niet overleden. Dat is al heel duister. Zou dat ineens zijn. Ik was met... Dit wilde ik doen. Ik wilde hier nog slabs van maken. Want dan kan ik mijn platform namelijk precies eentje uitbreiden. Aan allebei de kanten. En dan... Oh mijn god. Wat ben ik snel? Huh? Waarom ben ik zo snel? Oh, er staat Swift Sneak op. Ik denk, waarom ben ik zo snel tijdens het shiften? Ik denk, er klopt hier iets niet. Maar omdat ik Swift... Jee, dit is heel raar om zo snel te zijn. Ik kan niet Minecraften zo met zo snel shiften. Ik ben gewoon bijna sneller met shiften dan met normaal lopen. Het is heel vreemd dit. Echt heel vreemd. Oké, kijk, het mooie nu is... we moeten alles weer opschuiven. Hier, jongens, ik moet die weer hakken. Maar geen zorgen. We plaatsen ze weer allemaal terug. Nergens om jullie druk over te maken. Kool als eerst, want kool is poep. De koper daarna, want koper is iets minder poep. IJzer daarna, want... Dit is geen ijzer, dit is kwarts. IJzer daarna, want kwarts... Ik ben echt praten, jongens. Zwaar, af en toe. Het is een lange dag. Dat is ook niet helemaal waar. Kijk, zo. Zo, en dan kan hier de netherite precies. En als het goed is, is het dan... Hij is ook symmetrisch, ja! Ja! Oké, wacht, dan gaan we deze gelijk allemaal erop doen. Kijk, poing, dan gaat die erop. En dan doen we er ook bij. En dan hebben we hier de 21. En... Oh, nee, maar ze zitten net te dicht op elkaar, zie ik nu. Want... Die holograms die overlappen. Nou, dat is geen probleem voor de toekomst. Toekomststreams. Toekomststreamprobleem. Nu heb ik zo'n lelijk hoofd van jou. Max, ik heb je hoofd in survival gekregen. Eigenlijk kreeg. Let's go, Tony! Dat meen je! Weet je hoe duur die dingen zijn? Die kan je op marktplaats wedden. Voor 2,5 ton kan je die verkopen. Die dingen, die ze hebben echt gewoon... Die beheersen gewoon de economie van survival, die hoofden. Je hebt een legit... Weet je hoeveel mensen daar een moord voor zouden doen? Gewoon om die uit de kreet te krijgen, die hoofden. Dat is echt waar. Ja, echt waar, Tony. Oprecht. Kijk maar op Marktplaats als je naar het mannetje toe loopt. Die mensen doen echt een moord voor dat gewoon. Die geven echt gewoon... Die zouden hun nier geven, zodat ze dat hoofd kunnen krijgen. Honing op je koper. Oh, honing op mijn koper. Wie is dat? Wie zei dat? Bjorn van Dijk. Maat, dankjewel. Hele goeie. Shout out jou. Kan ik dat kopen? Farms en eten. Kan ik honing kopen? Oh. Ik kan wel een bijnest kopen, maar ik weet niet of er bijtjes in zitten. Ik weet niet of ik honing kan kopen. Oh. Wat een goeie. Anders gaat het oxidizen. Niet dat het erg is. Oh ja, ik kan honing kopen. Eentje is precies goed. Daar komt-ie. Hoppa.
Ik zat even te denken wat ik ook weer moest doen. Dat ding natuurlijk op... Ik ga hem gelijk verkopen. Mijn hoofd is mooi. Ja, Tony, wat is dit nou, ouwe? Wat is dit nou? Ik moet nu alleen nog één netherite blok hebben. Maar ja, één netherite blok. Hallo, hoe duur is één netherite oor? Een netherite oor kost 3000. Weet je, dat betekent dat ik 3000 keer 9 moet doen. Dat is 27.000, jongens. Als ik 27.000 euro heb, kan ik één netherite blok doen. Dus, wat wij gaan doen, is we gaan even naar de span. Dan gaan we even naar, nog een keer naar span, want anders span ik inderdaad hier. Dat is niet helemaal netjes. Hallo? Ik wil eruit, ja. Je hebt hier namelijk het geldhuis. En bij het geldhuis, jongens... Oh, vuurwerk. De vuurwerkshow. De vuurwerkshow. En als het goed is, komt er daar dan ook vuurwerk. Nee, het is net buiten mijn renderistens. Oh, nee, niet. Dat is het al vuurwerk. Kijk, je hebt hier het geldhuis. Laten we even kijken... of iemand hier bezig is met coinflips. It's Tim heeft al 63 coinflips gedaan. Heeft er iemand een coinflip? Ik ben wel benieuwd. Even kijken. Coinflips. Zijn er coinflips op het moment... JTH Power heeft er een voor 5000. Weet je, JTH Power? Ik ga hem met jou doen. Dat betekent, jongens, dat ik nu 5000 euro heb ingezet en ik krijg... Nee, ik ben mijn 5000 euro kwijt. Poepzooi. Het leuke met die coinflips is, dan zet iemand 5000 euro. Dan kan je zeggen, oké, prima, weet je. Ik wil ook gewoon 5000 euro erop zetten. En dan is het 50-50 wie 10.000 euro krijgt in totaal. Maar, oh, jemig, dat is wel heel eng. Ik heb niet gewonnen. Ik heb hem niet gewonnen. Heeft nog iemand een coinflip? Ja, 100.000, dat heb ik niet. Weet je, ik ga er zelf één starten. Ik ga er zelf eentje starten. Aan de kant, jongens. Coinflips aanmaken. Ik ga hem aanmaken voor 20.000. Ik heb een coinflip van 20.000 euro aangemaakt. Iemand gaat... Oh, wie is dit? Kom op, kom op. Kom op. Ja, ik heb hem gewonnen. Let's go. We hebben geld verdiend, jongens. Let's go. Oh, nu heb ik 62.000 euro. Tegen Jaspertje. Oh, Jaspertje heeft hem geaccepteerd. Weet je, dat is ook gewoon goed. Dit is ook gewoon... Ik ga akkoord hiermee. We hebben gewoon 20.000 euro gewonnen. Let's go. Oké, dan kijk, je ziet ook in de chat. It's Tom heeft zojuist PE. Erik Sava. Of Erik Sava. Erik Sava. Ik spreek helemaal verkeerd uit volgens mij. En een voice krijgt het helemaal fout. Verslagen voor 20.000 euro. Max, kom een potje. Ja, maar weet je wat is? Ik heb nu... Ik ga eerst even mijn netherite blokje plaatsen. Want dat wilde ik heel graag. En dan kunnen we altijd nog kijken of we een beetje geld gaan verliezen. Zo, weet je. Dus laten we heel even naar de aardewereld gaan. / aarde. Nu kan ik met de winkel kan ik gewoon mijn netherite kopen. Kijk, dan kan ik er 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 netherite. 27.000 euro. Dat is wel heel veel. Maar kijk, nu heb ik wel één netherite blokje. We zijn level 10 trouwens op ons eiland. Maar ik denk dat dit netherite blokje mij al gelijk van level 10 naar... Boom! 14! Het is gewoon 4 levels! Gewoon 4 levels! Damn, we zijn level 14. Betekent dat niet dat we nu al best wel hoog op de ranglijst staan? Even kijken. 14. Nou. Dan gaan wij... Waar staan we? We staan er niet eens op het moment. Huh? Oh, dat moet hij updaten weer. Dat is heel raar. Dat moet hij elke keer updaten. Ja, hij is nu al level 106. Nou, in ieder geval, jongens, wij zijn level 14. Dat betekent dat we als het goed is samen met de knappe kop hier op plek 5 gaan komen. Althans, dan kom ik op 6. Of hij komt op 6. Een van de twee. Dat zal gewoon random zijn. Maar dat is leuk. Dat vind ik leuk. Oké, wij hebben al best wel veel gedaan, zeg ik het zelf. We hebben hier alle blokken die veel geld waard zijn op een rijtje staan. Uiteindelijk wil ik dus, zoals dit, die diamond blocks, wil ik ze allemaal gaan stacken. Dat we echt heel veel krijgen. Maar daarvoor moet je dingen gaan kopen. Moeten we de mine ingaan? Moeten we meer geld verdienen? Weet ik wat allemaal. Dat zijn gewoon dingen die we allemaal nog gaan doen. Dus het komt allemaal goed. En we moeten natuurlijk ons eiland ook mooi maken. We hebben gewoon echt, wat is dit voor armor überhaupt? Hoe komt iemand hier nu al aan? Even kijken. Deze oorzie kan ik trouwens wel gewoon vasthakken en omsmelten. Oh, ik kreeg ze ook gewoon... Oh, nee, nee. Laat maar, jongens. Ik dacht dat ik Silk Touch had of zo. Ik dacht dat ik ze gewoon als oor zou krijgen. Tuurlijk krijg ik ze zoals dit. Laten we dit allemaal hakken. Dat snelle shiften, daar moet ik heel erg aan wennen. Dat ik nu zo'n broek heb waardoor ik gewoon heel snel rondshift zoals dit. Daar moet ik echt aan wennen. Dan hebben we hier deze gaan we pakken. Dan kan ik deze namelijk allemaal al een beetje gewoon omsmelten. Hé, mijn mijnwerker is omhoog gegaan. Let's go! Heb ik niet trouwens ook een eilandmissie voor mijnen die ik nu gewoon bijna gehaald heb? Even kijken. Eilandmissies. Je hebt hier de mijnwerkermissies. Ja! Ik hoef nog maar een paar keer koolore te minen. En als ik dat gedaan heb, dan heb ik gewoon mijn eerste eilandmissie. En dan heb ik een generator update. Ja, ik moet een cobblestone generator hebben, jongens. We zijn inmiddels al een uur en 13 minuten live. Er zijn de hele tijd 900 mensen. En hoe heeft nog niemand in mijn reactie gezegd, Max...
Je bent Skyblock aan het spelen en je hebt nog niet eens een cobblestone generator gemaakt. Ik heb nog niet eens een cobblestone generator gemaakt. Hoe erg is dat? We gaan wel dit allemaal omsmelten hier. Hoe maak je ook weer blast furnace, jongens? Hoe maak je ook weer een blast furnace? Daarmee kan ik namelijk sneller mijn oors smelten. Mijn oortjes. Moet ik weer met een normale furnace doen? Ik hoef er iets minder te hebben van deze, vind ik. Even kijken hoor. Volgens mij doe je dat met smoothstone, toch? Smoothstone. Zullen we even kijken? / winkel, kan ik dat kopen? Of moet ik dat omsmelten? Misschien kan ik dat wel kopen. Nee, dit is geen smoothstone. Oeh, die kan je niet kopen. Dat is taai. Dat betekent dat we gewoon ons best moeten doen en dat zelf moeten halen. Dat moet je stone. Moet je volgens mij omsmelten naar normale blokken. En die, of naar stone, smoothstone, zo. En dan die hier ook uit. Kan die erin. Hallo? Oh, even kijken. Dan die hierin weer. Zo. Oh, die had ik hier uitgehaald. Zo, die hierin en dan zo. Kijk, nu gaat het allemaal omsmelten. Doe de kwarts even wegleggen. Zo, hoppakee. Dan wil ik dit namelijk gebruiken, dat smoothstone, om blast furnaces te maken. En met die blast furnace kunnen we weer ons oors sneller smelten. En dan... Dan gaan we een cobblestone generator maken. Want zoals ik had beloofd. Waar gaan we die maken? Ik denk... Hier. Dat we hier onze cobblestone generator maken. Daar kan ik wel vast een pad naartoe maken. Met dirt, natuurlijk. Met ons geliefde dirt. Oh, dat is sneller. Jee, kijk dit nou! Boe, ik ben zo snel met die... Dat is zo erg wennen. Dat je zo snel shift. Maar dat komt echt door die broek die ik aan heb. Ik heb echt een magische broek aan, jongens. Ongelooflijk. Hier de cobblestone generator. Die gaan we gewoon heel simpel even zoals dit doen. Uiteindelijk moet het allemaal mooi worden. Dat weten jullie. Dat weten jullie. Maar dat komt allemaal goed. Jullie hebben vast wel vertrouwen in mij. Althans, ik hoop het. Hier komt ook cobblestone generator. Eerst even die blokjes er weer uithalen hier. Zo. Zo. Zo, hoppakee. Dan, even kijken. Heb ik dit? Is dat dan niet gewoon... Zo? Doe ik het fout? Hè? Smoot zo'n... En ijzer. Oh, en ijzer of zo. Hoe doe je dit, jongens? Hoe doe je dit? Hoe maak je een blast furnace? Hoe maak je een blast furnace? Iron, smoothstone en oven. Ja, dat heb ik. Ik heb een oven. Ik heb smoothstone. En ik heb ijzer. Zou je toch zeggen dat ik hem kan maken? Vijf iron boven. Vijf. Is dit het? Zo? Nee. Huh? Drie iron onder? Is dat het onder misschien? Ik kan me herinneren dat het zoiets als dit was. Hè? Drie smoothstone, één stone oven en vijf ijzer. Oh, wacht eens even. Zoals dit. Nee. Ja, jawel, dit is hem. We hebben hem, jongens. We hebben hem. Nu heb ik meer ijzer nodig. Ja, dat wil ik dus opsmelten. Dat is een beetje het probleem. Oké, we hebben hem. Dan gaan we gewoon even wat ijzer kopen. Dat is namelijk, voor nu is het even handig dat we dit hebben. Dan kunnen we het gewoon altijd omsmelten. Iron ingots. Weet je, ik koop er gewoon 16. Kijk, ik wil niet allemaal geld elke keer uitgeven. Ik wil het natuurlijk ook natuurlijk kunnen krijgen. En dat doen we een beetje op deze manier. Dan moet ik nog even wat cobblestone hebben. Zo. Kunnen we dit gewoon hakken hier? Dan krijgen we wat cobblestone. Zo. Allemaal prima. Dan kan ik furnace maken, weer twee. En dan doen we zo, zo. En dan maken we die erachteraan. Hoppakee. Kijk, jongens. En nu heb ik hier gewoon vier van die blast furnaces. En daar kan ik dit soort dingen zoals dit allemaal insmelten. Nou, hartstikke leuk. Goed, cobblestone generator. Die hebben we natuurlijk nodig. Want dan kunnen wij voortaan ook gewoon daar ons hout of steen hakken als we dat nodig hebben. We hoeven dat niet alleen maar te kopen. Ook al kan je echt alles kopen wat je wil gewoon in de winkel. Je kan letterlijk alles kopen wat je wilt. Heb ik hier nog dingen die moet gesmolten worden? Nee, volgens mij was dat hem wel, hè? Volgens mij. Ja, laten we die potatoes ook omsmelten hier. Zo. Dat kan natuurlijk niet. Je moet in de smoker. Potatoes gaan we hier omsmelten. Zo. Hoppakee. Gooi we die hierbij. Die doen we dumpen even hier. Een cobblestone generator. En het ding is... Een cobblestone generator maak je... Ik weet hoe je maakt. Ik heb letterlijk het voorbeeld in de span. Kijk, we hebben hier in de span hebben we een voorbeeld staan. En die heb ik niet... Jezus, wat zijn er veel... Ik kan zeggen veel netherite, maar alleen netherite kan alleen zijn natuurlijk. Zoals je hier kan zien...
Ik heb dit voorbeeld hier gebouwd. Deze cobblestone generator. Die heb ik... en nog ben ik vergeten hoe je cobblestone generator maakt. 1 lava. Water moet stromen naar beneden. En de lava moet tegen de water aankomen. Hallo, denkfout. Wat leuk dat je hier zo staat. En een minion wil ik uiteindelijk kopen. Hoe duur is een bloemetje? Ik wil het bloemetje wel. Kom maar met het bloemetje. Ik wil het bloemetje wel. Dankjewel voor de tulp. Ik ga hem bewaren, oké? Okay? Ik ga hem heel goed bewaren. Ik wil uiteindelijk misschien dan een minion hebben bij mijn cobblestone generator. Want die kan dan oneindig steen voor mij hakken. Dat scheelt mij gewoon heel veel steen hakken. Dus ik gewoon een mannetje daarvoor heb natuurlijk. Gewoon een klein, simpel mannetje met mijn eigen hoofd erop. Even kijken. We hebben hier een miner minion. Kost 100.000 euro. Op zich niet. Ja, het is wel duur. Maar die kunnen we een keertje doen. Hallo, slopje. Hallo, slopje. Laten we sparen voor de miner minion. Jongens, daar gaan we voor sparen. Flash aarde. Boek. Wesley Vrieswijk. Tuurlijk wil ik jouw naam zeggen. Tuurlijk wil ik jouw naam zeggen, joh. Bucket. Die heb ik hier. Ik heb een bucket met lava en een bucket met water nodig. Zo. Dan is het heel simpel. Ik ga hem even bouwen met quartz natuurlijk. Nou, dat was een beetje raar als ik op de quartz doe. Het beste wat ik kan doen, ik ga hem gewoon met andesite gaan bouwen. Weet je? Gewoon zoals dit. Oké. Okay. Dan komt hier komt de lava. Zo. Hoppakee. Hier komt de lava. Dan hier komt het watergat. En hier spant het water. Hier, zo. Dat is het volgens mij, toch? Gewoon, als ik het zoals dit doe. Volgens mij. En dan hier hak je, of hier sta je te hakken. Hier zit het water. Oh nee, nee, wacht, wacht, wacht. Kijk. Eentje verder nog. Ik ben het alweer kwijt. Ik ben het... Hoe kan ik het nou weer kwijt zijn? Nee, dat klopt niet. Wat ik nu doe. Wacht even. Hier de lava. De lava komt hier... Hè? Hier de lava. Zo. En hier het water. Dus hier het water. Zo. En hier de lava. Of doe ik het dan fout? Dan doe ik het fout. Dan doe ik het 100% fout. Hier zit het gat. En hier zit dit. En hier zit dit. Volgens mij is het zoals dit, hè, jongens. Zo. En dan hier de lava. Nu heb ik het 100% goed. Komt-ie. Boom. Cobblestone generator. Of een normale steen generator zelfs. Kijk, en dat is zeg maar niet handig dat het in de lava komt. Dus als het goed is, als ik daar een minion voor... Wat irritant. Allemaal... Het verbrandt allemaal. Ik heb hem. Ik heb hem, jongens. We hebben hem. Geen zorgen. We kunnen wel iets. We kunnen iets. Het is een best wel lelijk ding. Maar dat maakt niet uit. Laten we die dan gelijk eventjes hier met wat stairs mooier maken. Ik weet dat je hier een stonecutter ook voor kan gebruiken. Dat het dan allemaal even wat meer blok scheelt en zo. Maar boeien. Hier, ik ga hem gewoon... Oh, wat gaat het shiften? Gaat snel. Ik ga 100% vallen. Hier, we gaan hem gewoon even een beetje inbouwen zoals dit. Dan ziet hij er iets minder raar uit. Ster, hoppakee. Nog steeds 855 mensen die kijken, jongens. Welkom allemaal bij de livestream. Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Ben je nog niet geabonneerd? Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Klik even op die abonneerknop. Ben je wel geabonneerd? Nou, gezellig. Klik dan even op die like-knop. En heb je alles gedaan? Dankjewel. Nou, helemaal top. Helemaal top, dankjewel. Gewoon. Gaan we hier even omheen bouwen nog. Gewoon één blokje zo. Dan ziet het er iets minder random uit. Dan heeft het gewoon een beetje een... wat is dit snel, dat shiften? Kijk dit nou. Ik ben zo snel met die broek aan. Ik ben vergeten van wie ik hem had. Wie gaf mij die broek ook weer? Fons. Fonsje, grootste... Ik denk dat Fons. Groet of is het ons? Groet ons. Of hij het Fons. Ik weet het niet meer zo goed. Maar dankjewel, Sharon, ja, dat je me de kleding aan me hebt gegeven. Kan je Anne zeggen? Natuurlijk kan ik Anne zeggen. Ik ben heel goed in het woord Anne zeggen zelfs. Oké. Als ik nou een minion zo meteen heb, dan kan ik die hier plaatsen. En dan kunnen we daar... Ik moet 1 obsidian hebben. Slash winkel. Ik zocht even de goede command. Dan kan ik hier 1 obsidian kopen. Ja. 1 obsidian. Dan kan ik namelijk daar tegenaan bouwen. Oh, nee, -1. Ik wil er maar eentje hebben, zo. Dus deze namelijk weghalen, hier obsidian zetten. Dan kan ik gewoon blijven hakken zonder dat... Kijk, dan kan je je vinger inhouden en op die manier... Heb je niet het probleem dat je de hele tijd het blok erachter sloopt, weet je. Kijk, dat kan ook met hout. Maar dat doe ik liever dan met obsidian. Alleen ziet het er alleen niet uit dat ik daar obsidian heb. Nu ik dat zo zie, dat ziet er wel lelijk uit. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Ik ga hem nu niet gebruiken, de cobblestone generator. Ik heb hem op het moment niet nodig. Omdat ik best wel gewoon wat spullen kan kopen om
online wil ik zeggen, maar gewoon op andere plekken. Wat ik wil gaan doen, jongens, is ik wil even kijken in de span. Hier. Als ik naar de span ga. Ja, ik ga naar de span. Zo. Want je hebt hier, even kijken, een kleine Easter egg. En die ga ik verklappen. En kijk, dat vinden waarschijnlijk dan de mensen morgen vooral heel handig. Deze mensen hier hebben allemaal kids van Netherite en zo. Maar je kan 5000 euro gratis claimen in Skyblock. Dat is eigenlijk een Easter egg die je stiekem moet vinden. Maar ik denk dat het wel leuk is om voor de 868 mensen die nu mee aan het meekijken zijn en die morgen waarschijnlijk willen spelen, kan je hier dit huis inlopen. Naast de PvP arena. Dan kan je hier naar boven naar Toeter de Kat. En als je op Toeter de Kat klikt, boem. Dan krijg je gewoon 5000 euro op je rekening. Maar dat kan eenmalig. Dat is een eenmalige actie die je kan doen. Dus denkfout, kom snel naar binnen en geef een eye over de bol van Toeter. Want iedereen die Toeter een keer een eye, Toeter de Kat, die krijgt 5000 euro. Dus dat is wel gewoon handig. Dan heb je 5000 gratis euro, die kan je eenmalig doen. Het is eigenlijk een easter egg, maar dat is voor mensen die morgen gaan spelen, is dat ook heel handig. Kijk, daar komen ze al, Toeter de Kat. Ja, goed zo. Aaien, jongens, aaien. Aaien die kat. Geef hem aaien over zijn bol. Geef hem een kroel. Oké, jongens, dat hebben jullie goed gedaan. Oké, dus nu hebben we 5000 extra euro. Nu wil ik van die 38.000 euro die ik heb, jongens, wil ik 100.000 euro maken. En ik gok dat, ja, vissen is een optie, want dan kan ik de skills kan ik krijgen, als het goed is. Of dat kan niet omdat ik OP heb, maar dat zou een beetje jammer zijn. Of nou OP omdat ik eigenaar ding heb, maar volgens mij, ah, oh nee, dat moet ik even fixen, want omdat ik eigenaar ben, heb ik al die dingen al. Ik heb er eens een bounty op me gezet. Iemand heeft 10.000 euro bounty op mij gezet. Wie komt de PvP'er dan? Oh, wat stom. Nu heeft iemand een bounty. Dat betekent als iemand mij killt, krijgt hij 10.000 euro. Even kijken. Wie heeft er een coinflip op het moment? Niemand. Ik ga een coinflip starten, jongens. Ik heb 38.000 euro. Komt-ie. Een coinflip van 20.000 euro. Betekent dat ik nu 20.000 euro heb ingezet. Als ik hem verlies, ben ik 20.000 euro kwijt. Als ik hem win, heb ik 40.000 euro. Kom op, hij moet op mijn hoofd eindigen. Ja, we hebben hem weer! Let's go! Oh, oké, dat was heel eng. Ik was bijna 20.000 euro verloren. We hebben 40.000 euro in totaal nu. Oké, dat is goed, dat is goed. We zitten al iets over de helft, jongens. Ik moet nu nog 42.000 euro ongeveer om mijn bedrag rond te krijgen. Dan heb ik 100.000 euro. Let's go! Dit is goed, dit is goed. Alleen ik ben te bang om nog eentje te starten. Kijk, al die mensen vissen hier. Ze willen gewoon, kijk, mensen hebben nu al heel veel gevist. Maar je kan echt hele goede rewards uit vissen krijgen. Vissen is echt best wel overpowered. Zou ik nog een coinflip starten, jongens? Het risico dat je je geld kwijtraakt is wel echt hoog, natuurlijk. Maar ik kan nog een coinflip aanmaken van 50.000 euro. Dat betekent, als we het winnen, heb ik 100.000 euro. 108 om precies te zijn. Als ik hem verlies, heb ik nog maar 8.000 euro. Dan ben ik al mijn geld kwijt. Dus moet ik een coinflip aanmaken, dan gaan we een coin gaan in de lucht in gooien. Landt die voor mij goed, hebben we wat geld. Dan kunnen we een minion kopen, een miner minion. Maar zijn we het kwijt, dan heeft iemand mijn 50.000 euro. Die zou heel blij waarschijnlijk zijn. Dus ja of nee? Zeg, we hebben in totaal 58.000 euro. Nee, 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 ja, nee, ja, nee, ja. Hoezo nee? Jij zegt ook nee. Niet doen, zeg jij? Niks. Heel veel mensen zeggen nee. Ik had wel echt meer ja. Nou, ook veel ja. Ja, nee, ja. Oh, ik vind het spannend, jongens. Zou ik het doen? Zou ik het doen? Zou ik het doen? Zou ik mijn 50.000 euro op gewoon... Weet je wat? Ja, ik ga het wel doen. Prima, prima, prima. Kottie. Ah, oh, ik heb hem gecreëerd. Nu moeten we wachten tot iemand hem accepteert. Wie is dit? Blue Panda, Blue Panda. Oh. Nee! Nee, Blue Panda. We zijn mijn geld kwijt. Oh, Blue Panda heeft gewonnen. GG, Blue Panda. GG. GG voor jou. Ik ben mijn 5000 euro kwijt. Jullie moesten ook allemaal nee zeggen, jongens. Slechte invloed op mij. Sorry. Jullie zijn een slechte invloed op mij. Oh. Nee. 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 Ik had zoveel. Oké, jongens, we moeten weer vanaf de grond beginnen. We beginnen weer vanaf onderaan. We beginnen met de coinflip aanmaken van 5000 euro. Als we deze winnen, dan hebben we 10. Dan kunnen we 10 inzetten. Dan kunnen we 20 inzetten. Dan kunnen we 50 inzetten. Boom. Plan is bedacht. Wie start de 50? Wie is dit? It's Tom. It's Tom heeft hem gestart tegen mij. Ik heb hem ook nog eens verloren ook. Ik heb hem ook nog eens verloren. Ik ben echt al alles kwijt. We kunnen niks meer, jongens. We zijn arm. Ik ga mijn tickets voor de loterij kopen. Hopen dat ik de loterij win. Hier, loterij. Ik wil een ticket kopen. Koop ticket.
Kost 1000 euro. Ik wil 1 ticket kopen. Ik heb 1 ticket voor de loterij gekocht. Wie weet win ik de loterij. Ik weet niet hoeveel er nu in de loterij zit. Wacht, dat kan ik ook zien hoeveel er op het moment in de loterij zit. even kijken. Er zit in op het moment... Oh, 193.000 euro. Er zijn 188 tickets gekocht. Wanneer is de volgende loterij? Over 1 uur en 30 minuten. Over 1,5 uur pas is de loterij. El, rip jongens. Echt dikke rip inderdaad. Dikke vieze rip. Oh, jij met Fons van den Broek. Let's go, Fons. Ik zie het in de chat. Even kijken. Hoe gaan we dit doen? Oh, ik heb geld gekregen van iemand. Ik heb 5000 euro gekregen. Dat kan ik wel weer op dezelfde manier verspillen. Maar ja, dan verlies ik weer mijn geld. En dan ik wil 100.000 euro hebben. Misschien kan ik dingen gaan verkopen. Ik heb nog niet zoveel om te verkopen. Max, kom coin. Weet je nog 1 coinflip? 1 laatste. Als ik deze verlies, dan is het klaar. Jongens. Als ik deze verlies, is het klaar. Dan stoppen we. Dan stoppen we niet met de stream, maar met de coinflip. Dan heb ik namelijk geen geluk. Komt-ie. Coinflip. Aanmaken. Ik maak er wel 1 voor 5000 euro aan. Zo. Kijk maar of ik hem win. Als ik hem win, dan zitten we weer goed. Maar als ik verlies, dan is het gewoon klaar. Hoe verlies ik weer? Hoe verlies ik weer? Hoe verlies ik weer? Hoe kan ik weer verliezen met de coinflip? Hoe kan ik weer verliezen? Wie heeft me weer 5000 euro gegeven? Iemand? Woutie. Oké, jongens. Nog een keer. Dit is echt de laatste. Oh, wat slecht. Wat slecht. L gepakt. Ja, dikke L, Luc. We pakken alleen maar een dikke L. Oké, het is klaar. Ik heb weer verloren. Het is gewoon klaar nu. Nee, ik stop. Ik stop echt. Ik heb weer verloren. Het is gewoon alleen maar verloren. Alleen maar. Gewoon letterlijk. Ik heb 1 keer 20.000 euro naar 40 gedaan. Toen was ik even rijk. En nu zijn we weer arm. Weet je, ik neem hier gewoon een vishengel. Ik vind dikke prima. Zo. Ik ga heel even 10 vissen vangen. Als ik 10 vissen heb gevangen, kijken wat we daarmee doen. Misschien krijg ik wel een duur hoofd, kan ik verkopen. En anders gaan we terug naar mijn eiland en gaan we daar geld verdienen. Dan gaan we daar maar geld verdienen, jongens. Ik ga hier met de rest ga ik een beetje vissen even. Geen zorgen, we gaan niet al te lang vissen. Want vissen is volgens mij niet het meest interessant om naar te kijken in Minecraft. Maar maak je geen zorgen. We gaan niet heel veel vissen. Dat is iets wat ik altijd in seizoen 1 van Skyblock aan het einde van mijn video's deed. Ging ik altijd vissen vangen. Maar ik heb wel echt een slechte hengel. Want het duurt heel lang om 1 vis te vangen, merk ik nu al. Sorry dat ik op mijn microfoon aan het tikken ben. Ik heb weer geld gekregen, jongens. Maar ik ga het niet vergokken. Ik ga het niet vergokken. Nee, we gaan het niet doen. We gaan het niet doen. Waarom klik ik? Ik dacht dat die van mij was. Wat ben je aan het doen? Hallo, ga eens weg. Ik ga finish. Hier, ga weg. Zo, hoppakee. We zijn weg. We zijn gedespawned. Zo, hoppakee. Ik denk niet eens dat ik 1 vis gevangen. Wie is dit? Ga weg. Oh. Oeh, saplings. Oké, daar heb je alleen niet zoveel aan. Ik heb een beetje... Maar ik wil zelf... Ja, jongens, ik wil zelf ook dingen doen. Ik wil niet alles krijgen. Ik wil zelf ook mijn eigen spullen verdienen. In plaats van dat ik alles krijg van iedereen. Ik heb 25k. Ik weet het, maar ik ga niet naar het casino. Want ik verlies het alleen maar. Het heet niet eens het casino. Jullie noemen het casino. Daar gaan we niet heen. We gaan niet naar het geldhuis. Ik ben er alles al verloren. Ik ben alles al verloren daar. Ik ben mijn eer al kwijt. Ik ben mijn weet ik voor wat allemaal al kwijt. Oh, sorry. Kijk, zoals nu heeft iemand weer 40.000 euro. Ik... Nee, jullie zeggen doe. Nee, nee. We gaan weer ons geld kwijtraken. Hé, hey, schipperschoenen. Ik ga ze verkopen, jongens. Hier ga ik geld op verdienen. Let op. We hebben schipperschoenen. Kijk, dat is waarom je moet gaan vissen. Vis je belangrijke dingen op. Jezus, praten is moeilijk. Heeft iemand al de visserschoenen? Nee. Nee, de broek van Fons. Fons, let's go, Fons. Wacht even, ik ga mijn visserschoenen hierop zetten. Wat is goed? Wat is het woord? Aanriegen? Wat is dat? Ik moet het goed schrijven, het is iets anders. Wat betekent het? Je moet de letters goed draaien. Aanriegen. Wat is het goede woord? Niet aanriegen. Eigenaar was het. Oh, ik dacht misschien weet ik het. Eigenaar. Ik wist het niet. /mp-cell. Ik ga deze voor 20... Nee, voor 10.000 euro erop zetten. Voor 10.000 euro kan je visserschoenen krijgen, jongens. Schipperschoenen. Geniet ervan. Ik weet niet of iemand hem gaat kopen, maar... We hebben een nieuwe broek. De broek van Fons. Let's go. Fons, let's go. En deze heeft wel weer shift niet. Nou, maakt niet uit. Ik kan eraan wennen. Ik kan wel wennen aan Swift. Shift Swift Sneak. Dat is eigenaar. Oh. Daar had ik geld uit kunnen krijgen.
Hoppakee, een string. Een string, die gaan we wegdoen. Instant gewoon, weg ermee. Wat moet ik nou met een draadje? Redstone kan je niet steken. Wat? Niet steken? Ik weet niet, jongens. Jullie zeggen dat ik weer naar het geldhuis moet gaan. IJzer, dat kunnen we verkopen. Ding is, als ik straks 100.000 euro heb, ga ik die minion kopen en dan zijn we binnen, weet je? Althans, dan kan ik gaan sparen voor andere dingen, weet ik wat allemaal. Maar ja, ik heb tot nu toe niet echt het geluk gehad met een coinflip. Als ik die coinflips doe, heb ik 1 keer gewonnen en voor de rest verlies ik alles. Dat is ook niet helemaal heel chill. Wat heb ik nou gekregen? Volgens mij leer. Oké, dat ijzer kan ik wel verkopen. Dat is wel goed, dat ijzer. Oh. Kan je redstone en lapjes niet stekken? Zijn het geen stackable? Oh, dat moeten we dan nog even oplossen. Komt goed. Die blokken moet je namelijk ook kunnen stekken. Het was beginnersgeluk. Alles moet ik zeggen, coinflip is alleen maar geluk. Niet alleen beginners, maar gewoon in het algemeen geluk. Ik ga lekker af. Het ding is daar. Kopper ook niet. Dat komt goed, jongens. Dat zorgen ervoor dat zal, binnenkort zal dat gewoon wel gestekt worden. Hallo! Vang iets! Vis, waar ben je? Dus er komt gewoon geen vis naar mijn ding toe. Ik stop naar deze. Ik wil namelijk pas weer vissen zodra ik een goede hengel heb. Het is het niet waard om te vissen met een hengel zonder enchant. Dat is het niet waard. Kijk hier, slash... Sell UI kan ik doen. Zo, dan kan ik gewoon dit allemaal indoen. Ik wil die verkopen, die verkopen, die verkopen, die verkopen, die verkopen. En dan poing! En dan heb ik 192 euro gekregen. Daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Gaan de spullen die je nu hebt... Nee, die hou je, joh. Niks wat je nu doet gaat weg. Alles wat je nu doet, hou je gewoon. Tenzij het door een bug komt natuurlijk. Dan wordt het al afgenomen. Ik heb kits. Een visserskit. Bestaat dat? Bestaan visserkits? Nee, hè? Oh, nee. Had wel handig geweest. Ik heb de rankkits heb ik ook. Die kan ik ook gewoon claimen. Maar ja, dat is een beetje stom. Ik twijfel echt of ik een coinflip. Kijk, hier is een slechte invloed. Jullie zeggen allemaal coinflip in de chat. Wat denk je, denk fout? Of wat denk... Heb je hem gekocht? Nee, huh? Deze ga ik ook verkopen. Slash Shell. Nee? Slash MP Shell. Dankjewel, ik ga hem gelijk verkopen voor 5000 euro. Hoppakee. Dankjewel. Oh, huh? Oh, huh? Ik kan deze niet verkopen. Wat is dit voor rare melding? Oké, dat is gek. Dat gaan we even onthouden. Verkoop die oude broek van Fons. Nee, die wil ik dan teruggeven aan Fons. Fons, waar ben je? Waar is Fons? Fons, je krijgt je oude broek krijg je terug. Zo, hoppakee. Die krijg je terug van me. Van Fons? Let's go, Fons. Let's go. Nee, nee, wacht. Nee, nee. Oké, prima. Ik zeg nee, maar ik neem het van Fons. Dat zwaard hoef ik... Nee, trouwens, wel. Zwaard wil ik wel. Kan ik met PvP'en. Fons, wacht even. Hallo jongen, dit is een netherite spullen. Dat zeg ik net. Ik kan die kit zelf ook claimen. Alleen dat doe ik bewust... Nee, wacht hier. Dat doe ik niet. Het ding is... Oh, die van Fons wil ik wel trouwens. Die van Fons wil ik wel, maar... wacht. Slash rel. PE. Fons. Zo, Fons. Ik heb je gevraagd om te ruilen. Als je me even accepteert, dan kan ik die spulletjes geven zodat iemand hem oppakt. Maar deze wil ik wel. Maar die netherite, die kan ik nou zelf ook claimen. Gewoon. Dat is het hele idee. Dus als jij dat aan me geeft, dan heb ik het even goed geclaimd soort van. Mooie paarse tap. Ja, leuk hè. Dat iedereen op tap gewoon paars is. Omdat alleen netherite kan joinen. Ja, want kijk, ik kan het wel even laten zien, jongens. Hier. In de hub. Over 18 uur en 22 minuten en 2 seconden hier kan iedereen joinen. Dat kan gewoon letterlijk heel... heel de server kan ook gewoon Skyblock joinen. Het is nu enorm druk in survival. Er zitten zo te zien 120 mensen bijna in survival. Maar ja, omdat in Skyblock kan nog niet iedereen spelen. Dus morgen zal dat wel weer wat meer verdeeld zijn en zo. Dat gaat wel leuk worden. Ga naar Riccio de Grapjas. Zou ik naar Riccio de Grapjas gaan? Prima, jongens. We gaan even een grapje bij Riccio halen. En... Nee, we gaan geen coinflip doen. We gaan geen coinflip doen. Dan ga ik weer mijn geld verliezen. Maar ik zie dat mensen nu al coinflips van 200.000 euro aan het doen zijn. Dus als je het goed doet, kan je wel heel veel geld verdienen bij de coinflips. Dat is een beetje het ding. En ik heb die 100.000 euro nodig. Want ik wil een miner minion. Ik wil echt een miner minion. En anders moeten we maar gewoon aan de slag gaan met Skyblock gewoon mijn eiland. Kijk, hier is Riccio de Grapjas, jongens. Kijk, Bosbest zit hier ook als ik op Riccio klik. Waarom zit er een stuur op je fiets? Omdat je anders de bel in je hand moet houden. Nou, Riccio, heel leuk grapje.
Het is dat ik ze allemaal al gelezen heb, omdat ik zelf die NPC geplaatst heb. Ik had hem heel grappig. Ik vond hem heel grappig, maar ik heb hem al gelezen. Dus dat zeg maar. Het was heel grappig, Bosbest. Alleen, ik heb deze NPC zelf geplaatst. Dus je kan hier onder 30 minuten kan je een grapje bij Riccio halen, jongens. Dan kan je naar Riccio de grapjes en die zal jou een heel grappig grapje vertellen. Coinflips van... Oh ja, wacht eens even. Max doet coinflip voor 5000. Op die manier kunnen we coinflip spelen. En dan kunnen we... Als we verliezen zijn we niet gelijk alles kwijt. Dan hebben we een compromis. Dit klinkt echt als gewoon een verslaafde die zichzelf probeert uit te leggen. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Ik vind het gewoon leuk en ik weet dat jullie het ook leuk vinden. Omdat het gewoon natuurlijk nepgeld is wat je een beetje gewoon mee klooien. Gewoon. Weet je, een coinflip van 5000. Dan doen we niet alles. Dan doen we niet alles. Hier, we hebben van 5000 aangemaakt. Gaat iemand hem starten? En ding is, kijk, ik speel nu tegen Skies, zo te zien. Als we verliezen, voor... Yes, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Verslaving, ja, verslaving, ik weet het. Het is ook gewoon zo leuk. Het is zo leuk om hier gewoon die dingen mee te doen, die coinflips. Hetzelfde voor de loterij hier. De loterij, er zitten 235 tickets zijn er gekocht. 240.000 euro in de pot. Ik heb maar één ticket. En een ticket kost 1000 euro. Je kan ook 10 keer in één keer kopen, maar dat ga ik niet doen. Ik heb één ticket. Oké, coinflips van 5000 zie ik wel als een manier om een beetje... JTH Power, ik ga tegen jou je coinflip doen. Ik doe jouw coinflip, maar... Stop op je hoogtepunt. Nee, maar mijn hoogtepunt gaat nog hoger worden. Laat maar. Laat maar. Maar het ding nu is, nu heb ik verloren, ik weet het. Maar we zijn niet alles kwijt. We zijn weer waar we gestart waren. Dus als ik nou op deze manier een beetje blijf doen, jongens... Dan hebben we kans dat we uiteindelijk 50.000 euro hebben. En zodra we weer 50.000 euro hebben... Dan... Wacht op resultaat. Oh jee. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik heb verloren. Ik had het niet eens gezien. Ik klikte per ongeluk weg. Maar het ding is... Als we 50.000 euro hebben, dan kunnen we gaan proberen om weer gewoon 50.000 euro coinflip te doen. Dat is de tactiek. Dat is de tactiek. Vertrouw me maar. Ik heb een coinflip van 5.000 euro weer gemaakt. Maar ik weet dan niet of ik... Oh, kijk. Daar gaat die Panda King. Panda King heeft hem gestart. Let's go! Yes! Vinden jullie dit een tactiek, jongens? Gewoon telkens coinflips van 5000 maken. Misschien af en toe eentje van 10.000 tussendoor. Alleen dan is het risico. Als je verliest, dan ben je weer zoveel kwijt, weet je. Maar als ik hem win, dan heb ik 5000 euro. Dus je moet een beetje... Jij bent ook aan het coinflippen tegen mensen. Oh, ja. Ja. Ja, oké. Het is wel een tactiekje dit, hè? Het is wel een tactiekje dit. Dat zeg ik het zelf. Gewoon die coinflip starten. Kijk, je Panda King start hem ook weer tegen mij. Mensen vinden coinflips helemaal geweldig. Kom op. Yes. Oké. 35.000 euro. En nu, jongens. Nu, zeg maar, ik begon op 25. Dus nu ga ik 10 inzetten. Als ik dan verlies, ben ik gewoon weer op mijn startbedrag. Dat is gewoon mijn tactiek die ik ga doen. Komt-ie. Coinflip aanmaken. Voor 10.000 euro. Weet je, als ik verlies, dan heb ik niet in totaal een verlies, weet je. Dan heb ik gewoon alleen mijn winst verloren. Maar ja, winst verliezen, dat boeit me niet zoveel. Zolang we maar gewoon in totaal op die... Oh, wie is dit? Snow Illusion. Kom op. Nee! Nee! Oh, wat irritant. Wat irritant. Oh, mijn god. Maar ik krijg op zijn minst krijg ik zwaar volley. Neem alsjeblieft aan voor PvP. Dankjewel. Ik neem hem aan voor PvP. Even kijken. Hebben andere mensen een coinflip? Heeft iemand een coinflip? Sarasal voor 5000. Nou, nee, ik ga tegen jou coinflippen. Kijken wie die 5000 euro krijgt in totaal. Of 10.000. Ik dacht dat ik hem had. Ik was even blij. Maar mijn hoofd was nog niet geüpdate. We waren allebei blij voor mij. Ja, ik was even blij voor jou. Ja, dat is leuk. Ja, nu zitten we wel. Oh, ik heb 25.000 euro gekregen van iemand. Oh, oké. Maar nu kunnen we de big guns eruit halen. 10k, jongens. 20k. We zetten al in. Ik weet dat ik echt gewoon... Ik ben niet slim met dit soort dingen. Ik zet gewoon telkens alles wat ik heb, zet ik gewoon in. Maar als ik nu win... 65.000 euro. Ja. 65.000 euro. Oké. Maar... Zou ik nu 50.000 euro inzetten? Dit gaat fout aflopen. Ja, dat gaat echt fout aflopen. Zou ik nu 50.000 euro inzetten bij de coinflip? En is het gewoon een 50% kans dat ik in totaal 100.000 euro win? Dus 50.000 euro terugkrijg en 50.000 euro bovenop. Max, denk nou. Ik denk nou. Dat zou ik doen. Ik zit in de denkhouding. Kijk, ik zit niet voor niks zo. Ik zit niet voor de cool zo. Ik zit echt
om na te denken, is dit mijn houding. Ja, kijk, heel veel zeggen ja voor de chaos. En de mensen die nee zeggen, die geven echt om me. Maar de mensen die ja zeggen, die willen gewoon chaos en die willen alles zien verliezen. Die zijn helemaal in voor de chaos. Hoe heeft Itstim al 3 miljoen? Nou, dat heeft hij trouwens niet allemaal verdiend. Kijk maar, hij heeft in totaal nog helemaal geen, omdat hij ook veel verloren is. Dit is alleen hoeveel je wint, maar je verliest komt hier niet bij, weet je? Eigenlijk moet hij hier ook het verlies bij optellen. Dus dan, ja, dan zou het logisch zijn, want Itstim heeft nu 3,3 miljoen gewonnen. Maar ja, waarschijnlijk heeft hij ook weer 1,5 miljoen verloren in totaal. Dus ja. Oké, niet 50.000 euro. We doen wel gewoon nog eentje van 20. We doen wel, nou, aan de kant. We doen eentje van 10. Aan de kant! Ik kom er gewoon niet meer bij. We moeten hier echt iets aan oplossen dat je gewoon, dat mensen er niet in kunnen staan. Nee, dat is, ik ga er eentje van, hier, wacht jongens. We gaan er eentje aanmaken van 10.000. 10.000, we doen nog een beetje mild. We gaan niet 50.000 al in. We doen een beetje mild. Tegen, wie is dit? JTA Power, kom aan. Kom op, kom op, kom op, kom op. Let's go, let's go. 75.000, oké. Okay. We hebben het jongens, het gaat goed. Alleen nu, omdat we al zoveel gewonnen hebben, denk ik dat we er eentje verliezen. Niet dat dat logisch is, want ja, dat is gewoon, dat is allemaal willekeurig natuurlijk. Oh, iedereen is hier in span. Iedereen is hier gewoon in de span. Dus, wat we doen. Nu 50.000 euro. Ja, het ding is, als ik nu 50.000 euro inzet, ik verlies het, zit ik weer op mijn 25. En dat is mijn startbedrag. Maar, ik zit nu op 75. Dus het is wel zonde als ik 50.000 euro kwijtraak. Je zit in de flow. Zie je, ja, ik zit in de flow, David. Ik zit in de flow. Dat is wel. Maar ja, om nou weer alles te verliezen, is wel een heel groot risico. Daarom zou ik er nog eentje doen. jongens. Oké, okay, hoeveel likes hebben we? Hoeveel likes hebben we? Anders ga ik gewoon een like doen. En dan zeg ik ook wel 5.000 euro of 50.000 euro ingezet. Gewoon. Komt-ie. 1,1. Jongens, like even de stream bij 1,5. Dus 1500 likes. We moeten nog 400 likes. Dat redden we wel, toch? Bij 1500 likes zet ik gewoon 50.000 euro in. 50.000 euro. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het een hele goeie. Ik vind het een hele goeie. We moeten wel 1500 likes in totaal hebben. Nee, niet dom doen. Oh, jawel. Ja, gewoon leuk doen. Je zit op een winstreak. Dat kan je niet zomaar stoppen. Nee, dat klopt. Daarom. Ik zit op een winstreak. Nee, niet 50.000 euro. Maar ja, dan moeten we 1500 likes hebben. Kom op, jongens. Kom op. Dan gaan we het doen. Dan beloof ik het bij deze. Bij deze beloof ik het. We doen alles om deze minion te... Ik wil deze minion hebben. Ik wil hem voor 100.000 euro. Wil ik de miner minion hebben. Ik kan de vissers kan ik al halen, maar die wil ik niet. Ik wil de miner, want dan heb ik namelijk oneindig steen gewoon. Dan kan ik steen... Dat is zo chill om gewoon oneindig steen te hebben. Die guy zal altijd voor mij blijven hakken. Bro, doe het niet. Jongens, sommigen geven echt om. Sommigen willen gewoon echt de chaos zien. Die willen het zien branden. Die willen gewoon zien dat ik al mijn geld verlies en... Die willen de chaos ervan ervaren. Een vuurschep? Yo, nee. Weet je hoe dat ding is? Wat veel geld waard? Wie geeft die aan me? Heeft iemand de vuurschep, vuurkie al gekocht? Kijk, jongens. Je hebt hier per dinges. Ik kom zo meteen terug bij de dinges. Zo bij het geldhuis hier. Je hebt per wereld heb je ook een custom crate. Met allemaal best wel ja, dingen erin. Die kost echt veel geld, deze dingen. Als in games zou je dit echt voor best wel veel kunnen verkopen. Dus ik weet nog niet wie die aan me gaf. Kijk, je kan hier, deze bijvoorbeeld. Dit soort dingen. Is er ook weer die hoofd, een goede armor. Dit is gewoon custom armor, dit. En dan geeft hij gewoon aan me. Nee, wie heeft dit aan me gegeven? Die wil ik teruggeven. Dat is best wel veel geld waard om gewoon te... Dingen. Weet jullie wie die aan me gaf? Ik weet het niet. Ik weet niet wie die aan me gaf. Oké, jongens, kom op. We gaan willen 50.000 euro inzetten zodra we 1500 likes hebben gehaald. Maar we hebben nu in totaal... Hoeveel likes hebben we? Ik kan het niet zien. Wacht even hoor. We hebben in totaal... Waar kan ik mijn likes zien? Net kon ik ze nog zien. Ik ben nu mijn likes kwijt. 1,2. Dus we moeten nog ongeveer 300. Je hebt 100k. Oh, nee, wie gaf dat? Ik ga het weggeven. Ik ga het teruggeven. Denkfout. Slash P. Denk... Of nee. Slash eco give. Nee. Slash P. Denkfout. 2500. We gaan het niet op die manier doen. Denkfout. We gaan het risico lopen. Oké? Okay? Ik wil het risico lopen. Ik wil niet zomaar die 25.000 euro krijgen. Ik wil het risico lopen met het geldhuis, oké? Kom op. We gaan voor die spanning. Die spanning, dat is gewoon het. Dat is gewoon het. Waarom heb ik zoveel tools? Ik ga tools weggeven. Die hoef ik niet meer dan. Zwaard Wally wil ik wel hebben. Die mag weg.
Dan hebben we een Emerald Axe, toen een Emerald Schep. Die heb ik gekregen blijkbaar. Kon het niet laten, fonds gaan we gebruiken. Het zwaard gaan we bewaren. De schipperschoenen ga ik weggeven. De fishing rod ga ik weggeven. De vuurschep, ja. Maar verkopen dan? Ik weet niet wie die aan mij gegeven heeft, maar dat ding kost is best wel veel geld waard. De... Weet je? Slash MP sell voor 50.000 euro. Ga ik de vuurschep verkopen. Zo. 50.000 euro. Op die manier. Oké, jongens. Weet je? Om maar te wachten op de 1500 likes. Kan. We hebben nu 1,3k volgens mij. We moeten nog 200 likes, maar... We kunnen ook gewoon nu het risico nemen. Nee. Ja, kan. Ik ben echt aan het twijfelen, want ik ga het sowieso doen. Of we nou 1500 likes halen, dan ga ik het gewoon doen. Alleen, ik wil gewoon nu verder kunnen met mijn survival. Want ik wil namelijk, als ik naar mijn eiland ga nu, dan ga ik denken... Ja, maar ik wil die miner minion hebben. En dan ga ik weer terug naar het geldhuis. Dus ik kan net zo goed gewoon... Nu. Ja, nu. Jongen, ik heb zelf mijn stream nog niet eens geliked. Zo, ik heb mijn eigen stream nu ook geliked, jongens. Ik heb mijn eigen stream nu ook geliked. Zo, hoppakee. Geef key weg in de survival. Ja, maar ik kan wel een leuke sleutel weggeven. Alleen... We zijn nu in Skyblock bezig. Dat is misschien ook een beetje stom om dan een key weg te geven. Heeft iemand wat gekocht? Van me of geld gegeven? Voor ons. Slash P 10.000. PE. Nee, slash PPE fonds 10.000. Fonds, je krijgt je 10.000 terug. Je krijgt je 10.000 terug. Oké, weet je wat, jongens? Ik 1300 likes keur ik ook goed. Ik denk dat we nog wel lang moeten wachten op 1500 likes. Ik dacht dat we hem sneller zouden krijgen. Ik heb hem verkeerd ingeschat. 50.000 euro! We zitten niet meer in de flow, maar we gaan het gewoon doen. Boeien. Het zal wel. Boeien. Je raakt je geld kwijt. Ik weet het, GT, GT. Ik raak het kwijt. Let's go! We hebben hem gewonnen! We hebben de 50.000 euro. We hebben nu 126.000 euro. Let's go! Oh mijn god. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik ga nu ook direct de miner minion kopen, jongens. Komt-ie. We gaan erheen. We gaan de minion kopen. De miner minion. Hoppakee. We hebben hem. Het heeft me 100.000 euro gekost. Dan gaan we heel even naar mijn eiland toe. Hier. Zo, daar zijn we op mijn eiland. Dan ga ik die hier plaatsen. Zo. Miner, ik ga jou ook een leuk skin geven. Ik wil dat jij... walnuts. Je moet mij zijn. Kijk, nu hebben we kleine walnutjes staan. Heeft hij ook een inventory? Hij moet wel een kist hebben. Koppel aan een kist. Ik ga hem een kist geven. Wacht. Hij moet een kist hebben. Dit is top, toch? Gewoon een kleine minion. Een kleine walnut. Ik kan geen kist meer openen. Oh jee. Ja, nu stoppen we op het hoogtepunt. Als in... Dat maak je geen zorgen. Ik heb het gevoel dat er iets fout gaat. Aan de kisten te zien. Ik heb het gevoel dat er iets fout gaat. Oeh, dat doet hij het alweer. Oh, ik was even bang dat hij iets fout ging. Kijk jongens, wat ik nu kan doen... is hier de kist plaatsen zo. Dan klikken we hierop, zeggen we koppel aan de kist. En dan wil ik hem aan deze kist koppelen. Dus alles wat hij nu hakt... komt als het goed is in deze kist. Ja! Nou, hoe leuk is dat? En dan kunnen we hem ook nog upgraden, uiteindelijk. Het kost 25.000 euro om te upgraden. Prima, dan upgraden we hem. Naar level 2. Dus nu is hij level 2. Hij kan in totaal naar level 10. Twee blokken en items smelten. Oh, hij kan ook smelten. Oké, dan gaan we hem nog een keer upgraden. Prima, boom. Jongens, hij is level 3. Als het goed is mijn minion nu level 3. Je minion heeft al 20 blokken gehakt, dat meen je. Kijk dit! Hoe lijp is dit? Oh, hij heeft de obsidian gehakt. Wacht even, dat is niet helemaal de bedoeling. Ik zou hier... Wacht even. Hij heeft de obsidian gehakt. Wacht. Als ik daar nou even iets plaats wat hij niet gaat hakken omdat het geen steen is. Niet een meloen. Maar ik wilde bijna die meloen pakken. Een kwarts. Weet je, we gaan één kwarts plaatsen. Die gaat hij waarschijnlijk niet hakken, gok ik. Oh, die hakt hij ook. Dan moet je dat hout... Hakt hij hout? Nee, hout hakt hij niet, maar dat gaat... Oh, hakt... Ah, hak het is niet! Alles wat ik daar plaats, hakt hij ook, jongens. Dat heb ik helemaal niet nodig. Wacht eens even. Ik heb een idee. Wow. Winkel. Hij bakt dat blokje erachter, hakt hij ook natuurlijk. Wat nou als ik hier... koop... overige items. Kan ik een... kan een lava bucket kopen? Eentje, prima, koop. Dan heb ik nog een normale bucket hier. Dan ga ik water...
Dan heb ik weer dinges nodig. Die en de sides. En die ook. Gaan we die even zo extra maken. Wat nou, jongens? Komt ie. Gaan we er heel slim zijn? Gok ik. Deze weghalen hier. Zo. Dan die langer maken, zoals dit. En dan hier weer dit doen. Zo. Dan die weghalen. En dan die weghalen, zo. Hier nog een keer waterplaats. En dan hier nog een lava. Yo! Dit werkt! Een ultieme cobblestone generator! Wat sick! Oh, maar als ik deze guy nu dus blijf upgraden, jongens... Dan kan hij in totaal... 5 blokken. Kan hij 5 blokken fruit. Dan kan ik echt een... Kijk, en hij heeft hier die kool. Heeft hij, en die hakt hij dan ook. Dit is echt geweldig. Ik moet deze wel dus af en toe even legen. Anders zit hij vol. Dus moet ik wel op letten. Hoe sick is dit? Hoe sick is dit? Wat een lijpe. Hij kan nog groter. Ja, alleen... Hij, dan moet ik hem upgraden. Dan moet ik zeg maar... Zodra ik hem upgrade, dan kan ik hem nog langer maken. En nu heb ik daar... Nee, daar heb ik nog niet genoeg geld voor. Maar maakt niet uit. Dit is toch sick, jongens. Kijk wat een lijpe cobblestone generator dit is. Daarom, dit is echt... Deze skyblock seizoen is echt gewoon geweldig. Dat is echt leuk. Even een slokkie. Hoort erbij. Een slonkie hoort erbij, jongens. Dit is toch sick, jongens. Hé, hey, ik heb 30.000 van... Ik denk fout. Ja, maar... Jongens... Ik wil ook een beetje mijn eigen dingen. Anders is het zo, ja. Dan krijg ik allemaal geld van jullie. Ik ga zorgen dat er gewoon optie komt dat jullie mij geen geld meer kunnen geven. Iron, dat gaan we even gebruiken om weer hier te stacken. Zodat we ons eiland level omhoog kunnen gooien. We hebben level eiland 15 en nu is hij level 15 nog steeds. Maar wat ik wel kan doen is eiland bank. Of dan kan ik gewoon via eiland menu kan ik erheen. Naar eiland menu hier. Dan kan je, als het goed is, naar de bank hier. Dan kan ik geld op mijn bank zetten. Ik ga de helft van mijn geld ga ik op de bank zetten. Zo. Dan staat het veilig. Dan kan ik het ook niet meer vergooien, jongens. Oké, de belofte bij deze voor jullie. Alles wat ik op mijn eiland bank zet, zal ik niet aan coinflips en het loterij uitgeven. Oké? Alles wat op mijn bank staat, staat op mijn bank. En dat zal ik niet uitgeven aan mijn dinges. Je zou een donatiemuur maken. Oh ja. Oh ja. Ik zou een donatiemuur maken. Zou ik dan gewoon... per stream alleen de topdonateur toevoegen? Of... Ja, oké, dan komen we later deze stream wel voorbij. Want we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, jongens. Dat komt nog wel eventjes. Mag ik een shout-out? Koen van Lisa, natuurlijk een shout-out. Dikke shout-out naar jou, man. Dan heb je nu nog een mooie 27k om wel te coinflippen. Nee, David. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik heb hier een miner die echt... Kijk dit dan. Kijk dit steen. Wacht, jongens. Ik loop even vast. Slash spawn, dat wilde ik doen. Slash spawn. Wacht. Wat ik kan doen... ik kan... uiteindelijk ook een verkoper minion kopen. Hey, René. Ik kan je ook een verkoper minion. Dat is volgens mij deze, maar die kost 200.000 euro. Oeh. Vijf en 200.000 euro is wel duur. 200.000 euro is wel duur. Maar als je die guy aan die chest linkt, zal die automatisch alles wat erin zit voor je gaan verkopen. En op die manier, dan verdien je geld. Dan heb je echt eigenlijk gewoon een geldfarm. Hoe sick is dat om een geldfarm te hebben? Ik heb ook gewoon echt... Weet je wat, jongens? Ik wil PvP, maar ik ben bang dat mensen sterkere dingen hebben dan ik. Dus ik ga het PvP nog heel even overslaan. Wat wilde ik doen? Oh ja, ik wilde kijken naar upgrades voor mijn dinges. Want ik wil dus geld verdienen, ook op een normale manier. Niet alleen maar via de coinflips. Dus aarde was het. Ik zat command te zoeken. Het ding is, als ik nou gewoon... bijvoorbeeld... Hier, als ik het eilandmenu doe, dan kan ik volgens mij mijn cobblestone generator kan ik upgraden bij island upgrades hier. Wacht even. Ja, bij island upgrades, dan kan je je generator kan je upgraden voor 250.000 euro. Maar, hold up. Je kan hem ook gratis unlocken volgens mij via missie. Even kijken. Ja, als ik deze gewoon haal, dan moet ik alleen nog wat coal ore hakken. Als ik alleen nog wat coal ore hak, maar dat moet ik wel zelf doen. Kan ik dat kopen? Of moet dat dan via de generator zelf? Dan moet die minion moet even stoppen. Wacht al even, jongen. Je krijgt heel even pauze, oké? Kan ik je even uitzetten? Hier, wacht. Ik pak je even op, zo. Ik moet heel even wat coal hebben, jongens. Dus als er coal komt... Hier. Dan heb ik dat, moet ik dat even hakken. Want als ik namelijk genoeg coal hak... Dan kan ik mijn generator gratis één keertje... Kijk, één. Kijk, let op. Eilandmenu.
Ik heb hier die eilandmissies, je hebt hier deze. En zoals je onder ziet, ik heb 9 van de 16 koolor heb ik gehakt. Als ik de 16 van de 16 heb, want de cobblestone heb ik al, dan krijg ik 1000 euro en een gratis generator upgrade. Dus dan is mijn cobblestone generator weer wat beter. Kijk, het is wel zonde, want ik kan hem ook deze pas doen zodra ik al die eerste heb uitgegeven. Maar ja, hij kost 250.000 euro. En als ik hem nu gewoon gratis doe, dat is gewoon veel voordeliger. Oh nee, niet mij ontvijderen. Dat was eng. Dus als we dit nou even doen, en dan tot ik 16 kool in totaal heb gehakt. Nou, dat gaat best wel snel, zoals je kan zien, zoals dit. Als in, dit is gewoon normaal steen natuurlijk, maar het gaat erom dat ik kool krijg. En hier krijg je kool uit. Of kan ik het ook kopen, kool? En dan als in de oor helemaal kopen. Nee, je kan niet de kooloor kopen. Nee, dat zou ook een beetje gek zijn als je die kon kopen. Oké, dus dit komt, dit moet goed komen, jongens. Dit moet goed komen op deze manier. Dan wordt mijn generator wordt geüpgraded. Zetten we de minion zetten we terug. Want die heb ik natuurlijk hier, mijn miner minion. Hij is level 3. Zo. Oké, dit moet goed komen. Ik heb hier vertrouwen in. Ik heb hier heel veel vertrouwen in. Mag de airco weer even aan? Ik krijg het warm. Jawel. Het is echt warm. Heel even. Kwartiertje. Oké, kwartiertje. Hij mag een kwartiertje aan, jongens. Het mag. Ik heb toestemming. Ik heb toestemming om een kwartiertje de airco aan te zetten. Nee, het is warm hier in mijn kamer. Oh, kool. Kijk, dat was kool. Nice. Oké, dan hebben we nu 10. Dan moeten we er nog 6 volgens mij. Nog 6 kool. En als we die hebben, dan hebben we die upgrade. Dat is chill. En kijk, die miner, die blijft doorminen. Die had 10. Dus ik denk dat we hooguit hier 4 tot 5 minuutjes zelf verstaan. Dat is niet heel erg, toch? Krijg je als beloning daarna een coinflip. Dan doe ik hierna... als beloning voor jullie... Echt niet voor mezelf, hoor. Nee, dat doe ik... Als beloning voor jullie zal ik een coinflip hierna doen, oké? Okay? Als ik mijn 16 coin in totaal heb gehakt. We hebben er in totaal 10 van de 6 nu al. Heb ik hier niet trouwens niet nog in mijn mine een beetje coal zitten? Ergens? Of in de zijkant van mijn eiland? Nee, toch? Nee, zeker niet. Oké, okay. Kom op. Dit moet lukken, jongens. Dit moet. Maar dan wel 20. Ik moet met 20k alles uitgeven. Hallo. Ik heb 27k. Kan ik beter weer 5k en even proberen weer op te bouwen? Je doet het voor jezelf. Ja, absoluut. Maar zeg maar niet tegen de rest dat ik het voor mezelf doe. Zeg maar niks tegen de rest. Natuurlijk doe ik het voor mezelf. Ik vind het gewoon veel te leuk om die coinflips te doen. Ik vind het veel te leuk. Hé, kijk, cool. We hebben er weer één. We hebben er weer één, jongens. Het is weer feest. Het is weer feest. Het is gewoon weer feest. We zijn al 2 uur live, hè, jongens. Gewoon al 2 uur lang. Kijk wat we gedaan hebben. Ons eiland valt het mee, maar als je het grote plaatje bekijkt, hebben we al gewoon best wel veel gedaan. Dan hebben we al een succesvol Skyblock-avontuur. Oh. Oké, wacht. Hoeveel zitten we nu? Eilandmenu. Hoeveel zitten we nou? Ik heb niet... Volgens mij 12, toch? Volgens mij 12. Ja, 12 van de 16. Nog 4, jongens. Nog 4. Nog 4 kool krijgen en hakken. En dan hebben we onze missie gehaald. Dan krijg ik geld. Dan wordt mijn cobblestone generator geüpgrade. Waardoor je waarschijnlijk ook ijzer eruit kan krijgen. Gok ik. Wat is er aan de hand? Waarom doet hij het niet? Hij doet het in. Dan kan je waarschijnlijk ook ijzer eruit krijgen. En dat zie je er zo heel goed. Dus dit moet goed komen. Ik heb hier heel veel vertrouwen in. Ik heb hier echt heel veel vertrouwen in. Oké. Dit moet goed komen. Ik blijf het zeggen. Nog maar 4. Gewoon nog maar 4 kool. Dan gaan we die minion gaan we terugzetten. Want het kool dat hij hakt, dat telt nog gewoon niet voor mijn missie. Oh, nog maar 3. We hebben er weer 1. Ik hoef niet eens op te pakken. Nog maar 3, jongens. Kom op. Nog maar 3 kool. Nog maar 3 kool. Hé, Andries. Hé, nog maar 2 kool. Gezellig dat je er bent, Andries. Gezellig dat je er weer bij bent. Kom op. Kan jij vliegen? Nee. Oh, jawel. Huh? Ik kan wel vliegen. Wat? Sinds wanneer? Komt natuurlijk door mijn eigenaar, denk ik. Maar ik vind dat niet leuk, want ik ga het gewoon uitzetten. Zelfs fly. Hier, ik wil helemaal niet vliegen. Blijkbaar kon ik al die tijd al gewoon vliegen, zonder dat ik het door had. Oh mijn god, ik wil een punt bewijzen. Nee, ik kan niet vliegen. Klik op dubbelspatie. Woep, vervolgens vlieg ik wel. Ja, je kan vanaf Emerald Rank kan je vliegen op je eiland. Volgens mij met / eiland fly of zo. Iets in die richting was het volgens mij. Maar ik vind dat nooit leuk, om dan te gaan vliegen. We hebben hem! We hebben hem! Ja, gefeliciteerd. Je generator is geüpgraded naar level 2. We hebben hem. Nou, dan kan ik mijn minion kan ik weer neerzetten. Dan gaan we de skin weer zetten. Ik kan ook Fred doen. Kijk. Hier. Fred. Nu is Fred aan het minen voor me. We zetten hem op mezelf. We zetten een kleine wal. Dat wil ik hier hebben. Kijk, nu gaat hij weer voor me verder. En als het goed is, kan hij nu ook
ijzer komen. Klopt dat? Heb ik nu ook ijzer? In mijn generator? Kijk, ik heb missie 1 gehaald. Een generator upgrade. Oh, wacht, dat moet ik dan waarschijnlijk bij upgrades kan ik dat zien. Ja, kijk, hij is level 2. Er kan steen, kool, redstone en ijzer. Nou, nu kunnen we ook gewoon... Er is een 2% kans dat hier redstone in komt. Of ijzer nu. Dus op die manier gaat deze miner hier voor mij... Gaat hij ook... Andries! 50 euro van Andries, jongen! Andries! Wat doe je? 50 euro! Andries! Oh mijn god! Jongen! Goedemiddag, zegt hij er ook bij. Andries, dat is zeker een goede middag op deze manier. Dat is een hele goede middag wel. Maat! Jongens, gooi even alle hartjes die je kan... Dit is wel een mooi hartje, toch? Alle hartjes die je kan droppen in de chat voor Andries. Maat, ik ga je ook gewoon... Heb jij een Minecraft-naam, Andries? We noemen deze minion. Komt-ie. Andries. Andries the Legend. Zo. Huh? Deze naam van minion is te lang. Oh, man. Andries. Andries. Het is Andries 6, hè? Andries 6. Hoppa. Andries 6, let's go! Kan ik hem ook een kleur geven, misschien? Misschien kan ik de minion een kleur als ding geven. Hier, naam aanpassen. @E@L Andries 6. Ja, Andries! Nu ben je gewoon in kleur. Let's go, Andries. Hij is in kleur. Andries, je bent gewoon mijn minion nu. En dan maken we wel even een andere skin van je. Hier. Je bent Batman. Wat dacht je daarvan? Andries, je bent, omdat ik niet weet hoe je eruit ziet, zit het echt mee mysterieus. Ben jij mijn miner? Jij bent mijn minion. Hoe leuk is dat? Gewoon, dat is... Kijk, met survival had ik je wel op een bordje weer kunnen zetten. Dat kan ook nog even goed zien mee. Maar dit is toch helemaal geweldig. Gewoon mijn topdonateur van de stream is een minion. Kijk, redstone. Let's go. Hé, waarom plaats je die in de kist? Andries. Hallo. Oh, ik moet je... Oh, ik ben hem vergeten aan de kist te linken. Omdat ik hem had gesloopt. Zo. Oh, wat zonde. Oh, nu is die redstone is verdwenen. Oh, nee. Omdat ik hem niet aan de kist had gezet. Let's go, Andries. Hij is gewoon een minion hier. Hij is gewoon lekker aan het werk. Je bent gewoon lekker aan het werk, joh. Hier, nu alles wat hij opmijnt komt hierin. Jongens, ik moest de kist was ik gewoon vergeten linken. Beetje mijn eigen schuld is dat. Dat was mijn eigen schuld. Oké, als beloning had ik beloofd om naar het geldhuis te gaan. En daar even een coinflipje te doen. Want waarom ook niet, hè? Jullie vinden het allemaal leuk. Ik vind het leuk. We genieten ervan. Waarom niet? Goed, we zijn in de spawn hier aangekomen. Oh, ik ben echt benieuwd. Vanaf morgen kan iedereen meespelen. Kijk, nu speelt alleen alle Netherite mensen spelen. En helpers en moderators. En ik dan. Maar vanaf morgen kan iedereen meespelen. Dan wordt het zo druk in deze span. Dan gaat het hier zo druk worden. Iedereen gaat hierheen. Als in die wilt. Nu wil je of alleen Netherite kan. Oh, dat gaat echt druk worden. Nou, coinflippy. Daar gaan we. 5000 euro. Komt-ie. Coinflippy, jongens. En dan speel ik hem tegen. Wie accepteert hem? Snowy Lucifer. Lucifer. En ik heb hem gewonnen! Boom! 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 We hebben hem gewonnen, jongens. Hoe lijp is dat? Hoe lijp is dat? We hebben de coinflip gewonnen. We hebben de coinflip gewonnen. Andries, die was voor jou. Weet je, nee, omdat Andries 50 euro doneerde, Andries, dat speciaal voor jou doe ik een coinflip van 20.000. Als ik hem verlies, ben ik al mijn geld kwijt. Kom, deze is voor jou, Andries. Deze is voor jou, Andries. Oh, poepzooi. Nee, Andries. Nee, met 20.000 euro. Nee. Jongens, jullie zeiden dat het goed zou komen. Mijn camera werd ineens zwart. Jullie zeiden dat het niet fout kon gaan. Ah, hij heeft me 10.000 gegeven. Nee, maar het was jouw winst. Oké, omdat je aardig bent, ga ik nog een coinflip starten. Nee, maar die was voor Andries, die van net. We deden gewoon even een gekkigheidje voor Andries. Nou, leuk man. Leuk. Even kijken. Heb ik in principe alles hier... Ja, ik heb... Nou, er is... Je moet zelf ook een beetje op avontuur gaan, jongens. Er is wel meer hier in de span wat ik volgens mij nog niet heb laten zien. Je hebt hier nog de skills, wat ik heb uitgelegd. Daar heb je een NPC voor staan. En waar sta ik op deze lijst? Ik sta er niet eens tussen. 23... Oh, ik sta er bijna tussen. Dan moet je gewoon letterlijk door te spelen gaan je skills omhoog. Gewoon met alle soorten dingen. Met hakken, met plaatsen, met bouwen, met PvP.
met verdedigen, enchanten, smid. Daar kan je allemaal je level van omhoog brengen. En dan kan je tussen deze lijst staan. En zo te zien sta jij op plek 2, Jappie. Jappie staat op plek 2 in alle skills die je kan hebben. Dat is best wel lijp. Hallo, Hey, Joris. Wat leuk. Kijk jongens, je hebt hier ook het kasteel. En als je afvroeg al de hele tijd van, oh, wat is er in het kasteel? In het kasteel is niks. Hij is dicht, hij is gesloten. De koning wil dat niemand binnenkomt. Dus je kan hier, als je heel graag wil, kan je naar hem toe. En dan krijg je een klap van hem en dan zegt hij dat je weg moet. Maar ja, dat is, dan moet je zelf maar een keertje achterkomen, hè, wat er in het kasteel zit. Het zou vast wel ergens een manier zijn om binnen te komen. Alleen de koning wil niet dat je binnenkomt in het kasteel. Tom, volgens mij ben je alleen maar aan het vissen, klopt dat? Oh, dat valt wel mee. Ja, 114 visjes al. Maar Blue Panda is een... Waar sta jij? Blue Panda, dat is echt een next level vissen met 250. En Belga ketels ook al. Die twee zijn echt alleen maar aan het vissen. Ik ben benieuwd of iemand al überhaupt een legendarische vis heeft gevangen. Die je kan verkopen op Marktplaats of zelf kan bewaren. Iemand heeft Dipsy de Draak. Let's go. Let's go, Dipsy de Draak. Nou, 24 blokken redstone wil ik wel. Voor 500 euro, sure. Waarom niet? Ik bedoel, die kan ik op mijn eiland plaatsen voor levels volgens mij. Volgens mij werken die ook voor levels. Een ijzerblok voor 100, sure, let's go. Ik weet niet of ik daar verlies op draai, volgens mij niet. Hier, dan kunnen we gewoon naar mijn aarde-eiland toe. Volgens mij... Ik moet ze er nog uithalen. Dat vergeet ik altijd, jongens. Je moet nog hierheen gaan. En dan moet je dus nog bij /MP... Moet je nog hier naar gekochte items en dan moet je ze eruit halen. Dat vergeet ik altijd. Oké. Okay. Deze zijn nog niet te stacken. Nee, dat is het enige nadeel. Dat is waarschijnlijk in de volgende update, jongens. Kan je deze waarschijnlijk ook stacken. Dus voor nu zou ik hier gewoon even een toren van maken. Nee, dat ga ik niet doen. Dat moet ik in de toekomst moet ik dat dus ook weer weghalen. Maar hier, hier kan je dus... waarschijnlijk in de volgende update kan je die ook gewoon stacken. Dat komt helemaal goed. Dat is niks mis. Andries, hoe gaat het met je? Wat heb je al gemined? Andries heeft al wat ijzer gemined. Die gaan we er even uithalen zo. En die ook. Ik wil gewoon dat hij alleen steen hakt en voor de rest andere dingen. We zijn weer bij het Italiaanse muziekje gekomen. Kan ik hem gewoon skippen zo? Ja. En die ook. En nu komen we een beetje met middeleeuwse muziek. Hoor je? Dat is net de middeleeuws. Dat was voor Content 2 seizoen 2 was dat heel leuk. Alleen ja, nu is het een beetje net de middeleeuws nog. Ik vind het zo mooi dat Andries sessie staat zo. Heb jij Minecraft, Andries? Want je bent in de chat een groene naam. Heb jij Minecraft? Wat is jouw Minecraft naam? Volgens mij kan ik hier gewoon... geef je min een eigen skin. Oh, dan kan je je eigen skin erop zetten. Ja, oké. Okay. Ik wil zeggen, misschien kan ik jouw Minecraft skin erop zetten. Maar dat kan denk ik niet. Dat is wel cool geweest. Jongens, we gaan van cola naar Fanta. Ik heb hier een... Fanta blikje. Lekker. Lekker weer hoor, jongens, allemaal. Even kijken. Ik ben wel benieuwd. Hoe ver staan we inmiddels op de lijst? Want ik heb ook het geld op mijn bank gezet. Oh, we staan op plek 3 eilandwaarde, omdat ik geld op mijn bank heb gezet. Eilandwaarde, jongens, is een combinatie van je eilandbank en je eilandlevel. Want ik heb 27.000 euro op mijn bank staan. Maar zoals je kan zien, is mijn eiland 42.000 euro waard. Maar dat komt volgens mij ook als je eiland... bloks doet. Kijk, dan kan je zien wat ik allemaal op mijn eiland heb. En daar kan je die waarden kan je een beetje optellen bij elkaar. Maar zoals je kan zien staan we op plek 3 hier. En hier staan we op plek 6 met level 15. Let's go. Laat er ineens zien. Wil je in beeld? Nee. Nee? Ze wil niet in beeld, jongens. Nee, want niet in beeld. Sorry, ik heb het geprobeerd. Ik heb echt gesmeekt. Jullie zagen. Ik heb echt gewoon gesmeekt of ze in beeld wilde komen. Maar ze wilde niet. Walnut, het is 17:12. Ik zie inderdaad dat het 17:12 is. Het is 4:15. Het is alweer 4:15 en dat... weet je? Mensen kunnen mijn eiland niet bezoeken. Aan het einde van de stream mogen mensen mijn eiland bezoeken. Maar dan moeten wel de permissies uitstaan. Maar dan kunnen ze aan het einde kunnen ze wel even bezoeken. Wat we in de tussentijd nog wel heel even kunnen doen... is hier eventjes met deze blokken zo... Oh, normaal blok is dit toch? En smooth is dit. Heb ik ook nog normale blokken? Nee. Oh, dat maakt niet uit. Ik wil zeggen, anders kan ik met pillars kan ik misschien dit pad een keertje mooier maken. Maar dat komt wel... Ik hoor geen middeleeuwse muziek. Het is echt alsof ik in een jaar 1300 in een kasteel ben gekomen of zo. Wanneer de koningen en kastelen waren. Mag ik je statieblikje? Statiegeldblikje. Hoeveel statiegeld staat er opeens zo'n blikje? Dat kan je er niet op zien, toch of wel? Hé? Hey?
Hoeveel geld staat er op één zo'n blikje? Hoeveel statiegeld is in zo'n blikje? 15 cent? Ik weet het niet. Ja, dat is best wel wat. Als je een behoorlijk wat blikjes hebt, kan je best wel business. Ja, voor jou zeker. Zeker business. Ga morgen live. Nou, misschien, ik vind, als ik morgen tijd heb, wil ik best wel live gaan weer, hoor. Ik bedoel, ik vind het echt leuk gewoon op Skyblock een beetje klooien. En morgen kan iedereen meedoen. Hoe leuk is dat? 15 cent. Ja, 15 cent. Je had het ook nog eens goed. 15 cent. Sick. Oké. Ik denk dat ik dat eiland hieronder kan ik wel gewoon zo laten. Want die blokken hoef ik niet zozeer te hebben. Maar ik denk dat het wel handig is als we een klein huisje beginnen te bouwen, jongens. Want we zijn nu inmiddels al een tijdje bezig. Maar ik heb nog niet echt een huisje. Dus laten we even met dirt mijn eiland hier uitbreiden. Door gewoon te zeggen zo. Dan ga ik hier even een klein huisje bouwen. Want ik vind het een beetje lelijk dat mijn kisten en zo allemaal hier buiten staan. Dat ziet er natuurlijk niet uit. En ik wil uiteindelijk met hoppers misschien meerdere van die miners hebben. En dat die blokken gewoon dan doorgestuurd worden naar mijn huis. Nu blijven ze altijd bij Andries hier staan. Maar ik denk dat het handig is als ze uiteindelijk vanuit Andries gewoon naar mijn huis toe worden gestuurd. Je farm. Oh, mijn farm. Is hij al klaar? Is hij inmiddels al klaar? Volgens mij wel. Is het goed? Ja. Je potatoes. Volgens mij zijn ze allemaal wel goed. Ja. Nee, niet. Het is zo moeilijk om te zien of ze goed zijn. Alleen die hele lange zijn goed. Volgens mij zijn alleen echt die extreem lange goed. Dus deze niet. En deze weer wel hier. En deze twee ook. Zo. Hoppakee. Kijk, dan kunnen we dit gewoon weer even zo doen. En dan kunnen we de potatoes kunnen we hier gewoon in de smokers douwen. Halen we die eruit. Stoppen we die hier gewoon even in. Ik weet dat ik ze ook in mijn eilandkist had gedaan, maar hè. Zo. Dan gaan we dit allemaal eventjes dichtbouwen. En dan kunnen we hier beginnen met een simpel klein huisje. Dan heb ik wel wat dirt nodig. Zo. Dicht koken? Oeh. Nee, gaat spaghetti maken, jongens. Zometeen. Dan gaat spaghetti gekookt worden. Zo. Dan gaan we dit koorstuurt even weghalen. Dat het gewoon normaal gras wordt zometeen. Zo. Kan ik niet gewoon gras kopen? Dan kan ik het gelijk met gras bouwen. / winkel. Vast wel dat ik het met gewoon... Ja. We kunnen gewoon hier een stekje gras kopen. Waarom niet? Hoppakee. Of een half stek. Zo. Hoppakee. Dan is het gelijk eventjes wat netter. Als in... doen we nog één laag erachteraan. Zo. Dan kan het dirt gewoon langzaam gras worden. Zullen we gewoon een simpel huisje bouwen? Gewoon even lekker simpel. Hier maken we dit wel netjes weg. Dat het dan gewoon een beetje een recht platform wordt. Ik weet dat het mooier is om het een beetje natuurlijk af te laten lopen allemaal. Maar dat is iets voor in de toekomst, jongens. En dat zou ik normaal met video's doen. Maar ik weet niet of ik dat met streamen wil gaan. Omdat dat best wel veel tijd kost. En ik wil niet alleen maar gaan zitten bouwen en zo, weet je. Dat is ook niet heel leuk. Ik wil denk ik een heel productief eiland hebben. Maar het hoeft niet een mega mooi organisch eiland te zijn of zo. Dat er helemaal klopt qua structuur en weet ik wat allemaal. Ik denk dat ik daar een keertje op een andere manier naar Skyblock wil gaan kijken. Dit seizoen. We moeten knaken verdienen. We moeten de rijkste worden. We moeten het hoogste level hebben. Daar moeten we aan denken dit seizoen. Aan dat soort dingen. Daar moeten wij allemaal aan denken. Hallo, ik wil gras kopen. We moeten grass kopen. Koop. 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 Hoppakee. Zo, dan kunnen we uiteindelijk mijn prachtige water dingetje hier ook even verplaatsen. Maak er even allemaal dirt van, zo. Core dirt is leuk, maar dat wil ik hier niet hebben op deze locaties. Dat wil ik op hele andere locaties gebruiken. Dan deze ook hakken. Zo, trouwens die mag weg, die mag ook weg. En die mag ook weg, zo. Dan dit mag allemaal weg. Zo. Die mag weg. Die mag weg. Die mag weg. Die mag weg. Wat is er nog geüpgraded? Mijn uitgraver. Let's go. We kunnen weer beter uitgraven, jongens. Dan gaan we zo meteen nog diamonds opgraven met mijn shovel. Dat kan serieus uiteindelijk. Volgens mij als je hoog genoeg level bent, kan je dat ook uitgraven. Oh mijn god, ik krijg al die meldingen. Kan ik dat uitzetten? Ja, nu zijn ze uit. Volgens mij krijg ik die meldingen dan niet meer. Dat is even beter. Zo. Zo, zo. En dan die moeten ook weg eigenlijk even. Hier, zo. Jullie moeten weg. Dus mijn eiland gewoon even een beetje overzichtelijker. Dat is vooral wat ik nu gewoon even probeer te creëren. Gewoon een overzichtelijk eiland. Weet je, dat doen we hier doen we ook gewoon zo. Helemaal dikke prima. Hebben we het zoals dit? Ziet er niet uit eigenlijk. Het ziet er niet uit. Wacht, laten we het maar gewoon zo doen dan. Dan ziet het er op zijn minst nog een beetje symmetrisch uit. Dat vind ik al beter. Ziet dit er symmetrisch? Nee, het ziet er echt niet uit jongens. Wat ben ik aan het creëren voor gedrocht? Wat ben ik voor gedrocht aan het creëren? En aan deze kant hier ook nog eentje langer. Dan keur ik hem voor nu heel eventjes goed. Dan is hij eventjes goed gekeurd. Dan is het dikke prima. Zo. En dan heb ik hier ook nog gras. Dat moet hier. En dan dit ziet er ook. Als ik dit zo doorlink.
een beetje prima uit. Nou, dit ding weg hier en dan gras. Oké. Het eiland is iets duidelijker nu. Dan kunnen we deze hier ook gewoon dichtbouwen. Wat hieronder zit, boeit me niet zo extreem veel. Misschien dat ik ooit een keer een kelder nodig heb. Nou, dan is hij al uitgegraven. Dan kan dit weg hier. Gras. Nou, we hebben een overzichtelijk eiland. Het is iets rustiger. Het lijkt totaal niet meer op het eiland wat het was toen ik het startte. Toen ik het startte, zag het er mooier uit dan dat het er nu uitziet. Maar dat maakt niet uit natuurlijk. Dat maakt allemaal niet uit. Noem René bij een hele rare naam. René is weg. René is alvast aan het koken voor het avondeten van straks. Die is begonnen met koken. Hoe maak je die abonneeranimatie? Die is via T-Bex. Nee, Tippy graag, sorry. Via Tippy Stream. Dat kan, moet je daar maar gewoon een keertje kijken. Daar gaat het hele donatie-abonneersysteem van. Oh! Oh! De eerste keer deze avond, jongens. Het is de eerste keer deze avond dat ik ben gekikt. Niet eens iedereen. Ik ben gekikt gewoon. Zo te zien. Ik ben van de server gekikt. Volgens mij bleef iedereen... Ja, alleen ik ook echt. Waarom alleen ik? Wat heb ik fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Slash aarde. Daar gaan we. Onk. Ja, alleen ik ben gekikt ook echt. Wat raar. Zo. Beter dat ik alleen ben gekikt trouwens. Hoor daar niet van. Ik bedoel, ik heb liever dat dan iedereen. Slash ender chest. Werkt dat? Nee, dat werkt niet. Jammer. Matthias Ramakers. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het spijt me enorm. Maar dankjewel voor de 2 euro. Ik ga hem een hartje geven. Ik ga jou superchat een hartje geven. Hoe leuk is dat? Dankjewel voor de 2 euro, maat. Je bent echt een topper. Dikke shout-out naar jou. Dikke shout-out naar jou. Even koekeloeren. Hoe gaan we dit doen? Wat gaan we doen? Oh ja, een huisje. Ik wil een huisje hebben. Waarmee... Wat voor stijl zou ik gaan bouwen, jongens? Modern? Of gewoon weer met hout en zoals ik eigenlijk altijd bouw in elke serie ooit? Dus laat me weten. Ik kan ook wel een beetje modern gaan doen door gewoon een baksteenhuis te bouwen. Of naar kwarts vind ik dan weer een beetje lelijk om daarmee een huis te bouwen. Wat zou een leuke stijl zijn om te gaan bouwen? Een beetje. Modern. Futuristisch misschien. Gewoon standaard. Dus gewoon met houten pilaren en dan hout. Medieval een beetje. Dus middeleeuws natuurlijk. Modern, oud, modern. Andries is weg. Nee, Andries! Kom terug! Niet weggaan, Andries! Andries is echt een legend. Andries is echt een legend. Molen? Maak een heel groot koekjes aan koekjeshuis. Eilands? Wat is eilands nou weer? Dan moet ik een hobbithuis bouwen of zo. Oud, modern, oud, natuur. Boeren. Boomhut. Doe een handstand. Nee, handstand doe ik alleen echt bij lijpe dingen. Dat weten jullie. Echt OG's weten ook welke emotes ze achter moeten laten. Dus meestal als dit soort dingen vol zijn, dan komt er een handstandje en dan dropt iedereen een tomaat emoji en weet ik wat allemaal. Nou, ik denk merendeels zegt toch gewoon volgens mij... Merendeels zegt modern en merendeels zegt ouderwets. Dus ik zit te twijfelen wat een leuk idee is, wat een goed plan is. Bunker. Een bunker bouwen. Bunker bouwen zou best wel lijp zijn. Weet je? Ik vind het prima. Ik heb al een idee, denk ik. Om te gaan bouwen. Net zoals het tweede seizoen. Ik kan wel modern gaan doen. Maar als we echt modern gaan doen, dan denk ik zeg maar echt aan modern. En dan moeten we even in de winkel kijken. Dan zit ik te denken aan blokken zoals... concrete en zo. Alleen ik weet niet of je... concrete blokken kan kopen. Dan moet ik normale concrete kopen of maken. Dan kan ik het met kleuren kan ik het doen. Maar dan... Ja, dat is misschien wel een leuke, jongens. Ja, ik heb een idee. Daarvoor hebben we zand en gravel nodig. Hier, dan kopen we even 1, 2, 3, 4, 5 stack gravel. En dan kopen we eventjes wat zand. Kan ik dat hier kopen? Ja. 1, zo. 1, 2, 3, 4, 5... Dan moeten we ook wat kleuren kopen. Zijn we wel bijna mijn geld kwijt. Maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we wel waarschijnlijk even naar het geldhuis. En even een coinflipje doen om geld te verdienen. Hier kopen we zo. 1 stack. Waarom koop ik geel? Ik heb helemaal geen geel nodig. Ik dacht aan het geldhuis. Ik denk geld is geel. En ik koop geel. En ik heb 0,5. Ik ga het allemaal weer verkopen. Ben ik wel een beetje mijn geld kwijt. Wacht even hoor. Verkoop. Oh, dat is wel ben ik echt mijn geld kwijt. Maar ja, boeien, dat is dan maar zo. Hoppakee.
Nou, een beetje geld kwijt. Ik heb nodig wit. Heb ik een beetje nodig. Gewoon witte dye. Dat kopen we. Daar kopen we 2 stacks van. Ik heb een beetje cyan dye nodig. Zo. 1, 2. En ik heb een beetje... denk ik grey dye wel nodig. Ja, wel grey dye ook. Vind ik ook een goeie. Om die erbij te kopen. Zo, hoppakee. Wat we namelijk nu kunnen doen, jongens, is we kunnen... Oh nee, niet... Ja... Ik dacht een terracotta voor cyan. Maar ik denk dat ik dat beter dan gewoon met grey dye kan doen zoals dit. Maar niet alles. Ik wil niet alles gebruiken. Zo, ik wil maar de helft gebruiken. Hoppakee. Dan wil ik ook nog... Niet met deze kleur, die bewaren we nog heel eventjes. Met witte, zo. Beetje wit gebruiken. Daarmee kunnen we namelijk best wel modern bouwen. Enig is dat ik dan wel... Hier, dat ik het allemaal om moet gaan hakken zoals dit. Je hebt toch ook een soort... Oh, wacht eens even. Wacht. Als dit werkt, ga ik echt heel erg lachen. Als dit... Wacht. Oh mijn god, ik heb zo'n grappig idee, jongens. Ik heb zo'n grappig idee hoe ik dit kan doen zonder dat ik het zelf hoef te doen. Andries, ik weet niet of je nog bij mijn stream bent, maar je gaat wederom van pas komen. We gaan je wel heel even lenen. Hier. Wat nou als ik zo doe? Hier heel eventjes dit doe. Zo. Dan die andere hier doe. Dan plaats ik hier die op. Zo. Nee, niet... Oh, niet daar. Hij moet erop komen. Wacht. Ik weet hoe ik dit moet doen. Ik weet hoe ik dit moet doen, denk ik. Oh mijn god, ik heb zo... Als dit werkt, jongens. Als dit werkt, ga ik echt lachen. Als dit werkt, ga ik echt heel erg lachen. Zullen we hier nou dit doen? Zo. En hier die. Kijk, en we zetten... hier zetten we gewoon dit allemaal op. Oh mijn god. Alsjeblieft, werk. Alsjeblieft, werk. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. En dan zetten we, kijk, hier. Doen we zo. En dan gaan we het kistje pakken. Dan pakken we een kistje. Even kijken, heb ik, hier heb ik kistjes liggen. Zetten we hier een kistje neer. Zo. Dan pakken we Andries pakken we op. Komt-ie. Andries, dankjewel voor het minen daar. We gaan jou hier neerzetten, zo. Dan zetten we jou naar de goede kant op. Oh mijn god, dit werkt. Ongelooflijk. Kijk dit, kijk dit. Kijk. Oh mijn god, het werkt! Andries! Wat goed! Wat goed, ik ga dit... Oké, wacht jongens. Wacht, dan moet ik even een hele hoge toren maken. Oh, dit werkt! Dit werkt! Oh, wat een goed systeem! Wat een goed systeem! We gaan even een hele hoge toren maken van dit witte. Ik weet dat het sneller is om zelf te doen, maar dan kunnen we in de tussentijd gewoon wat anders doen. Terwijl dit voor mij gehakt wordt. Oh mijn god. Hij moet gewoon extreem hoog zijn. Zolang ik dit namelijk... Volgens mij kan je dit gewoon oneindig dan doen. Wat goed. Dit vind ik echt heel leuk dat dit werkt. Dit vind ik echt heel leuk. Gaan we gewoon heel hoog de lucht inbouwen. En dan laten we Andries laten we het gewoon slopen. Dan gaat Andries gaat voor mij dit gewoon hakken. Want dan gaat alles weg. En, alles weg? Want dan gaat alles weg niet te hoog. Hoezo dan gaat alles weg? Dat maakt toch niet uit? Het zakt gewoon langzaam naar beneden. Dan gaat het niet allemaal weg. Het is niet alsof we een toortje onder plaatsen. Volgens mij werkt dit gewoon. Al gekoppeld aan de kist. Ja, ik ga hem direct als eerste, dat ga ik als eerste doen, koppelen. Ik heb hem nu even weggehaald. Omdat anders doet hij het niet, dan kan ik niet omhoog bouwen natuurlijk. Oh mijn god, hoe hoog kan ik bouwen? Wat is de bouwlimiet? Waar zit ik op? Oh mijn god. Dit gaat nog wel een enge sprong naar beneden worden zometeen. Dit gaat oprecht een enge sprong naar beneden worden. Dit is echt een goed systeem. Dan hoef ik het zelf niet te doen. In de tussentijd dat ik dit aan de hoog aan het bouwen ben trouwens, had ik al lang het zelf kunnen hakken. Maar dit is leuker. Dit is leuker, jongens. Dit is oprecht leuker. Zo, misschien had ik het ook met een redstone systeem makkelijker kunnen doen. Maar ja, hè? Voor nu vind ik dit wel gewoon echt heel grappig. Ik vind dit echt heel grappig. Gaan we kijken hoe Andries dit voor mij gaat doen. Gewoon creatief zijn. Slash fire aan doen en dan laten vallen. Ja, dat kan. Dat kunnen we doen op zich. Dan maken we 100%. Maar spanning van het sprongetje is ook wel leuk. Succes met naar beneden komen. Komt goed, Luc. Niks aan de hand. Geen stress. Geen stress, jongens. Geen stress. Oh, we zijn op de build limiet, jongens. We zijn aangekomen. Komt-ie. Als ik nou gewoon hier... Zo, dit moet goed komen, toch? Of niet? Ja, hoppakee. Zo. Dan gaan we deze plaatsen. En als we die gedaan hebben, gaan we gewoon aanzetten. En dan de rest hak ik zelf van. Maar dan kan ik, terwijl ik aan het hakken ben, doet Andries de andere helft. Hoe leuk is dat? Dat terwijl ik dit aan het hakken ben, kan Andries de andere helft.
Hoe kom jij daar? Hoe komt er een paard op mijn eiland? Oh mijn god, die is gewoon gespand. Er is gewoon een paard. Ik heb een nametag! Ik heb volgens mij een nametag! Dan kan ik dat paard kan ik een naam geven. Jongens, bedenk even een goede naam in de chat voor het paard. Bedenk even een goede naam voor het paard in de chat. Jullie hebben vast wel iets. Er zit iemand die geen netherite is in de waterwereld trouwens. Hoe kom jij daar nou weer? Hoe kom jij daar nou weer in de waterwereld? Wat is een goede naam, jongens? Wat is een goede naam voor het paard? Jullie hebben vast wel een idee. Jullie hebben vast wel een idee. Bruno. Oh jezus, de hele chat staat vol. Tony het paard. Tony het paard. Ja, dat zou ik alleen doen als Tony Jansen er is. Dan zou ik dat doen. Maar volgens mij is Tony Jansen lekker een survival aan het spelen. Of hij is gewoon niet thuis op het moment. Maar... alleen met Tony Jansen zou ik hem nou vernoemen. Dat is de Tony. We zijn er bijna boven, jongens. Volgens mij zijn we... ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna. We zijn bijna op de hoogte waar we moeten zijn. Benny Fris die biertje. Biertje. Ja, dat is Justin's naam. We kunnen met eer van Justin... kunnen we een biertje noemen. Justin noemt altijd zijn dieren biertje. Dat is wel een goeie. Dan noemen we hem gewoon biertje. Rob, Benny, Mo, Piotr, Olga, Stijn, Bert. Noem hem Hoi. We gaan even kijken. Als hij zo meteen nog is als ik beneden kom. Want je hebt kans dat hij gedespand is. We zijn bijna op, als het goed is. Op... ja, we zijn er echt bijna. Nu helemaal. Oké. Okay. Zo. Oh mijn god. Andries. Jij gaat echt gewoon... echt geweldig veel voor mij hakken. Patrick, met P-E-T-R-I-K. Dat is wel echt een hele mooie naam voor Patrick. Zo. Hoppakee, we zijn op de build height, jongens. Dan hoeven we hier alleen nog maar naar beneden te springen. Oh, spring ik aan de goede kant trouwens. Volgens mij wel, hè? Ja, oké. Okay. Kijk, dan zijn we hier. Dan dat paard. Wacht, laten we eerst Andries even zijn ding doen hier. Zo, dan gaan we Andries eerst aan de kist koppelen. Ajo, Andries, dat is dirt! Je hakt de verkeerde kant op, man. Wacht. Die kant op kijken. Andries, die hakt gewoon even de dirty weg. Nee, Andries. Kijk dit nou. Kijk dit. Oh, dit is satisfying. Dit is satisfying om te zien. Andries, je bent aan de kist gekoppeld, toch? Nou, echt waar. Ik vind dit zo'n goed systeem dat dit werkt. Daarom zeg ik, die minions, jongens, die zijn overpowered. De minion hier is gewoon letterlijk... hij is gewoon het systeem hier aan het hakken. Hey, de schaap, die gaan we even killen. Schaapie, jij gaat dood. Hoppakee. Oké, terwijl dat gaande is, jongens, gaan wij even hier een anvil kopen. Slash anvil, werkt dat? Oh, dat werkt ook trouwens. Nou, ik wil wel trouwens een anvil hebben. Die kosten, die zijn volgens mij ook namelijk veel waard, anvils. Decoratie, overige items, staat een... ja, hier staat een anvil. 1500, prima. We kopen er eentje, zo. Een anvil, hoppakee, dan doen we zo. En dan noemen we hem biertje. Biertje, voor jou, Justin. Ja, hij heet biertje. Ik weet niet of je nog kijkt, maar we hebben een biertje genoemd. Andries, wat is de status? Wat hebben we? Let's go, Andries! Hoeveel heb ik nog hier in zitten? Nou, op zich. Ik heb wel, ik kan dit, intussen kan ik dit gewoon zelf hakken. Terwijl Andries hier voor mij aan het hakken is, kan ik de rest zelf hakken. Fons het paard. Ja, kon ook. Fons heeft mij heel veel spullen gegeven trouwens. Misschien had ik hem beter Fons kunnen noemen. Nou ja, nu is mijn name tag op. Dat is ook weer een beetje stom. Hier, kijk jongens, dan hebben we de laatste blokken zelf hier gehakt. Zo, hoppakee. Dan is Fons nog druk voor mij aan het hakken. Of Andries, sorry. Andries. Ik vind het zo leuk. Ik vind het echt zo leuk. Oh, wat geweldig dat dit werkt. Wat geweldig dat dit werkt. Echt waar. Ben ik echt van aan het genieten. Dat ik gewoon die minion daarop zet. Dat die voor mij het concrete powder aan het hakken is. Dat ik daarmee gewoon zo meteen mijn huis kan bouwen. Dat ik daar straks gewoon alle rust en alle liefde mijn eigen huisje kan bouwen. Nou, dat vind ik echt geweldig. Ties zeg, hoe kan ik vliegen? Slash Island Fly is dat inderdaad. Slash, als je Netherite of Emerald bent, nou in dit geval Netherite omdat Emerald nog niet kan joinen. Vanaf morgen kan iedereen joinen. Dan moet je gewoon met slash Island Fly kan je gebruiken. Zo makkelijk is het. Op die manier kan je lekker vliegen op je eiland. Waarom Skyblock nu alleen voor Netherite? Dat doen we puur om twee redenen. We hebben namelijk ooit beloofd, en dat willen we waarmaken, is dat Netherite mocht game modes testen. Nou, dit is een hele goede test om te kijken of alles echt goed werkt voor ons. En, als wij meestal een nieuwe game mode op Content Veen openen of iets, of een nieuw seizoen van iets,
En er zit toch nog een foutje in. Dan profiteert iedereen van die fout. En op deze manier met Netherite kunnen we nog 24 uur even één goede testfase doen. Dan kan iedereen met Netherite kan Skyblock testen. Stel, er kloppen nog heel veel dingen niet. Nou, dan hebben zij dat mooi getest. En dan zodra 24 uur verder zijn, gaat alles open. En dan hebben we toch nog de laatste bugs ertussen uit kunnen werken. Dus je moet het een soort van, we noemen het ook een soort Netherite open beta. Puur zodat die mensen ook gewoon nog even kunnen testen voor ons. Het is een beetje een win-win situatie is het. Ja, en 24 uur later kan letterlijk alle andere spelers kunnen dan ook spelen. Dus ja, hè. Zo erg is het nou ook weer niet om even dan te wachten. Oké, deze plaatsen we even hier. Ga ik hier alle blokken in doen die ik wil gebruiken voor dit geval. Biertje! Wat ben je heel irritant. Ik moet je trouwens wel nog temmen. Laten we een biertje even temmen. Hij is namelijk nog niet getemd. Oh, dat was snel. Nou, let's go, biertje. Ik heb alleen geen... kan ik een zadel voor je kopen? Slash winkel. Zo. Maar over, wat is het? Morgenochtend om 11 uur kan iedereen spelen. Letterlijk morgenochtend om 11 uur. Dus als je morgen wakker wordt en je hebt nog werk of je hebt nog school, kom je terug van schoolwerk, kan je spelen. Heb je al vakantie, want je woont in het zuiden van Nederland en je zit op school, dan kan je morgen om 11 uur gewoon lekker spelen. Dat is toch helemaal top? Toch helemaal leuk? Overige items. Hier staat vast wel een zadel tussen. Als je het doet. Oh jee. Ja, een zadeltje. Ik ga een zadel voor jou kopen, biertje. Eén zadel, kom voor de bakker. En die doen we hierop zo. Nou, dan kunnen we biertje rijden, jongens. Let's go! Biertje, ik ga je wel even een hokje geven. Want ik ben bang dat je anders doodgaat of zo. Dus ik vind dit hier zo. Vind ik een perfect plekje voor een hokje voor jou. En het komt ook nog precies goed uit. Biertje, laat Andries met rust! Biertje, Andries die is zijn werk aan het doen. En ik vind niet goed dat jij hem stoort. Dan gaan we deze vakken zo. Dan wil ik hier even een carpet. Eén carpet heb ik nodig. Slash winkel. Ik vergeet telkens de command winkel. Het is letterlijk gewoon, ik wil naar de winkel. Welke command moet je doen? Winkel. Makkelijk te onthouden, zou je zeggen. Eén wol is genoeg. Zo, want ik had al een wol, volgens mij. Ja, daar kan ik één carpet van maken. Hoppakee. En dan kunnen we die hier plaatsen in het midden. Zo, hoppakee. Nou, dan kunnen wij erin. Kan hij er niet uit, volgens mij. Zo, biertje. Ik denk niet dat ik ooit op je ga rijden, want waarom zou ik een paard nodig hebben in Skyblock? Waar moet ik mogelijk heen rijden met dit paard? Andries, begin je al trouwens een beetje op te schieten? Of heb je al gehakt? Wat een systeem. Wat een systeem. Het is ongelooflijk, echt waar. Ik vind echt heel leuk dat dit gewoon werkt. Ik vind het echt heel leuk dat dit werkt. Oké, zodra dat gedaan is, zetten we Andries hier weer terug. Ik ben benieuwd of hij dit blijft doen als ik niet op mijn eiland ben. Kijk, je ziet het langzaam namelijk wel gewoon. Het einde is in zicht. Zie je? Dat stopt langzaam ongeveer daar. Laten we even naar de spawn gaan. Even een coinflip doen. En dan even kijken als ze terugkomen of Andries misschien klaar is. Zo, kijk die bounties. Mensen zetten bounties op elkaar, joh. Voor als je afvraagt wat een bounty is. Ik heb nu 20.000 euro op mijn naam staan. Als ik de PvP arena nu ingaan. En degene die mij... En degene die mij killt, die mij vermoordt in de PvP arena. Die krijgt 20.000 euro. Maar ja, mensen gaan nu nog niet PvP omdat ze nog niet goed genoeg spullen hebben. Ze willen pas PvP'ers zodra ze echt 100 setjes armor hebben. Dat als ze doodgaan dat het niet boeit dat ze hun spullen verliezen en zo. PvP komt waarschijnlijk omdat pas zodra mensen wat langer spelen. Dat er iets meer zekerheid is om te overleven en zo, weet je. Dus ja. Hallo Jappie, gezellig dat je er ook bent. Laten we even kijken. We gaan een coinflipje doen. We moeten even namelijk met tijd voor een coinflip. Iedereen in de spawn gelijk ook weer. Coinflip, 50.000 euro. Oké, jongens, hoeveel zou ik doen? Zou ik 50.000 euro doen? Ik heb zo te zien 70.000 euro. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik eraan kom. Volgens mij krijg ik af en toe geld van mensen zonder dat ik het door heb. Zou ik... een coinflip, ik zit hier recht binnen in mijn scherm, van 50.000 euro doen? Ja of nee? Weet je, ik ga een poll maken. We gaan een poll maken. Kunnen mensen stemmen? Een poll starten. 50k coin flip? Vraagteken. Ja en nee. Is het. Poll starten. Komt ie, jongens. 50k coin flip. Ja, nee. Zeg het maar. Moet ik een 50k coin flip starten? Ik ben heel benieuwd wat het zal zijn. Misschien dat mensen nee zeggen. Nee, waarschijnlijk niet. Ik zie nu al 134 stemmen. 88% zegt ja. Er zijn maar 13% mensen van 200 stemmen die nee zeggen. Natuurlijk wil iedereen. Ah, hallo. Ja, jij zegt ja, omdat jij dan kans hebt dat je gaat winnen misschien, Ties. Ik weet niet hoeveel geld je hebt. Sta je hierop? Hoe heet je? Ties 030. Nou, ik denk niet dat jij 50.000 euro zomaar zou uitgeven. Of risico zou lopen om het te verliezen. 50.000 euro.
Nou, het is duidelijk, jongens. Je mag het doen. Je mag het doen. Ik weet dat je zielig bent. Ik ben ook zielig. Ik heb ook maar 7000 euro. Oké, jongens, komt-ie. Komt-ie. We gaan het doen. Overduidelijk wil iedereen het. Letterlijk 87% zegt ja. 87% zegt ja, doe. Doe die coinflip. Bij deze. Ik heb hem aangemaakt. Nu wachten we op iemand die hem accepteert. Wie is dit? Blue Panda. Blue Panda, kom op. Kom op. We hebben hem! Boom! 100.000 euro! We hebben hem! We hebben hem! Maar nu moet ik eigenlijk nog een coinflip. De ultieme coinflip van 100.000 euro aanmaken. Jongens. Sta ik op de leaderboard nu? No way. Oh, als deze update, jongens. Deze update volgens mij echt onder 5 minuten of zo. Dat duurt altijd wel even, deze update. Maar zodra deze update, sta ik erop. Oké, nu, Kotti. Ik ga een nieuwe poll aanmaken. Dan kunnen jullie allemaal in de reacties niet typen, ja of nee. Maar je kan die poll die ik ga maken, kan je op reageren. Komt-ie. 100k coinflip. Zo, 100k coinflip, vraagteken, ja, nee. Moet ik een 100k? Dat betekent als ik verlies, dan ben ik 100.000 euro kwijt. Als ik win, krijg ik 200.000 euro. In totaal. Dan zeg maar mijn eigen 100.000 euro terug, plus daar 100.000 euro. Dus heb ik 100.000 euro winst, weet je? Niet 200.000 euro winst, maar 100.000 euro winst. 200.000 in totaal. Wat zegt de poll? Oeh, net was het. Bijna 90% zei bijna ja. Nu zegt 76% zegt ja. Dus er zijn toch wat mensen die nu nee zeggen. Meer dan net. Er zijn 10% meer mensen die nu nee zeggen dan bij de vorige ding. Het is wel grappig om te zien dat het zeg maar nu het dubbele is. En dat er toch nog wel een groot verschil erin zit. In wat mensen willen en wat ze zeggen. Neon. Je gaat sowieso verliezen. Maar als ik win, jongens. Als ik win. Hebben we echt geld. Weet je wat we dan kunnen... Oh, Ties. Let's go, Ties. Dankjewel. Let's go, Ties. Het is, jongens. Ik heb zeg maar... Als ik 200.000 euro heb, kan ik wel kopen een verkoper minion. En dan kunnen we gewoon oneindig een beetje langzaam geld gaan verdienen. Dan krijgen we telkens meer geld. Of een houthakker minion, die kan ik al kopen. Ik zit wel op een winstiek. Ja, Luc, ik zit wel op een winstiek. En ik zie dat toch bijna 76% ja heeft gefoten, hè. Dus ja, de meerderheid. Het is wel echt slecht excuus dit om het gewoon te doen. Oké, we gaan het doen, jongens. 100.000 euro, daar komt-ie. 100.000 euro coinflip. Waarom niet? 1, 2, badabim. Hij is aangemaakt. Hij is aangemaakt. Ik ga wegrennen tot iemand hem start. Oh, ik vraag me af of iemand hem start. Want ja, het ding is... Oh, wie heeft nog gestart? Blue Panda. Nee. Jongens. Oh, dit is eigenlijk ook echt wel heel verdiend dit, dat ik hem niet win. Dit is eigenlijk echt heel erg verdiend dat ik hem niet win. Had nou maar geluisterd naar de mensen die nee zeiden. Ja, dat klopt. Ik had eigenlijk moeten luisteren naar de mensen die nee zeiden. Maar we hebben nog 20.000 euro, jongens. We gaan hem terugverdienen. Hey, iemand heeft hier berries opgeplaatst. Nice, beter. We gaan hem nog terugverdienen. Maak je geen zorgen hier. Deze guy heeft 10.000 euro. Die gaan we starten. Komt-ie. Boom. We gaan hem terugverdienen. Niks aan de hand. Jullie maken jullie druk om niks. Hier, starten we een van 20k. Starten we er eentje van 20k. Er is niks aan de hand. Let niet op mij. Nou, oh. Komt-ie. Yes! Oké, 50.000 euro. Op zijn minst hebben we 50.000 euro. Oké, dat vind ik goed. We hadden echt veel meer. We hadden 120. Maar 50.000 is op zich ook prima. Oh mijn god. Dat was echt heel eng. Ondertussen bij Andries. Ja, laten we bij Andries kijken. Andries. Nee, oké. Als ik niet op mijn eiland ben, jongens, dan wekt Andries. Andries, dat vind ik wel echt... Ik had meer van jou verwacht. Ik had verwacht dat Andries op zijn minst, ook al was ik er niet, ook verder zou werken. Maar Andries, die neemt lekker zijn koffiepauze als ik er niet ben. Eigenlijk ook wel verdiend, weet je. Eilandbank. Oh, jongens, we gaan weer wat op de eilandbank zetten. Ik vind het prima. Eilandbank. We gaan elke keer een beetje op mijn bank zetten. Laten we de helft erop zetten. Zo. Dan hebben we 52.000 euro op de eilandbank staan. En ik heb een belofte gedaan hier. Een belofte.
alles wat op mijn eilandbank staat, ga ik niet in het in met coinflips en het casino of de loterij verspillen. Komt-ie. 1, 2, hoppakee, dan zijn we level 17. Dan ben ik benieuwd. Mijn eilandwaarde, wat is die? Oh mijn god, die staat hoog. Ja, die eilandwaarde staat hoog. Ik sta op plek 3, jongens, met eilandwaarde. En hier sta ik op plek 7 inmiddels. Andere mensen gaan ook hoog. Ga snel. Oké. Okay. Nee, oké. Dit is prima. Dit is prima allemaal, dit. Ik keur het tot nu toe allemaal goed. Ik ga echo zelf uit. Ik krijg het gewoon zelf koud inmiddels. Oh mijn god. Andries. Volgens mij ben je wel op de helft. Aan blokken te zien ook wat je al gehakt hebt, is hij volgens mij op de helft. Wat is dit voor serie? Dit is Skyblock, jongens. Maar Skyblock op Content Veen. Vanaf morgenochtend 11 uur kan iedereen spelen. Op het moment kunnen alleen Netherite mensen spelen. Maar vanaf morgenochtend om 11 uur kan jij, als je wil, ook gewoon lekker. Stel, je hebt Minecraft, dan kan je gewoon spelen. IP is play.contentveen.nl. Je ziet het rechts in beeld staan. Speel je nou Bedrock Editie, is de poort 26006. Heb je nog meer vragen of dat je geen idee hebt hoe je erin komt, kan je altijd de Discord joinen. Link staat volgens mij ergens in de beschrijving. Kan gewoon lekker de Discord joinen en dan kan je gewoon alles vragen wat je wilt natuurlijk. Ken je Harm? Ik ken Harm als in ik weet wie het is, ja. En dat is meer eigenlijk ook niet. We kennen elkaar verder niet. Ik weet wie het is. Als je zegt, ken je Harm? Ja. Maar ja, ik ken ook Johnny Depp. Ik ken ook... wat is het? André Hazes, verzin het. Maar is niet alsof we elkaar kennen. Ik ken hem. Ik weet wie het is. Maar daar houdt het ook op. En je kan ook gewoon contentveen.nl/discord doen om de Discord te joinen. Dan kan je gewoon online op Google. Kan je gewoon contentveen.nl/discord doen. We zijn inmiddels al 2:15 live. Ik ga zo meteen avond eten. Dus we moeten wel nog even met de klapper afsluiten. En dat is al ingaan zo meteen. Ik heb mijn geld veilig gesteld. We hebben €50.000 veilig gesteld. Deze stream zullen we maar noemen. De rest hebben we uitgegeven aan blokken, aan eten, aan andere dingen. En natuurlijk aan coinflips. Maar ik vind het wel leuk dat we misschien op deze manier elke stream te werk kunnen gaan. Dus dat we elke keer als we een beetje geld verdienen, stellen we het veilig op onze bank. Een bank gaan we gewoon niet aankomen. Dan stellen we ons geld veilig op de bank. Dan staat het daarop. Dan komen we er niet aan. En dan kunnen we het geld wat we hebben, kunnen we mee doen. Weet je, kunnen we mee klooien, kunnen we mee weet ik wat allemaal. En elke keer als ik dan live ga, gaan we een beetje langzaam in die live geld op mijn bank zetten. Tot we misschien ooit een keer 1 miljoen op de eilandbank hebben staan en zo. Vinden jullie dat een goeie? Dan kan ik wel gewoon doen met het geld wat niet op mijn eilandbank staat wat ik wil. Gewoon mee klooien ook. Hey, Andries is zo te zien bijna klaar. En op die manier kunnen we gewoon een beetje geld verdienen. Telkens. Is een goeie, hè? Is een goeie om op die manier te doen. Oké, Andries, je bent bijna klaar, jongen. Je bent bijna klaar. Dan kan je weer terug naar de dinges. Ik wou zeggen, dan kan je met pauze, maar zodra ik zo meteen offline ben, dan ga je ook stoppen met hakken. Oeh, deze moet wel even geleegd worden. Deze moet wel even geleegd worden. Zo, dan gaan we hier allemaal legen. Steen heb ik ook nodig voor mijn huis, dus... Andries, ik ben trots op je. Ik weet dat je in de verschijning niet meer bij de livestream bent, maar je hebt echt je hebt topwerk verricht. Je bent de topdonateur, vandaar dat je ook Andries 6 heet, als in de miner. Maar nogmaals, dankjewel Andries voor de €50. Dikke shout-out naar jou, maat, echt. Ik ga gewoon elke keer, dat ga ik gewoon elke stream doen. Ik ga gewoon de miner naar de topdonateur van de stream vernoemen elke keer. Ik krijg die gewoon zijn volle shine. Nou, Andries, laatste blokjes. Hoppa, lekker Andries. Dit is echt top. Het had veel sneller kunnen gaan als ik het zelf had gedaan, maar dit was wel gewoon leuk. Zo, dan gaan we jou... Nee, Andries, nee. Nee, Andries, niet die. Nee, Andries. Andries, je hebt de verkeerde gehakt. Wacht. Wacht. Oh mijn god. Andries, jongen. Zo, oh. Oké, komt ie. Ja, nu staat hij de goede kant op. En dan zo. Koppel ik hem aan de kist. Werkt het? Ja, hij staat gekoppeld. Let's go, Andries. Let's go. Zo. Nou, ik vond het helemaal succesvol dit. Dan kunnen we dit hier ook weer slopen. Of dichtbouwen op zijn minst even. Even kijken, heb ik nog gras ergens liggen? Ja, hier. Zo, dit bouwen we dicht. Dan hier hakken we deze blokken. En die plaatsen we hierin. Dan hebben we heel wat blokken. Dan wil ik waarschijnlijk volgende livestream gaan beginnen met het bouwen van mijn huis. Dat gaat namelijk wel heel even kosten. Dat ga ik nu gewoon niet meer redden met avondeten en al. Want het is inmiddels al 17:50. Laten we dan nog één keer heel even mijn €25.000 gewoon opmaken. Als in... Gewoon naar het geldhuis gaan en klooien. Want dan hebben we nu al genoeg winst gemaakt op zijn minst €50.000. En dan is het mooi geweest. Even kijken. Slash pan. Geldhuis. Iedereen vindt geld. Ik zie iedereen hier staan gewoon. Echt iedereen blijft hier gewoon een beetje klooien. Omdat het ook gewoon echt leuk is. Het is gewoon echt heel leuk om dit te doen.
Ooit kom ik trouwens op deze lijst staan. Ik weet het zeker met hoeveel ik het nu doe. Nou, coinflip aanmaken, 20.000. Ik vind het prima, het is toch het einde van de stream. Altijd dezelfde mensen die ook de coinflip starten of accepteren, hè? Het zijn altijd dezelfde. Stop, ik ben er verloren. Nee, oké, laatste, dus 5.000, dat is het opperste op. Stop, ik heb 48 euro als het nu opperste op. Maar nogmaals, jongens. Hey, wie is dit? Dit is nieuw. Jappie, let's go, Jappie. Ik heb hem alleen verloren. Maar maakt niet uit, Jappie. Je hebt wel leuk meegedaan. Hoe heet het? Ik heb al 50.000 euro winst, hè? Dat moeten jullie onthouden, jongens. Die 50.000 euro die hebben we in de pocket. Die hebben we al gewoon. Die gaan we niet meer mee coinflippen. Daar gaan we niet meer mee coinflippen. Ik verlies alleen maar tegen Lucifer. Ik verlies alleen maar tegen hem. Ik is niet leuk! Jij wint alleen maar! Jij wint alleen maar! Hoe kan dat? Als ik tegen hem speel, weet ik zeker dat ik verlies gewoon. Net zoals Panda. Tegen Pandaatje verlies ik ook heel veel. Nou, leuk jongens. Ik vond het leuk. Weet het, jullie kunnen zelf nogmaals vanaf... Komt ie? Ik ga even kijken in de hub. Vond je het nou zo leuk dat Skyblock en ik... Wow, dat wil ik ook spelen. Over 17 uur en 10 minuten, dat is morgenochtend om 11 uur... kunnen jullie zelf ook meespelen. In tussentijd, als je je vult, kan je ook lekker... Tony! Jongen, ik heb jou nog helemaal niet de Skyblock gezien. Waar ben je, Tony? Ik heb jou helemaal nog niet de Skyblock gezien. Maar als je wilt, kan je ook gewoon naar de survival toe. We hebben hier natuurlijk ook een survival weer. Daar kan je al spelen. Maar vanaf morgen 11 uur kan je leuk spelen in de Skyblock. Kijk, er is hier nu een leuke nieuwe verjaardagscrate. En daar zitten hele bijzondere tools zitten erin. Die kunnen echt maar 3 mensen... Je kan maar 3 crates per persoon hebben. Dus een hele bijzondere crate is het. Even kijken, hebben mensen al iets eruit gehaald? Dat ze verkopen of zo? Ik denk niet dat mensen dat zo snel zouden verkopen. Omdat het best wel exclusieve spullen zijn. Maar goed, je kan dus ook leuk naar survival hier gaan. In survival is wat vuurwerk. Er is een cactus met een hoedje op zijn hoofd. Er is nog meer leuk vuurwerk. Omdat, nogmaals, Content Veen 1 jaar bestaat. Hoe leuk is dat? Dus join zeker gezellig de server play.contentveen.nl. Speel je Bedrock editie. Is de poort 26006. Er zijn op het moment 123 mensen online. Kom gezellig meespelen. Morgen is Skyblock helemaal open. Het is 1 groot feest altijd op deze server. En ik vind het gewoon allemaal hartstikke gezellig. Waarschijnlijk ben ik morgen misschien weer live. Misschien niet. Ik hoop het wel. Ik ga mijn best doen. Het zou leuk zijn. 1 jaar is het bestaan van Content Veen. Dus kom gezellig online. Kom gezellig hier spelen. Join de Discord als je vragen hebt. Weet ik wat allemaal. Dan gooi ik hier nu even trampoline op de vloer. Dan kunnen mensen hier trampoline springen zo. Jezus, dat is hoog. Dat is echt heel hoog. En dan ga ik voor nu, jongens. Terwijl al die mensen hier lekker op de trampoline aan het springen zijn. Ga ik de stream afsluiten. Oh, ja, we gaan de stream afsluiten. Nogmaals, Andries, dankjewel voor de 50 euro. Ook naar Juda, MJ Games, Henkie Jottem en Christian. Dank jullie wel voor de donaties. En voor, volgens mij was het Twan, voor de superchat donaties die hij had gedaan. En alle anderen die ook gedoneerd hebben, die ik nu per ongeluk dan niet opnoem, die ik dan heel even ben vergeten. Maar iedereen bedankt voor het doneren, echt waar. Het rechtstreeks hier. Jongens, dank jullie wel. Vergeet zeker nog even niet te liken. Vergeet nog niet te abonneren als je dat niet gedaan hebt. Nogmaals, kom gezellig spelen op play.contentveen.nl. Doe gezellig mee. En dan spreek ik jullie waarschijnlijk weer bij de volgende stream. En dat zal heel snel zijn, want ik vond het heel leuk om Skyblock te livestreamen. Vond ik echt heel leuk. Nou, doei! Doei, eet smakelijk, fijne vakantie. Want heel veel mensen hebben vanmorgen vakantie. En als vakantie voorbij is, zie je op school en op werk. Ha, je vakantie is voorbij, sukkel. Doei, doei, doei.